8 miljoen euro aan omzet binnengehaald in echt anderhalf uur tijd of zo. 8 miljoen in anderhalf uur tijd. Dat is heel bizar hoe je dat ziet binnenkomen. Welkom bij de Lotgenoten podcast. De nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro. Naast mij zit Koen. En deze aflevering wordt gesponsord door Bitfavo. Dus wil jij beginnen met het handelen in crypto? Klik dan op de link in de beschrijving. De eerste 1000 euro is zonder handelskosten. En zoals jullie kunnen zien, hebben wij deze week weer een gast voor ons zitten. Een terugkerende gast. Ik dacht dat je bijna wou zeggen, deze aflevering wordt gesponsord door Joshua Kaat. Maar mag ook. Daar gaan we het ook over hebben. Kijk, volgende week wel op onze bankrekening. Ja, komt goed. Joshua, leuk dat je er weer bent. Ja, leuk dat ik weer mag zijn. We zijn bij jou eigenlijk. Ja, nee, welkom in de Dropship Mansion inderdaad. Kijk, de Dropship Mansion, lekker. Het ziet er goed uit. Iedereen die hier zit te kijken, ziet het niet. Maar wij hebben een prachtig uitzicht van een prachtige woning. Over de rijstvelden. Juist, rijstvelden. Hectares groot. Lopen hier ook een paar vrouwen naakt rond. Die zijn aan het koken of zo. Ik weet niet wat die aan het doen zijn. Ja, die gaan koken. Zometeen wordt de tafel net gedekt. We klaar zijn. Ja. Nice. It's the life. Het gaat goed dus. Ja. Nice. Lekker man. Nice, man. Hey Joshua, wij hebben jou, ik denk een jaar geleden of zo, gesproken. Ja, maar klopt. Gooi ik hem ongeveer op. Ik weet niet precies hoe iets, lang. Iets korter. Want ik wist dat ik backstage toen zei van, hey, ik ben nu met iets vets bezig, weet je wel. Ja. Dat was ongeveer, denk ik, rond november of zo. Dat we in Utrecht waren. Kijk, nice. Voor iedereen die nou deze aflevering voor het eerst ziet en voor het eerst Joshua kijkt. Want we hebben in de tussentijd, zijn we denk ik keer 4 gegaan aan luisteraars en volgers. Nice. Dus, er zijn veel nieuwe mensen bij. Dus ik kom de nieuwe wave van volgers weer meepakken. Precies, juist. Nice. En als je nou de eerste aflevering nog niet gezien hebt, is het misschien wel leuk om die eerst te kijken. Dan gaan we wat meer in gewoon over jouw pad naar succes, wat je allemaal gedaan hebt, wie je bent. Ja. En daar hebben we het ook een beetje gehad over een project dat er aan zit te komen, dat je ergens mee bezig was. Vandaag gaan we daar eigenlijk op voort borduren. Dus cool. Dat is denk ik leuk om die eerst te checken. Ik denk Joshua, gewoon heel simpel. Take it away, man. Je bent een hele lange tijd bezig geweest met dropshippen, Dropship Academy, allerlei toffe dingen gedaan. Heel veel mensen geholpen om te beginnen met e-commerce. Op een gegeven moment had je dat uitgespeeld, bij wijze van spreken. Niet uitgespeeld, maar ik was een. Weet je, er zijn nu, toen ik begon met Joshua Kaat zijn, zeg maar, was dat echt vanuit de passie om andere mensen te helpen. Op dat moment waren er nog geen gurus, waren er nog geen cursussen, er was eigenlijk helemaal niks. Ik had iets ontdekt, namelijk dropshippen. Ik zat toen op school. Ik was altijd al degene die zei van, hey, weet je, ik wil meer. Ik wil mijn eigen business en ik wil vrijheid en ik wil meer geld verdienen, want ik wist dat het kon. En er is toen tegen mij altijd gezegd van, hey, luister, als jij je eigen business wil, ja, weet je, hou er wel rekening mee. Je hebt investeerders nodig en heel veel bedrijven werken niet. En maak nog eens je school af, want, ja, wat dan als het niet lukt. Toen kwam ik eigenlijk, lang verhaal kort, kwam ik op dropshippen terecht. Werd super succesvol. Ik had opeens een andere manier gevonden dan de mensen altijd tegen mij hebben verteld. En ik dacht van, weet je, ik zit hier nu in het buitenland. Ik heb mijn eigen online business. Ik ben zonder geld of grote investeringen ben ik gestart. Ik ben zonder kennis of ervaring gestart. En binnen no time kon ik mijn school opzeggen. Kon ik gaan reizen. Kon ik mijn droomleven leven. En ik dacht van, hé, wacht eens even. Ik wil dat meer mensen dit weten. Ik wil dat weet je, waarom is dit mij niet verteld? En waarom moet ik degene zijn die dat tegen andere mensen vertelt, weet je wel? Dus vanuit die gedachte om echt mensen te helpen, dat ik echt dacht van, ik heb iets gevonden, ben ik eigenlijk gestart. En nu starten natuurlijk steeds meer mensen met een cursus of een coaching business. Puur omdat ze denken dat dat een goed verdienmodel is. Ja. En focussen eigenlijk eerst op zichzelf in plaats van op hun studenten. En daar ben ik, ja, hoe meer erbij kwamen, hoe meer ik ook werd geclassificeerd, zeg maar, als één van hun. En dat begon een beetje aan me te knagen, waardoor ik dacht van, weet je, ik wil niet die guru zijn die alleen maar cursussen loopt te verkopen. Maar ik wilde juist die ondernemer zijn. En ik was in die tijd natuurlijk ook al met veel meer andere dingen bezig dan alleen e-commerce of alleen maar met cursussen, weet je wel. Maar ik dacht van, weet je, laat mij gewoon nu eventjes achter de schermen een project opzetten dat los staat van mijn bereik. Want het is lekker makkelijk om iets succesvol te maken terwijl het bereik waar we liggen, weet je wel. Waar niks mis mee is overigens. Maar ik dacht van, weet je, ik wil gewoon nu iets vanaf de grond op weer mega groot maken en laten zien van, hé, wacht eens even, ik heb die skills die andere mensen niet hebben. Om vervolgens dat weer te kunnen delen aan de doelgroep, zodat ik weer met iets nieuws zou komen, zeg maar. Netjes, man. Dik. Even voor, hou de mic dichter bij je mond, denk ik, man. We hebben nog geen koptelefoon, dus we weten niet precies hoe het geluid is. Goed, maar voor de mensen, voordat ze weten, zo weg horen vliegen. Dan. Ja, precies. Okay. Ik ga hem stil houden. Netjes, man. Netjes. Maar dicht bij je mond. We zijn een workout. Je kan ook gewoon achteruit. Maar ga je alleen maar show. We hebben wel steady gewoon op onze buik geleund. Gewoon lekker lui. Precies. Zo, kijk. En niet te veel flexen, anders krijg je allemaal DM'tjes binnen. Dat moet je ook niet hebben.
Dus je bent veel voordat... Koen gaat gewoon een heel ander gesprek hebben. Koen heeft al een paar slokjes whisky op, volgens mij. Dat is een slecht idee. Ja. Het wordt ook alleen maar erger, hoor, naarmate ja, je geslokken neemt. Als hij op is, heeft hij kan vullen. Ja, gewoon ja, bijvullen. Hey, we gaan niet sowieso kant lang weg. Voordat we echt beginnen. Ja. Oh ja, proost. Laten we proosten. Dat is belangrijk. Proosten. Proost. Lekker, man. Heel geer. Proost. Amp is gegeten vandaag? Ik ook niet. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Dus, maar de vrouw is er in de keuken naakt te koken. Die staat te koken, dus komt helemaal goed. Ja. Maar jij bent dus aan de slag gegaan. Heel veel dingen e-com. Je dacht, ik wil mezelf eigenlijk een beetje distancieren van dat hele cursusplaatje. Ja, dat, en eerlijk gezegd, ik had ook misschien een beetje een identiteitscrisis of zo. Ik was Joshua Kaats, de dropshipper, weet je wat. Ik dacht van, wacht eens even, ik ben veel meer dan alleen een dropshipper. En, ja. En tuurlijk, ik heb heel veel mensen geholpen met heel veel trots. Maar ik was meer dan alleen dat, weet je wel. En... dus ik dacht van ja, weet je, laat me gewoon nu even iets anders doen. Opzetten vanaf niks. Dus dat. En hoe is dat dan gegaan? Want dan denk je, oké, ik wil iets anders op gaan zetten. Nou ja, we weten allemaal, je kunt 10 triljoen dingen doen tegenwoordig in ondernemerswereld. Ja. Van een cash cow channel tot een affiliate marketeer. Ja. Nou ja, noem het maar op. Ja. Jij bent iets heel anders gaan doen. Ja. Iets wat je niet veel hoort om je heen. Wij hebben er ook wel een tijdje naar gekeken. Je hebt wel van die influencers die uitleggen hoe je dat doet, maar dat is... super klein. Ja. En zeker nu de boel weer een beetje lager ligt, is het niet meer hip. Dus dan dooft het allemaal gelijk weer uit. Precies. En wat ben je gaan doen en hoe ben je daar gekomen? Ja, goeie. Ik ga zo meteen... Oké. Er zijn een aantal dingen die ik erover wil delen. Want waarom heel veel mensen blijven vastzitten met op de hoe. Ja. Maar ik heb heel erg gefocust van wat wil ik bereiken. En ik wilde namelijk iets voor de lange termijn. Iets duurzamers. Iets... waar mijn eigen zicht niet voor nodig was, maar wel in lijn lag met wat ik deed. Dus ik wist heel erg van welke richting ik zeg maar op wilde, maar niet wel welke invulling het precies ging krijgen. Dus wat ik heb gedaan, ik was iets meer op de achtergrond gegaan. Ik heb de coaches meer naar de voorgrond gestuurd voor de leden van de Academy. Alles geautomatiseerd. Ik was meer op de achtergrond bezig van oké, wat ga ik nu opzetten? Wat wordt mijn volgende grote move? En mijn eerste move was, ik was bij iemand terechtgekomen... wat ik net achter de schermen al een beetje vertelde, maar ik hou het nu iets cryptischer, zeg maar. Om een brand op te zetten. En dat kwam eigenlijk net op het goede moment. Want zij had een investeerder nodig. Het concept vond ik super, super vet. Ik dacht van, weet je, dit kan echt iets zijn voor de toekomst. Dus op die manier waren we bij elkaar gekomen om dat brand op te zetten. En dat kwam echt op dat moment heel goed op mijn pad. Maar iets wat... Toen wat nog interessanter was, is dat ik met een connectie van mij uit Dubai... die was naar Nederland gekomen. We hadden samen hier iets in Nederland. En hij was bezig met een NFT-project. En ik wist op dat moment niet wat het was. Ik wist dat plaatjes waren. Ik wist dat mensen zeg maar een plaatje kochten van een aap voor $1000. En ze verkochten dat weer voor $2000. Dus ik dacht van ja, oké. Leuk, interessant. En het is ik zie dat niet als business opbouwen, maar ik zie dat als hosselen. Juist. En het is prima natuurlijk, want je kan er heel veel geld mee verdienen. Maar ik zag dat niet echt als, maar kan ik er echt een business mee opbouwen of zo? Alleen toen vertelde hij dus van, ik ben niet aan het inkopen en verkopen, maar ik ben een eigen project aan het maken. Oké, hij is zelf plaatjes aan het designen of wat is hij aan het doen, weet je wel. Van, nou, het zal wel, was er heel druk mee. Ik zei tegen hem van, oké, hoeveel ga je er dan mee verdienen? Hij zegt tegen mij, 3 miljoen euro. Is goed. Toen dacht ik, oké. Maar nog interessanter, want toen ik hem had ontmoet in Dubai, toen heb ik hem uitgelegd wat een bitcoin was. Dus ik wist dat zijn... Dus kijk, normaal gesproken zou je denken van... oké, hij is qua crypto-kennis of NFT-kennis... is hij dan heel ver of heel groot. Maar een paar maanden daarvoor had ik hem uitgelegd hoe een bitcoin werkte. Terwijl ik ben ook geen bitcoin-expert of zo. Maar in de basis gewoon van... joh, bro, investeer in bitcoin, crypto, je moet dit doen. Dus ik dacht van... hij kan niet heel veel verder zijn qua kennis dan ik. Dus de volgende vraag die ik hem stelde is van... in hoeveel tijd ga je die 3 miljoen verdienen? Hij zegt, ja, 4 weken. Toch wel, 4 weken, 3 miljoen... ik zoek naar iets anders, weet je wel. Ik dacht van, what the fuck? Dus ik dacht van, hey, kan ik dat ook? En zullen we dat misschien samen doen? Of weet je, hoe werkt dat? Hoe kan ik ermee starten? En op dat moment zag ik een mega opportunity. Uiteindelijk zijn 3 miljoen, volgens mij 8 miljoen geworden of zo. Het is echt helemaal crazy. Oh, niet niks. Dus ik dacht toen van, hey, wacht eens even. Dat is hetzelfde met dropshippen. Toen ik begon met dropshippen in 2017, er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn geweest die het dropshipmodel voorbij zien komen. Er zijn ongetwijfeld meer mensen geweest ergens in Nederland die dachten van, hey, ik ga een cursus maken, want dat is er nog niet. Alleen ik was een van de eerste die daarop insprong, die daadwerkelijk actie ondernam en actie nam op die opportunity. En dit zag ik eigenlijk als een gelijkwaardige opportunity. Ik dacht van, weet je, op dit moment zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die hetzelfde zien en hetzelfde doorhebben wat ik zie. En dat zal waarschijnlijk alleen maar meer worden. Dus wil ik hier een succes van maken en niet achter de feiten aan gaan lopen, moet ik nu actie ondernemen.
En dat is het moment eigenlijk dat je een opportunity ziet. En je denkt van oké, weet je, ik zie iemand die er succesvol mee is geworden. Als hij dat kan of als zij dat kan, dan kan ik het ook. Alleen of het gaat slagen, dat is letterlijk aan mezelf. Dus op dat moment heb ik gedacht van oké, dit is zo'n mega opportunity. Ik ga er alles over leren. Ik ga alle mensen connecten die ook maar iets van crypto, NFT's afweten. Ik ga die markt onderzoeken. Ik ga met mensen praten. Ik ga een team opzetten. Ik ga kijken wat ik nodig heb. En ik ben eigenlijk gelijk gaan starten. En op dat moment ben ik eigenlijk een beetje in NFT's gerold. En hebben we eigenlijk in... kijk, ik kan het project natuurlijk niet zeggen. Dat ligt allemaal een beetje gevoelig en zo. Ik kan wel wat details geven over het project. We hebben uiteindelijk dat project hebben we in december ongeveer gelanceerd. Super succesvol geweest. Ook echt 8 miljoen euro aan omzet binnengehaald. En echt 1,5 uur tijd of zo. 8 miljoen in 1,5 uur tijd. Dat is heel bizar hoe je dat ziet binnenkomen. Ja, dat krijgen dropshippers niet voor elkaar. Dat krijgen dropshippers niet voor elkaar. Nee, absoluut niet. Dus dat was eigenlijk waar ik mee bezig ben geweest. En dat lag ook een beetje in lijn met wat ik wilde. Van, ik zag daar echt een potentie in. Omdat op de lange termijn echt... super dik brand van te maken, om allemaal vette dingen te doen in de Web3 space. Echt helemaal vet te maken. Het project was super succesvol geweest. Heel veel trading voor je moet de secondary market. Dus voor de mensen die het verdienen dan niet kennen, aan de ene kant verkoop je de NFT's. Hoe het werkt is, je maakt zeg maar een community, dus je maakt echt een brand zeg maar. Dus je maakt vraag voor die collectie die je hebt van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, even 10.000 stuks. Uiteindelijk hadden wij een community van 250.000 mensen. Nou, hoe werkt dat? 250.000 mensen willen die 10.000 stuks zeg maar kopen. Wij verkopen die 10.000 stuks voor bijvoorbeeld $800 per stuk. Nou, totale sell-out, 8 miljoen is allemaal heel leuk. En op het moment dat 10.000 mensen zeg maar zo'n NFT kopen, zijn het dus 240.000 mensen die hem niet hebben kunnen kopen tijdens die lancering. En als mensen het zo vet vinden om bij die community te horen, om onderdeel te zijn van het project, dan gaan mensen die op de secondary market kopen van andere mensen voor meer geld. En het interessante van het model is dat wij dus 10% pakten aan transactiefee, zeg maar, voor iedere transactie die gemaakt is. En dat was echt mega. Hoeveel is daar uiteindelijk dan? Want je hebt zeg maar die initial pump van 8 miljoen. Ja. Hoeveel komt daarna nog zo'n soort van aan tail end revenue binnen? Kijk, ik zou zeggen ongeveer tussen de 1000 en 1300 Ethereum is er teruggekomen uit secondary sales. Op dat moment stond Ethereum rond $4000 of zo. Wow. Dat zal zijn tussen de 4 en 5 miljoen extra. Dus dat is gewoon letterlijk meer dan de helft van wat er initial wordt gedraaid. Gewoon nog erboven. Ja, ja, zeker weten. Grijp. En dat loopt door nu nog. Dat stopt niet. Nou, dat loopt nu niet door. Kijk, uiteindelijk hebben we met dat project hebben we wat problemen gehad met... Kijk, wij hebben op dat moment... Daarvoor was er een hele hype met 2D art. En dan weet ik veel, mensen gingen gewoon op Fiverr artiesten. Het zag er niet uit. Mm-hmm. Wij dachten van, weet je, hoe kunnen we nou iets waardevols neerzetten? Dus het eerste waar we over dachten van, oké, het eerste waar we op kunnen verbeteren is de art zelf. Dus wij waren een van de eerste met 3D art. Met echt een hele goede, wereldwijd bekende artiest er ook bij. Uiteindelijk hebben we heel veel gedoetjes gehad met zijn artiest, met zijn management. Hij zag ook geld. Ik kan er vanwege NDA's allemaal niet heel veel over vertellen. Maar dat was gewoon heel veel gedoe geweest. Waardoor we heel erg vastliepen op de plannen die we hadden met het project. Waardoor we uiteindelijk het project hebben overgedragen aan de community in... Het zal april, mei ongeveer geweest zijn. En zij runnen nu verder. En wat wel vet is om te zien, al die projecten die zeg maar toen in dat moment gelanceerd zijn. Er zijn er zeker na onze, zijn we heel vaak gekopieerd. Heel veel projecten zijn daarna gelanceerd, ook uitverkocht. Maar ik denk 80-90% van al die projecten die bestaan nu niet meer, of die hebben een floor price van super laag. Yes. En dit project dat wij gelanceerd hebben op dat moment, de floor price is nog steeds hoger dan de mintprijs. Dus de waarde van één NFT is nog steeds meer dan iemand tijdens de lancering aan ons voor heeft betaald. Dus dat is wel iets wat uniek is. Komt dat dan door de grootte van de community? Omdat je in het begin die 250.000 mensen hebben kunnen verzamelen die... Kijk, er zijn heel veel communities die groter zijn geweest. Alleen het gaat meer om de kwaliteit van de community. En wij hebben wel echt een mega sterke en kwalitatieve community gebouwd in die tijd. Ja. Daar plukken de nieuwe founders nu nog steeds de vruchten van. En daardoor is het ook een project wat graag overgenomen wilde worden. En daarom is het ook een project dat van al die projecten als een van de weinigen nog een stabiele hoge floor price heeft. Ja, ik weet ook nog wel dat jij toen een paar namen noemde van mensen die interesse tonen en zo. Ja. Daar zitten echt lijpe mensen tussen. Oh, mijn hele DM stond vol. Op dat moment, jongen, dat was echt geweldig. Mijn hele DM stond vol met allemaal blauwe vinkjes. Allemaal mensen, grote influence, internationaal. Die allemaal wilden promoten voor een Ja, maar je zegt influencers, maar ook gewoon niet supersterren, maar gewoon zeg maar. Echt ook celebrities. Ja. Juist, ja, lijp. Ja, gek is dat eigenlijk, hè? Ja. Wat ik me nog wel afvraag dan, is dat... Oké, jouw connectie. Hij zegt van, oké, het project wordt straks 3 miljoen waard.
Ja. Wat voor pluspunt heeft hij dan om jou erin te betrekken? Het is niet dat ik betrokken ben bij zijn project. Alleen hij was gewoon enthousiast over hetgeen wat hij vertelde. Kijk, toen ik hiermee bezig was, ik wist dat ik bij jullie pol. Ik was ook enthousiast, weet je wel. Ja, man. Weet je, hij heeft indirect heel veel nieuwe miljonairs gemaakt. Precies. Ja, je had ons toen ook gemotiveerd. We hebben nog een hele fucking onderzoek gedaan van oké, is dit iets interessant waar wij iets mee willen gaan doen? Ja. En dat komt eigenlijk ook mijn volgende vraag. Want kijk, veel mensen kijken naar jou met hey, dit is een nieuw businessmodel. Kan ik het van Joshua leren om het ook te doen? Ja. Is dit iets waar ook een beginner met 2000 euro spaargeld iets mee kan doen? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Kijk, het is sowieso nu de markt is anders dan toen. Ja. Nu een project uitverkopen, zeker voor dit geld, is vrijwel onmogelijk. Of je moet echt met een of andere lijpe utility komen, helemaal gedokt zijn, een goed team, goede connecties in de space. Er zijn nog projecten die het doen, maar het is best wel lastig. Plus je moet best wel wat investeren. Wij hadden voor het eerste project, denk ik, ze de 4 en 5 ton euro geïnvesteerd. Zo. Dat is wel echt... En waar zit dat hem dan in? Kijk, wij hebben dat helemaal uitgezocht. Ik heb daarvoor nog een project gedaan. Dat zat denk ik 30k eigen geld, maar die hebben we uiteindelijk niet gelanceerd. Nee? Nee, omdat we dachten van, kijk, we wilden wel echt iets neerzetten. We konden lanceren en natuurlijk kan er wat geld uithalen. We wisten aan de ene kant van, nee, het gaat niet uitverkocht worden. Aan de andere kant wisten we van, de community gaat er geen winst op pakken. En we hadden niet echt een lange termijn visie met het project, snap je? Dus toen hebben we gezegd van, weet je, we pakken ons verlies gewoon. En we gaan nu kijken hoe we echt iets groots kunnen neerzetten. Waar de holders ook blij mee zijn. Waarvan wij echt een project hebben waar we echt trots op kunnen zijn, weet je wel. Dus vandaar hebben we dat eerste project toen niet gelanceerd. Ja, want dat is volgens mij ook wel in die soort van NFT cowboy periode veel gebeurd. Dat mensen hun gezicht soort van verbrand hebben binnen een community. Mm. Omdat mensen, wat je zei, gewoon Fiverr art, maar wel fucking slim waren met marketing. Ja, maar ook kijk, weet je wat het is? Je ziet het ook met crypto. Kijk, Bitcoin, weet je, het is gedeeld door weet ik voor hoeveel gegaan. Ethereum is gedeeld door hoeveel gegaan, weet je wel. Grote blue chip projecten zoals Bored Ape. Gingen van 160 Ethereum naar nu, weet ik veel, 80, 90 of zo. Mm. Op het moment dat het goed gaat, ben je de grote held. Als je als founder naar voren bent getreden van een project. Op het moment dat het wat minder gaat, dan heb je alle poppen aan het dansen. Weet je? Ja, zo is dat gewoon hoe het werkt. En dat is de reden voor mij geweest om sowieso niet te doxen bij het project. Maar ook de reden geweest dat ik nu een beetje voorzichtig ben. Dat ik niet echt verteld heb hoe of wat. Weet je? Altijd mensen die een mening hebben. Je bent altijd een target natuurlijk. Ja. Dus ja. Ben je niet bang dat omdat je het dan niet zegt, dat mensen dan ook gaan zeggen, oh ja, maar als hij het niet zegt, dan zal tuurlijk, het wel weer een malafide project zijn. Mensen gaan nu kijken, mensen gaan nu onderzoek doen, welke projecten zeggen lanceren. Ja, mensen gaan nu mensen hebben alle informatie genoteerd, nee, december, ik 3D. Ik heb de raarste complottheorie heb ik voorbij zien komen. Ook in andere projecten waar ik niks mee te maken heb, wordt mijn naam genoemd van, oh, er zit Joshua Kaats achter. Nee, mensen hebben geen idee. Ja. Voor iedereen die dat wil doen, verspil je tijd lekker niet. Want als je het wel ontdekt, maakt het ook geen enkel verschil in het leven van Joshua en die eigen leven ook niet. Nee, ik zou je tijd lekker investeren in je business of skill aanleren. Precies. En dat is dus, kijk, is het voor beginners? Nee, dat is absoluut niet voor beginners. Maar de reden dat het mij wel is gelukt om daar succesvol in te worden, en dat is ook wat ik mensen probeer mee te geven, is puur omdat ik ervaring en skills heb. Kijk, heel veel mensen die focussen zich op bijvoorbeeld dropshippen. Mm-hmm. Die focussen zich op een speciale strategie of een gouden formule. Maar dat is niet wat je op lange termijn succesvol maakt. Strategieën, social media platformen, dat soort dingen veranderen, weet je wel. Die trucjes die veranderen. En hetgeen wat niet verandert, zijn de skills die je ontwikkelt. De manier van denken, hoe je marketing doet, hoe je een community opbouwt, hoe je met klanten omgaat, hoe je een product perfectioneert, hoe je je marktonderzoek doet, hoe je de perceived value van iets zeg maar neerzet, hoe je mensen met je meekrijgt, hoe je een mooi verhaal maakt, storytelling, dat soort dingen. Dat heb ik natuurlijk toegepast op mezelf als personal brand. Op mijn e-com businesses. Op een brand heb ik dat toegepast. Op affiliate marketing. Weet je wel, al die dingen. En dat op het moment dat je die skills opbouwt als ondernemer en er komt dan een opportunity op je pad, dan kun je heel makkelijk, wat het businessmodel ook is, wat het trucje erachter ook is, kun je er heel makkelijk op inspelen. Ja. En dat is waar je denk ik als ondernemer op zou moeten focussen. Ja, klopt wel. Ja, daar moet je ook een bepaalde zekerheid uit halen, denk ik. Ik denk dat er best wel veel succesvolle ondernemers zijn die als, neem dropship als voorbeeld, veel blokkades, dit werkt niet meer. Oh ja, dan ben ik mislukt als ondernemer en ga verder. Terwijl je die hele, eigenlijk de mental fortitude soort van, dus het feit dat je om kan gaan met tegenslagen, dat je daarop kan handelen, teams kan managen, dat soort dingen. Ja, dat kan je soort van kopiëren naar heel veel andere businessmodellen. Dat is het. En ook met het eerste project wat ik net vertelde, 20-30k geld weg, poef, verdwenen. Ja, oké, veel mensen zouden dan zeggen van, ja, zie je, het werkt niet. Het is niks voor mij, ik heb het geprobeerd,
Vertellen tegen vrienden, ja, nee, is niks, joh. Ik heb 30k in geïnvesteerd en het is allemaal niks geworden. Versus ik die zeg van, oké, weg. Dan doe ik nu 5 ton. Precies. Ja, we gaan verdubbelen. Precies. Ander verhaal. Nee, maar omdat ik wel toen heb gezegd van, oké, het is mij niet gelukt. Maar hem is het wel gelukt. Ja. Dus wat betekent dat? Dat betekent of dat hij mega mazzel heeft gekregen. Mm-hmm. En de kans dat ik die mazzel krijg is niet heel. Maar ja, het is geen loterij. Het is gewoon een strategie volgen. Mm-hmm. Ik heb waarschijnlijk niet de juiste stappen doorlopen. Ik heb waarschijnlijk niet de juiste dingen gedaan. Dus ik moet kijken naar mijn verlies, evalueren. Wat heb ik gedaan? Hoe kan ik verbeteren? Wat voor resultaat heb ik behaald? Ben ik er niet tevreden over? Wat kan ik doen om het resultaat wel te behalen? En probeer het gewoon weer opnieuw. That's the name of the game. Maar dat is hoe het werkt. Hoe doe je dat dan? Want kijk, iemand nu wil beginnen met dropshippen, easy. Coaches, die hebben gewoon een track record. Ja. Die weet, daar kan ik het volgen, kan ik het leren. Maar in jouw geval, nieuwe markt, voor jou onbekend. Er zijn geen NFT-project cursussen. Nou, ik heb ze wel eens langs zien komen, maar zeker toen was dat er nog niet. Nee, ja, kijk, het is gewoon... ik denk ook dat je als ondernemer niet afhankelijk moet zijn van de cursus. Kijk, op het moment dat er een coach was geweest, of er was een cursus of een mastermind die mij had geleerd hoe je een project zou moeten runnen, had ik heel veel fouten in die eerste twee projecten had ik niet hoeven maken. Dus was ik sneller bij succes gekomen. Maar ik denk als je een echt ondernemer bent en je wil het, je hebt de juiste mindset, je hebt de juiste skills, je wil het echt bereiken, ga je het sowieso halen. Ja. Kijk, als jij wil dropshippen, dan kan je zeggen van ik ga het allemaal zelf uitzoeken. Dat kan en waarschijnlijk ga je het ook wel redden. Alleen als je het via mij doet, dan heb je het waarschijnlijk sneller. En dan maak je bepaalde fouten niet. Dus kost het je onderaan de streep waarschijnlijk minder geld. Ja, het is toch ook dat is het. Dus ik zie ook heel veel mensen die dan afhankelijk zijn van een cursus of een coach of zo. Ja. Maar je bent de enige die verantwoordelijk is voor jouw succes bij jezelf. Maar ja, dat is nu toch ook met je NFT-project. Het is niet zo dat je alles in je eentje hebt uitgezocht. Nee, zeker. Je hebt nog steeds een team om je heen met experts. En dat is ook weer een skill. Hè? Kijk, wil je dit alleen gaan doen? Ja, succes. Maar op het moment dat je weet hoe je de juiste mensen kan vinden, bij je kan houden. Ik had natuurlijk al een team, weet je wel, van mensen waarvan ik kan zeggen van, yo jongens, we hebben iets nieuws, laten we hier opduiken. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen die je meeneemt. Ja. Dat is wel gek, ja. Maar wat is dan voor jou de reden geweest om hier nu open over te zijn? Want je kan het ook geheim houden. En dat is misschien, in sommige situaties, dat ook een veiligere optie. Het zeker weten. Je weet nooit wie je mening gaat hebben, weet je wel. Ja. Maar kijk, aan de andere kant denk ik ook van, nog iets. Ik heb dat project gedaan. Je moet je voorstellen, je zit daar met je team. Je lanceert. Bab, in één keer ben je 8 miljoen rijker. Aan min 500.000 kosten, zeg maar. Natuurlijk moet het project runnen en die krijgt nog een percentage. Kijk, ik was niet de enige aandeelhouder. Laten we dat ook even vooropstellen natuurlijk. Maar opeens ben je een paar miljoen euro ben je rijker. Nou, nog een project gedaan. Weer, weet je wel. Op dat moment ga je ook heel erg denken van waar doe ik het voor? Daarna, ik heb heel veel in Ethereum je wordt natuurlijk, je betaalt je team en alles betaal je allemaal in euro's. Dus je bankrekening gaat naar beneden. En je krijgt crypto, krijg je betaald. Dus je crypto portefeuille gaat zeg maar omhoog. Nou, ik heb ook heel veel in Ethereum laten staan. En dat betekent dat ik in één keer een hele grote groei heb meegemaakt van bam, een paar miljoen erbij. Mm-hmm. En met de crash heb ik weer meegemaakt van bam, een paar miljoen eraf. En dan ga je nadenken van wat vind ik nou echt leuk en waar haal ik nou echt voldoening uit? Want dat geld heb je gezien, snap je? Ik bedoel van ik had mijn geld eruit kunnen halen, kunnen investeren, ik had nooit moeten werken. Dus dat had ik kunnen doen. Dat was letterlijk de realiteit. Maar je hebt dat geld gezien en dan ga je nadenken van oké, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Wat vind ik leuk? En dat is ook een van de redenen dat ik nu weer ben begonnen met Dropship Academy. Dat ik daar weer een ziek plan voor heb. Ook met de skills die ik weer heb opgedaan van hoe kunnen we dit nou weer het grootste, het beste, het meest lijpen maken. Daar hebben we vette ideeën voor. Daar zijn we nu ook al mee bezig. Maar ik kwam er in die periode achter van wacht eens even. Hetgene waar ik echt mijn passie uit hou is niet nog een NFT-project doen bijvoorbeeld. Maar degene waar ik mijn passie uit hou is echt gewoon een impact maken in Nederland. Een legacy opbouwen. Ja. Mensen inspireren. Mensen helpen. Er komen nog wekelijks komen mensen naar me toe. In clubs, in restaurants, op straat. In mijn DM nog dagelijks. Van, yo, Joyce, jou in de sportschool van de week nog iemand. Van, yo, jou ben ik gestart met mijn business. Super vet. Jou is mijn leven veranderd. Dit zijn mijn resultaten. Daar haal ik voldoening uit. Mm-hmm. Snap je? En dat staat in precies. Natuurlijk, het is een goed verdienmodel. Natuurlijk wil ik er veel geld mee verdienen. Absoluut. Ja. Maar hetgeen wat echt vooraan staat bij mij is gewoon echt die passie om echt een impact te maken in het leven van andere mensen. Ja. Want dat is ook de reden waarom ik ben begonnen. Toen het nog niet zo'n interessant businessmodel was. En nu ik ook dat andere geld heb gezien, weet ik van oké, dit is gewoon mijn ding en dit wil ik gewoon blijven doen. En daarom zeg ik ook van, door dit verhaal wat ik heb ik kan nog 25 podcasts vullen met echt alles wat er gebeurd is in die NFT-periode. En dat wil ik ook kunnen delen aan mijn community. Want er zitten zoveel interessante lessen in. Zoveel interessante inzichten in.
waarin ik andere mensen weer gewoon mee kan inspireren op het gebied van mindset en manier van denken. Maar ook gewoon hele praktische tips die mij sterk hebben gemaakt ondernemen. Waar ik andere mensen mee kan helpen in hun eigen e-commerce business of in een coaching business of wat dan ook. Mm-hmm. Zoals we net zeiden, het gaat niet om het volgende trucje. Het gaat om die set aan skills en die ervaring die je meeneemt en die je opbouwt. Ja, ik vind het best wel ziek wat je net zei. De reden bijvoorbeeld dat jij nu weer terug gaat naar het dropshippen is het coachen. Dat je daar heel veel voldoening uit haalt omdat andere mensen progressie maken. En je ziet eigenlijk dus andere mensen groeien. Ja. Dat je dat echt het leukste vindt, toch? Dat is het leukste. Is het leukste en echt gewoon die voldoening krijgen en die waardering van mensen, weet je wel. Dat ik gewoon... Ja, maar dat heb ik dus... Als je doodgaat, wat wil je dan? Zoveel mogelijk geld verdiend hebben of weer doodgaan? En dat je indruk achterlaat. Is waar. We hebben met Tja bijvoorbeeld in 2017, 2018... We hebben een hele nieuwe movement gestart van jonge ondernemers. Ja, en dat zijn dingen waar ik trots op ben. Ja, je hebt wel echt, jullie hebben echt een lijpe movement ongeacht hoeveel geld je verdient, weet je wel. Het gaat er uiteindelijk om hoeveel lives je verdient. Dat is letterlijk bij ons ook. Bij mij is dat ook geweest. Shout out daarvoor naar jou vooral. Dat ik in die tijd, ik keek altijd naar Gymshark, vond ik super inspirerend. En ik zag die gasten en toen was ik op een gegeven moment een kledingmerkje begonnen. Nou, ik had niet eens payment providers op mijn website, zeg maar. Zo weinig wist ik van business. Niks, gewoon makkers van mij gingen kopen, tikkies en shit. Ja, gewoon echt super ghetto. Ik wist gewoon echt niet wat ik aan het doen was, maar het leek me tof om te ondernemen. Ja. En toen was jij de eerste in de omgeving, want ik wist jij komt uit Nieuwegein of die omgeving. Ja. En ik zag dat jij ineens best wel hard ging. En toen dacht ik van, oh shit, maar... Je weet toch, kijk, mensen in Engeland konden het doen, dacht ik al. Maar toen dacht ik van, als deze persoon het kan... Dan kan ik het ook sowieso. Ja. En daardoor is dat hele balletje gaan rollen. En daardoor hebben wij nu die podcast, waardoor we ook weer heel veel impact maken. Ja. Dus een soort van de ripple in time of zo die je achterlaat is fucking groot. Precies, en dat is mijn why geweest. En dat is ook de reden waarom ik heb gedacht van jongens, luister, die Academy, die moet gewoon nu keer 5 keer 6. Niet qua aantal leden voor mij, maar qua impact die wij kunnen maken, zeg maar. Dus met dat soort dingen ook. En ook alleen al het resultaat delen, weet je wel. Dat kan al... Er kan nu iemand kijken die denkt van, wat heeft hij gedaan? En dat kan weer een nieuw level. Kijk, vaak denk je aan plafonds, weet je wel. Ja, ik had ook plafonds in de businesses die ik tot nu toe heb gedaan. Alleen dit is weer een nieuw plafond. Ja. Snap je? Mm-hmm. Heb je dan nu een soort van wat je zegt van, ja, nu het deed je beseffen dat je zoveel geld verdiende, dat eigenlijk je why ergens anders ligt, niet in geld. Maar je hebt nu wel, zeg maar, een bepaald plafond aan wat je verdiend hebt in een project. Heb je dan nu niet wel ook nog zoiets van... hé, maar dan wil ik nog iets lijpers doen dan dat? Of is dat eigenlijk weg, dat gevoel? Nou ja, kijk, ik weet wat mogelijk is. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om niet alleen als hoofdprioriteit te kijken naar het geld. Maar gewoon echt te kijken van wat vind ik, hoe wil ik... Kijk, ik heb altijd natuurlijk geroepen lifestyle over business. En dat preach ik nog steeds. En ik heb best wel met Academy ook en e-com heb ik best wel een lifestyle business. En ik vind dat gewoon super vet. Ik denk dat heel veel ondernemers die eerst zijn gegaan voor vrijheid, uiteindelijk in een soort van situatie komen dat ze toch een verkapte corporate gaan worden. In ieder geval als ik kijk vanuit mijn situatie. Ik ben natuurlijk begonnen omdat ik digital nomad wilde worden. En ik reisde de hele wereld over en ik vond het echt allemaal fantastisch. En uiteindelijk heb ik mezelf betrapt in een situatie dat ik hier 2 auto's heb. En ik heb een kantoorpand fysiek met een heel team. Nu niet meer, maar toen dan. En ik had een huis gekocht en nog een huis gekocht. En voor je het is, zat ik vast, weet je wel. Dus het is echt heel goed om te kijken van... Wat wil je zelf? Hoe wil je dat jouw lifestyle eruit ziet? Wat zijn de dingen waar je op dagelijkse basis je geluk uit haalt? En voor mij is dat uiteindelijk gewoon echt vette dingen neerzetten in Nederland. Om mensen te helpen en om een impact te maken. En gewoon echt een movement neer te zetten. Want je zegt wel heel duidelijk Nederland. Dat vind ik wel opvallend. Is er een reden dat je zegt, want je hebt ook heel veel coaches die zeggen, we gaan Nederland... Mijn English is nog zo goed. Nee, dat is de enige reden. Ja, ik weet niet, ik ben gewoon nu comfortabel in Nederland. Ja. Kijk, ik sta natuurlijk op het punt om te emigreren ook. Ja. Misschien ook zo over hebben. Ja, zeker. Maar voor nu was mijn leven altijd een beetje hier. Tenminste, ook met de mensen online en zo, veel Nederlanders. En misschien ga ik ook nog een keer die switch maken, maar nu voel ik me hier gewoon comfortabel. Ik denk dat er nog heel veel te halen valt uit Nederland. Qua impact. En ik denk van weet je, als het allemaal zo groot is zo meteen, dat ik denk dat het buitenland een logische stap is, ga ik dat wel doen. Alleen nu voelt het voor mij nog niet logisch. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel juist sterk vond. Ik heb ooit, het was volgens mij een podcast of een video of zo met de eigenaar van, hoe heet die schoenen? Maison Garments, volgens mij. Ja. En die zei toen ook, toen werd volgens mij door JJ Bosker een vraag gesteld van, waarom gaan jullie niet Duitsland, weet je, als je Duitsland erbij pakt, fucking grote markt, gas geven en überhaupt gewoon internationaal. Zei hij, weet je wat het is? Benelux draait voor ons fucking goed en wij doen dat super goed. En de stap om buitenland te gaan doen is weer zoveel aan investering, risico, dit, dat. Hij zei, ik vind dit super dope.
Dus ik blijf dit gewoon doen. En dat vond ik wel echt sterk. Van dat je ook bij jezelf kan herkennen van... hé, we kunnen ook hier gewoon alles eruit halen. En dat is ook prima. Ja, precies. Ja, dat heb ik ook een beetje. Ik ben best wel benieuwd. Ik heb met mijn oude bedrijf zat ik wat meer naar educatie. Gaf training voor studenten. Allemaal shit wat ze eigenlijk niet op school kregen. Qua studeren, qua focus, qua motivatie. Die bewezen methode leerde ik hun. En die mensen waren altijd fucking blij. Want ik dacht, ik zit 15 jaar lang op school. Ik heb dit nog nooit geleerd. Ja. Nou zit ik ook heel vaak te denken. Dropshippen is eigenlijk iets wat jij in 2-3 weken kan leren. In plaats van 4 jaar. Oh ja, easy. Easy, zeg maar easy. En dan ben je er zijn de HBO-studies over e-com. Dan denk ik van, bro, je hebt 4 jaar nodig. Het moment dat jij begint op die studie en je gaat weg, dan is er al zoveel veranderd in de tussentijd. Wat de fuck ben je aan doen? En voordat überhaupt die lessen zijn gemaakt door de docenten en zo, is het ook al achterhaald. Ja, door, maar wie zijn die docenten? Ja, weet ik niet. Geen flauw idee. Maar zijn er mensen die een succesvol e-commerce bedrijf hebben? Of durf ik niet te zeggen. Nou, ik wel, nee. Maar wat ik jou wil vragen is van... is dat niet ook een volgende stap? Van online bereik je natuurlijk superveel mensen... maar als je op een gegeven moment gaat samenwerken met scholen... ik denk dat die klassen vol en vol gaan zitten. Ja, ik weet niet of... Ik weet niet of dat een goede stap is. Ik weet niet hè? Of scholen de juiste doelgroep voor mij is. Want kijk, laten we eerlijk zijn... ook als je kijkt naar een gemiddelde klas... en hoeveel klas heb je gezeten? Veel waarschijnlijk. Hoeveel mensen daarvan waren echt gemotiveerd? Weet ik niet. Om een business te starten. Is zo, maar daar komt wel iets heel interessants. En ik denk als mijn marketing goed is, dan bereik ik die mensen op scholen wel. En als zij met mij iets willen doen of zo, of willen leren, dan vinden ze me wel. Ja. Ik heb wel eens lezingen op scholen gegeven, man. Ja, ik denk dus op een gegeven moment, en kijk, omdat gewoon scholen gaan steeds meer achterlopen in bepaalde richtingen, bepaalde opleidingen. Kijk, bijvoorbeeld als je dokter wil worden. Hé hey bro, je hebt gewoon die opleiding nodig. Zo simpel is het. Als ik een hersentumor heb en iemand gaat met zo'n naald in mijn brein, dan wil ik wel bro, dat ik heb cursussen gevolgd, man. Maar bijvoorbeeld marketing en zo. Je ziet dat steeds verder gaat achterlopen. Ja. Denk je niet gewoon dat op een gegeven moment mensen zeggen van ja, fuck de hele marketing. Ik ga gewoon die Dropship Academy ga gewoon volgen. Nee, want dat is zekerheid. Ja, maar dat Dropship Academy, kijk, jij laat superveel resultaten zien. Ja. Succes op succes op succes. Ja, maar ik wil wel iets breder gaan. Kijk, ik sprak bijvoorbeeld vorige week al iemand in de sport gewoon naar me toe. Die zei, Josh, ik wil even bedanken. Ik zeg, oké, ik ken hem niet. Ik zeg, als je sport bent, iemand zegt, hey, bedankt. Voor wat? Voor de reps gewoon, man. Voor de reps. Nee, hij zei, bedankt, want door jou ben ik begonnen met je cursus en dit. En dan zei ik vooral even, hoe gaat het nu met je e-com business? Hij zegt, nee, ik doe geen e-commerce. Oh, wat dan? Hij zegt van, ik heb nu een full service digital marketing advertisement bureau. Zo, en een volle mond. Je hebt het nog onthouden, hè? En misschien zeg ik het verkeerd, hoor. Dus als je kijkt en ik zeg het verkeerd, sorry. Maar dat laat zien van, kijk, wat wij leren is natuurlijk als doel om een dropship business op te zetten. Maar wat je leert zijn eigenlijk een set skills die je op die business kan toepassen. Waar ik het in het begin ook weer over had. Ja. Je moet marketing snappen. Je moet leren hoe je moet adverteren. Je moet leren hoe je producten vindt. Je moet de juiste product market fit vinden. Je moet weten hoe je de juiste doelgroep moet bereiken. Je moet weten hoe je goed converterende productomschrijvingen maakt. Je moet weten waarom een productpagina goed is en waarom niet. Je moet weten hoe je die data leest. Je moet weten hoe je een koude bezoeker kunt converteren tot een betalende klant. En al die dingen die ik noem, is op elke business van toepassing. Snap je? Dus er zijn ook heel veel mensen die eerst dat volgen en denken van, dropshipping vind ik misschien niks. Maar wacht eens even, de dingen die ik heb geleerd op het gebied van marketing, die zijn zo interessant, dat ga ik nu ergens anders op toepassen. Ja, dat is precies wat ik gedaan heb, man. Ik ben ooit begonnen met dropshippen, brand gestart. Ja. De hele tijd een brand gerund. Six-figure soort van brand van gemaakt. En toen ging dat op een gegeven moment minder, ben ik ermee gekapt. Maar toen wou ik gaan solliciteren, want rekeningen waren hoog en ik moest ergens geld vandaan halen. Ben ik gewoon naar een agency gestapt. Ik zei gewoon, luister, ik heb 30 rug uitgegeven aan Facebook ads. Dit is mijn ervaring. Ik bouw website, CRO, kan het allemaal. Ja. Gelijk aangenomen op een fantastisch loon. Hoger dan iedereen ingezet. En dan zeg ik niet dat iedereen dat moet gaan doen. Maar zelfs daar kan je al zien van, zelfs een mislukte dropshipper, die gewoon veel geleerd heeft, kan daarna die skills gewoon gebruiken. Dat heeft me meer geholpen dan mijn kutdiploma dat ik heb. Ja. En om dat aan te vullen. En je hebt meer geleerd. Waarom? Dat je het in de praktijk hebt gedaan. Je hebt niet naar de cursus gekeken en denken van, oké, ik ga die cursus kijken. Nou, leuk. Over 2 maanden gaat iemand vragen stellen over die cursus. Ga ik die vragen beantwoorden. Hey, ik heb een diploma. Nee, je hebt de theorie. Heb je geleerd? Heb je in de praktijk gebracht? Trial and error. Gekeken van, oké, hoe werkt het dan uiteindelijk? Je hebt gespeeld met die resultaten, je hebt ervaring opgebouwd en met die ervaring ben je daar naartoe gegaan. En ik denk dat dat voor een bedrijf veel waardevoller... Ja. Als iemand bij mijn bedrijf komt,
Je hebt twee mensen die solliciteren. Eentje zegt, luister, ik heb gemiddeld een 8 op mijn hbo-diploma en ik heb dat en dat gedaan. En voor die docent... Nee. En er is een andere persoon die zegt van, luister, ik heb deze ervaring, ik heb dit en dit gedaan voor dit bedrijf. Ik heb mijn eigen bedrijf nog even opgezet. Ja, oké, ik ben misschien niet super succesvol geweest, maar ik weet wel hoe het spelletje werkt. Dus ik kan, dit kan ik allemaal voor jou uit handen nemen. Dat zou ik jou kiezen. Ja, tuurlijk. Ja, logisch, en dat is ook logisch. En dat is denk ik ook wel een soort van nieuwe manier van hiring. Dus aannemen, zeg maar. Ja. Die je meer hoort nu ook wel en meer ziet. Zeker nu er zo'n... Kijk, nu is het lastig, want het is natuurlijk ook een grote vraag naar mensen. Dus echt elke stoeptegel met een papiertje die wordt aangenomen. Bij de meeste bedrijven, maar... Helemaal als je loodgieter bent. Ja, heb je gehoord hoeveel nieuwe mensen de opleiding deden of opleiding hebben afgerond? Ja, dat is even helemaal side note. Loodgieters is een heel groot tekort aan. Ja, hoeveel loodgieters zijn er, denk je, dit jaar begonnen met de loodgietersopleiding? Ik heb echt geen idee. Gooi eens een nummer, wat denk je? Van heel Nederland. 15.000 mensen. 16. En niet 1000, maar gewoon 16. 16 mensen. 16? 16. Ja. Ik dacht 15.000, 16.000. Nee, 16 mensen zijn begonnen met de opleiding loodgieter. Ja. Maar dat is insane. Oké, ik kan niet heel veel mensen beledigen nu, want er zijn maar 16 mensen in heel Nederland. De kans dat iemand ook maar als die opleiding heeft gedaan, dit kijkt, is klein. Sorry. Van al die opleidingen die er zijn, alle dingen die je kan doen. Waarom zijn er loodgietersopleidingen? Ja, maar tegenwoordig verdien je dus best goed ermee. Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Als je dan toch niveau, wat is het, 1 of 2 of whatever doet. En je ziet maar ik kan heel veel van die beroepen vinden, zou ik leuk vinden, weet je. Oké, deze kast die je ziet. Ja, hard. Heb jij gemaakt, hè? Heb ik gemaakt. Met mijn linkerhand, nee. Deze kast is custom made. Ja. Leuk. Dat snap je? Ja, heel snel. Anyway. kijk. Hij heeft een glaasje whisky, joh. Maakt niet uit. Oh, dat gaat helemaal mee. Je moet niet eten en dan whisky drinken. Maar maakt niet uit. Deze kast, custom made. Dat ding, handwerk allemaal, weet je wel, echt top. Ik kan me voorstellen, als ik een niveau 1 of 2 opleiding moest kiezen, en ik moest het met mijn handen doen, fucking vet. Weet je hoe dankbaar beroep het is als je op vette plekken komt, je ziet iets, je ziet het voor je, weet je wel. Je gaat dat maken op de wens van de klant, je levert een eindproduct aan. Fucking dik. Ik snap dat. Super dik, weet je wel. Mm-hmm. Zou ook iets voor mij kunnen zijn. Niet ik nu heb meer, zelfs maar... wel vroeger, zeg maar. Ja, in plaats van ondernemen kon dat ook een richting exact. Zijn. Ik zou liever, aannemer zijn. Ik zou liever dat doen, oprecht. Ja. Dan dat ik op kantoor ga zitten, een van de administratieve baantjes. Ja, want dat was een van de eerste dingen maar, die ik ook zei. Ja. Loodgieter. Ja, respect voor loodgieters, maar. Ja, loodgieters. Dat is dus als je nu gewoon een zzp'er bent. Ja. Je bent knaken. Kun je eigen prijzen kun je bepalen. Ja, en als je slim bent, hè, als je nou een manier. Ik hoop zo erg dat mijn wc nooit verstopt. Ja, is het niet normaal. Je bent gewoon veel centen eraan kwijt. En dat is met al die dingen. Wat ik heb daar ook wel eens over naast denken. Bijvoorbeeld aannemer. Lijkt me ook teringhard. Oh, aannemer is... Veel knaken mee verdienen. Je kan fucking vette projecten. Zo. Gewoon, je hebt een project. Iemand zegt, ja, dit en dit lijkt me tof. Je gaat het helemaal laten uitwerken. En uiteindelijk is realiteit. Kan je er doorheen lopen. Ja. Lijkt me teringdik. Maar je besteedt het wel uit. Ja, maar dat is het gedeelte. Je delegeert het wel. Maar de strategie heb je zelf. Niet per se alles. Niet alles. Niet alles natuurlijk. Ja, ik heb het gehad. Ik ben recent verhuisd. Yeah. Toen wouden we visgraad vloer. Toen ging ik opzoeken. Wat dat is duur, hè? Ja, ik was fucking veel om dat te laten leggen. Ik vorige huis had ik het ook. Dus mijn pa die had een grote bek. Die zegt, ik heb dat 15 jaar geleden een keer gelegd. Dat doen we wel. Oh, dat is het moeilijkste vloer om te leggen. Dat is echt een tyfuswerk. Ja. Maar hij zei, weekend komt goed. Hij met een vriend. Weekend was echt... De woonkamer was half klaar. Yeah. Zei tegen mij, ja, pik. Handen uit de mouwen. Je moet gewoon gaan helpen. Yeah. Toen heb ik die hele week gewoon vloeren gelegd in mijn nieuwe huis. En het was kutwerk en echt respect naar iedereen die vloeren legt. Want je hele rug en je knieën gaan naar de cholera. Maar het is wel gewoon keihard. Elke keer als ik binnenkom in mijn huis, kijk naar die vloer. Ik denk, ik heb die ding er wel gewoon ingelegd. Ik kan niet met je meepraten. Want ik heb twee linkerhanden en ik ben super lui met dat soort dingen. Maar ik kan me voorstellen dat het echt een geweldig gevoel is. Het is echt fucking vet. Ja, man. Hoe zou het dan voelen als jij hier met superhandig, hè? Je hebt alles gemaakt. Je hebt alles gemaakt, custom made, past precies. Ja, nu ga je verhuizen. Om het in één keer een stuk moeilijker om ook afstand te nemen van je huis. En dat merk ik wel aan heel veel mensen van zinnen van die heel veel zelf kunnen. Raakt heel erg gehecht aan de locatie waar je daar op dat moment zit. Terwijl dat soms niet wat jij zegt. Dat kan namelijk ook een probleem zijn als je gewoon vast zit aan één locatie. Ja, ik denk ook dat een skill is om niet gehecht te zijn aan heel veel dingen. Precies. Eens. Bijvoorbeeld dat crypto dat zeg maar verdampte, weet je wel. Dat geld. Mm-hmm. Tuurlijk, is het zonde? Ja, je gaat nadenken van wat had ik ermee kunnen doen. Oh, ik had eruit kunnen cashen. Ik had, als ik het uitgecashed, ik dit kunnen doen en dat kunnen kopen en dit en dat. Maar voelde jij je beroerd daarom? Of kan jij dat makkelijk voor je afzetten?
Weet je, ik kan het wel makkelijk van me afzetten. Ik denk dat ook dat ook een skill is, weet je wel. Kijk, ook dit huis, er zit zoveel geld in, zoveel tijd in, zoveel liefde in. En nu ga ik na 1,5 jaar ga ik verhuizen, weet je wel. Ja, natuurlijk is dat zonde. Maar ik denk van ja, weet je, uiteindelijk moet je je keuzes maken los van wat je hebt of wat dan ook. En gewoon kijken. Want heel vaak wordt het beperkt door dat soort dingen, weet je wel. Dan willen we eigenlijk iets doen. Van nu bijvoorbeeld, ik wil emigreren. Ja, maar ik heb nog een huis. En dat laat je dan uiteindelijk, houd dat je misschien nog net in Nederland, weet je wel. Ja. Dus daarom denk ik dat het goed is om juist niet gehecht te zijn aan spullen en dingen. En... Ja, maar je vertelt ook dat je dus, eigenlijk wil je dus niks in eigendom hebben. Wat... Voorlopig niet, man. Nee. Ik heb in een korte tijd natuurlijk heel veel opgebouwd qua spullen. Ik had 2 auto's voor de deur en wat ik net al zei, kantoorpand en een huis en weet ik veel wat. En ik dacht onbewust ergens ook toch nog een beetje het idee van als je dat hebt, dan heb je een soort van zekerheid, een soort van dat soort volwassen fase eigenlijk waar je in komt, weet je wel. Ook als je tegen andere mensen vertelt. Exact. Precies. Maar uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat ik de afgelopen jaren zoveel heb gereisd natuurlijk. En ik ben in het buitenland, in Dubai, in Bali, in Thailand, ben ik zoveel gelukkiger. En mijn levenskwaliteit is zoveel hoger dat ik nu gewoon denk van ja, weet je, ik weet het eigenlijk wel. Toch heb ik keuzes gemaakt die iets anders laten zien. En ik blijf door het huis nog een beetje in Nederland. Maar ik denk van weet je, ik moet nu gewoon een keer de keuze maken. Nu gewoon een keer in het diepe. En misschien is het een goede keuze, misschien niet. En dat is maar één manier om erachter te komen. Ja. En dan voor iedereen die kijkt of luistert, wat is dan nu je plan? Want je zegt, je hebt al een paar keer gezegd, je gaat weg, ja, je gaat pleiten. Ja. Wat ga je doen? Wat is je plan en wat is de reden daarachter? Hoe ga ik dit vertellen? Ik reis veel. En dat is ook de reden dat ik ben begonnen met ondernemen, digital nomad worden. En ik merk gewoon die digital nomad, wel op een iets luxere uitvoering, zeg maar. Maar die zit nog steeds heel erg in me. En ik merk gewoon als ik in Bali ben en ik rijd daar op een scootertje. Die mensen hebben helemaal niks, maar ze zijn super gelukkig en ik kan super goed met ze viben. En het maakt niet uit wat voor horloge je om hebt. Je kan beter daar geen horloge om doen dan wel. Het maakt niet uit wat ze auto hebben, want iedereen heeft gewoon dezelfde skere scooter, weet je wel. Ja. Het weer is lekker, het is super goedkoop. Er is een hele community. Je kan de hele dag kan je dingen doen. Je kan lekker naar het strand, je kan lekker eten, je kan overal werken. Mm-hmm. Er zitten heel veel ondernemers daar. Ik level met heel veel mensen, mensen zijn nu al open. Als ik daar ben, ik denk van ja, het is super relaxed. Landen zoals Dubai is iets anders. Daar is het allemaal een beetje gezien en gezien worden. Een beetje, maar ook weer door die luxe die je daar hebt, weet je wel, word je heel erg gemotiveerd om te knallen aan je business, om meer uit jezelf te halen, dat soort dingen. Komt ook wel door de rekeningen, denk ik, die daar binnenkomen. Dat je je kan het zo duur maken als je zelf wil. Je kan het overal duur maken. Kijk, ja, zeggen wel eens van, weet je, Bali is goedkoop, maar als je in Bali een Lambo koopt, die is trouwens nog 2 keer zo duur daar door alle belasting. Maar heb je daar überhaupt wegen? Zeg je? Heb je daar überhaupt wegen waarop je kan rijden met een Lambo? Ja. Nee, ik zou niet adviseren. Nee, de scooter is veiliger. Ja. Dus, wat is mijn punt ook weer? Je kan in alle landen wonen, in Dubai kan je ik ben gewoon in andere landen merken. Kijk, het is heel lekker om thuis te komen. Als ik dat zat ben, dat ik van, ik ga even naar huis. Ik vlieg dan naar Nederland en ik ben hier, weet je. Dat is een super lekker gevoel. Maar voor de rest, ik denk als ik 2 weken thuis ben, heb ik al heel erg de urgentie om weer weg te gaan, weet je wel. Dus ik ben gewoon wel echt iemand die gewoon lekker houdt van reizen. Dus vandaar dat ik heb gezegd van weet je, ik ga me in Dubai vestigen. Omdat ik ook heel veel mensen heb in Dubai. Ik vind Dubai gewoon superleuk. Belastingstelsel is wat voordeliger in... Ik heb het ook wel eens gehoord, ik zou niet weten, man. In Dubai, zeg maar. En ik denk van ja, dat zou voor mij gewoon een logische volgende stap zijn. Ja. Oké, als jij, random vraag. Als jij een top 5 mag geven van de landen, van je favoriete landen. Want je bent digital nomad, toch? Ja. Dus Bali heb je ertussen zitten. Dubai vind je natuurlijk geweldig. Maar wat voor andere plekken staan nog meer op je lijstje? Lijstje waar ik naartoe wil of lijstje waar ik lijstje gewoon wat, wat je favoriete plekken zijn. Is dat Marbella? Zijn dat ook nog andere gek. Nee, even kijken. Ik vind Thailand vind ik heel vet. Thailand ben ik echt begonnen. Dat is gewoon, heb ik een bepaald gevoel bij. Ja, dat is niet te evenaren. Bali vind ik super chill om gewoon een paar maanden per jaar te zijn. Dubai vind ik super chill om een paar maanden per jaar te zijn. Daarnaast vind ik landen in Europa vind ik ook chill. Dus Spanje vind ik super relaxed. Ja. En... Toch wel, Marbella bijna. Nee. Oké, waar in Spanje dan ongeveer? Ja, wel de hoek van Marbella, maar niet Marbella. Net op het hoekje. Valencia. Ja, ergens. Op Marbella, wat jij wilt. Is goed. Marbella. Marbella. En voor de rest 5. Eentje. Of ga ik verder vaak heen, man? Of waar wil je nog Kaapstad heen? Hoor je ook man. Vaak. Ben je daar Kaapstad? Wel geweest? Ja, man. Niet geweest, man. Wil ik wel geweest. Ja, 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 ja. Kom ook best wel Nederlanders. Ja.
Ja, man. Dus praat ook in Nederland. Zelfde tijdzone ook. Dus het lijkt heel erg op Nederlands. Ja. 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 Dezelfde tijdzone ook. Of 1 uurtje verschil of zo. Dat is ook wel echt relaxed met werken. Ja, ik had een vriend van mij. Nee, maar wel Azië is veel. Dan word je wakker en Nederland slaapt nog. Heerlijk. Als jij gewoon op een normale tijd wakker wordt, zeg maar 8 uur. De eerste 6 uur van jouw dag is nog niemand wakker. Ja. Maar dat, geen bericht, helemaal niks. Dat heb je in Dubai ook wel, toch? 3 uurtjes of zo? 3, 4 uurtjes? Ja, dat is 2 uur later. Of zo. Ja. Ligt eraan, het zomer of wintertijd. Ja. Ja. Maar dat is zeg maar de reden waarom mensen zeg maar om 5 of 6 uur opstaan. Als je een uitslaat, dan is je voordeel weg, weet je wel? Ja. Maar dat doe je niet, toch? Je bent ondernemer, toch? Niet elke ondernemer. Wil je het daar nog even over hebben? We hadden het wel in het backstage over. Ja, nee. Ja. Het is wel een gedisciplineerde ondernemer, maar dan rookt hij vape. Ja. Ja. Nee, maar kijk, als jij bijvoorbeeld uitstraalt dat je heel erg gedisciplineerd moet zijn, dat je altijd sport. Dat je bijvoorbeeld als een Andrew Tate. Ja. Die maakt een video. Ik weet niet of je die video hebt gezien met die vape. Die heb ik vast wel gezien. Ja. Precies. Dat ze gewoon zeggen van ik kan geen vape roken. Die ding kost een euro. Hey, als je denkt dat je daar geen kanker van krijgt. Dan ben je een idioot. Ja. Maar als je daarna zelf een vape loopt te roken. Ja. Dan is het niet meer echt geloofwaardig. Dat is anders. Want dan noem je een specifiek voorbeeld. Wat hij basht en dan doet hij het zelf. Dat is anders. Waar we het denk ik over heb. Is mensen hebben het over discipline. En over ondernemerschap. En weet ik veel wat. Ja. Dus je creëert een bepaald beeld van iemand. Op Instagram in hun hoofd. Snap je? Mm-hmm. Maar dat beeld is. Kijk, wat iedereen op social media doet. Is ze laten alleen maar hun beste kant zien. Ja. Dus het beeld dat jij van iemand hebt. Is heel anders dan de realiteit. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel mensen. Die ik heb ontmoet. Kijk. Als ik zou roken, ik rook niet, maar zelf ik zou roken, zou ik dat niet op camera doen, snap je? Het kan zo zijn dat ik een succesvol ondernemer ben, maar ik rook. Ja, snap je? Als je mij dan off-camera zou zien en ik zou een sigaret opsteken, zou je denken, hé, die gast rookt, wat is er mee aan de hand? Ja. Want ik weet bijvoorbeeld heel veel influencers, heel veel YouTubers, ik ken heel veel mensen uit deze game, snap je? Mm-hmm. Heel veel mensen roken, maar niemand laat het zien, dus het is heel raar om hun te zien roken. Ja. Maar dat komt omdat wij een bepaald beeld van iemand hebben. Kijk, niemand is perfect. Kijk, je kan super gedisciplineerd zijn. Je kan super gezond bezig zijn. Maar in het weekend kan je een keer een pilletje doen op een festival. Ja, toch. Op het moment dat je dan, dat je dan die persoon tegenkomt, kaakschaatsen. Te denken van, hè? Nou, dat lijkt me dus ook fucked up. Kijk, dat is iets wat mij heel lastig lijkt. Aan. Wij hebben nu ook steeds meer dat we wel bijvoorbeeld herkend worden op festivals, whatever. Maar wij hebben in een podcast al gezegd, we drinken, we roken, we gebruiken drugs wel eens. Snap je? We doen gewoon alle dingen die een gemiddelde fucking jongvolwassene doet. Een gemiddelde junk doet. Een gemiddelde junk. Functionele junk is dat eigenlijk. Wij doen gewoon wat een gemiddelde junk ook doet. Exact. Als je wil kopen, stuur een DM. Maar, hoezo nou weer dat accent erbij dan? Ja, zeg, omdat ik een racist ben. Ja, dit is mijn come-out, ik ben racistisch. En junk. En een junk. Ja, dan kan ik het weer een soort van goed praten, dat ik altijd helemaal zo'n duidelijk ben. Je bent ook zo van zielen, dan ga ik je niet slaan of zo. Precies, nee. Ja, laat maar gaan. Maar, het punt was, dat heel veel mensen, wat mij fucked up lijkt, influencers die soort van heel beeld creëren van, perfecte relatie, fit, vroeg opstaan, dit, dat. Als die dan op een festival staan naar de kloten en mensen herkennen hun, is het kut. Denk je, shit, weet je wel, ik wil niet dat mensen me zo zien. Nou ja, kijk, als je zoveel pillen op hebt, dan ben je niet in staat dat je iets kut vindt, maar... Nee, oké, okay. Maar achteraf kan je dat wel kut vinden, toch? Kijk, ik ben redelijk, ik deel wel over business, ik deel ook bepaalde onderwerpen, deel ik expres niet, snap je? Dus daar weten mensen ook niks over, snap je? Dus ik deel bewust niks bijvoorbeeld over mijn liefdesleven. Mensen hebben geen idee, mensen weten niet wat ik daar... Natuurlijk, mensen kunnen dat uitzoeken. Maar in principe maak ik een bewuste keuze om niks over te delen. Hetzelfde met drugs. Je hoort mij daar nooit over praten. Ja. Ik doe ook bijna geen drugs, maar ik ga wel eens naar een festival. En als mensen mij dan zien, dan hebben ze wel het beeld van... Oh, Joshua Kaat, dat is die ondernemer, dat is cursus, e-com, nu NFT's, vastgoed, dat soort dingen. Reizen en dan zien ze mij lopen op een of ander hardcore festival met zo'n scheef gezicht. En dan, dan denken mensen ook van... Hè? Ja, maar mensen vinden dat toch juist, in ieder geval dat merken wij. Het compliment dat wij een hele lange tijd het meest kregen over onze podcast was... Ja, we vinden het fucking tof wat jullie doen, want jullie zijn zo real. Ja. Ik vind dat zelf, ik heb dat nooit een soort van USP gevonden. Omdat ik denk, het is meer kut als je niet real bent dan dat het goed is om real te zijn. Ja, maar dat is slaat dat op. Ik vind van mezelf ook dat ik real ben. Alleen sommige onderwerpen, denk ik van, het heeft geen nut om dat nu te roepen of zo. Maar als iemand het mij vraagt...
Ja, dan, in jouw situatie snap ik het ook wel. Ja, bij ons is het ook anders. Wij zitten uren te lullen in een microfoon. Ja, dan zeg je wel eens wat. Ja, precies. Dan ga je slap lullen. Ja, moet het nou terug gaan zoeken en eruit gaan knippen? Nee, ja, nooit precies, gedaan ook. Dus, maar ik vind het relaxed. Want wij hebben wel gehad dat we op een afterparty van een bepaald feest stonden. Zwaar naar de kloten. Ja. En dat er iemand... Hey, kerels. Of laatst was een gast die DM'de ons. Van, hey boys, ik had jullie toen gesproken. Jullie zeiden toen dat jullie een podcast deden. Dit, dat. Nu kom ik jullie tegen. Fat toe, dit, dat. Ja, dat is gewoon lachen, toch? Ja, daarom man. Maar ik kan ook wel begrijpen, je hebt ook een leuk huisje hier. Routjes lopen daar. Wordt er af en dan wordt er hier ook wel een feestje. Doe wel lang over koken, man. Ik weet niet. Er worden weinig feestjes gehouden hier, moet ik zeggen. Ja? Ja. Is dat omdat je heel erg op jezelf en wat meer privé erin bent? Of boeit het jou helemaal geen reden? Kijk, het is leuk om zo'n huis te hebben, maar hetzelfde met een boot. Je moet zelf geen boot willen hebben, je moet vrienden hebben met een boot. Want dan word je uit. Je moet ook niet zelf feestjes geven. Je moet uitgenodigd worden op feestjes. Want dan kom je daar. Doet je ding. Je hebt het leuk. Als je wil slapen, ga je naar huis. Bel je taxi. Ja. Maar als je hier een feestje gaat geven. Ik zit te kijken van. Kijk. Wel, alles is duur en zo, weet je wel. Ja. Tapijt. 11 ruggen. Rolex. Wie? Rolex. Nee, dat is een nep. Als iemand. Die kotsen op mijn tapijt of zo, dan word ik weer boos. Mental, weet je wel. Mm-hmm. Het is ook wel zo, kijk, alles heb ik nieuw gekocht, snap je? Dus het is ook van, je wil niet dat je huid, dat je wakker wordt met een kater. Je loopt door je woonkamer heen, alles is fucked up. Ja, dat is wel zo. Ja. Dus maar, het is meestal niet thuis, meestal dus gewoon ergens anders. Ja, meestal wel. En als we ergens naartoe gaan of zo, we gaan naar een feestje of iets. Dan nodig ik wel mensen hier uit, weet je wel. Maar niet dat ik hier... 60, 70 man dat rondlopen naar de kloten, weet je wel, dat moet niet hebben. Nee, begrijp je. Het is ergens ook wel jammer. Soort van, het zou ook wel lauw zijn als je soort van gewoon zoveel fuck you money hebt of zo. Dat je, hey, want ergens is het wel niet, dik, toch? Het gaat niet eens om geld, maar het gaat gewoon om het gevoel. Het is gewoon geen zin, man. Het is zoveel. Het is best wel. Het is mijn privé setting ook, dit, hè? Mijn private area, snap je? Ja. Dus je wil daar niet 70 man zo doorheen. Banjeren met... Hey, 70 is, ik vind 70 ook wel veel, man. Mijn visa's zijn 10, 20 man max. Ja, maar 70 kan dan niet, geef ik wel eens visa's. Ja, precies. Ja, dat is, ja, bro, 70 man. Kijk, het hele ding is, als er mensen op het feest zijn die ik niet ken, waar ik niet ooit een goed gesprek mee gehad heb, dan hoef je sowieso niet te komen. Nee, behalve vrouwtjes. Leuke vrouw. Jij hebt je vriendin. Ik heb al 6,5 jaar vriendin, dus ik hoef geen vrouwtje. Ja, man. Ja. Je kent haar ook, toch? Wie dan? Jenna. Oh ja, tuurlijk. Nee, die ken ik wel. Als je kijkt de podcast, dat die jongen allemaal uitvoert. Maar hoe is zij met jouw ondernemersding dan? Want 6,5 jaar, dat is ook pre-ondernemers. Ja, zeker man. Zeker. Dat is, nou, ik was altijd wel al, ik wil geen 9-5. Ik wil iets maken van mijn leven of zo. Maar ja, in het begin als je dat zegt, dan denkt iedereen, ja, oké. Okay. Goed verhaal. Zij dacht van, oh, hij wil geen 9-5, dus hij heeft meer vrije tijd. Maar nu werk je 9-12. Nog wel. Dat is een beetje waar het dan op aankomt. Kijk, het is wel... Ik merk dat we wonen nu ook samen sinds een tijdje. En dan moeten we wel gesprekken hebben over... Oh, rest in peace. Ja, ik vind het echt top. Nee, geintje. Ik kan er echt van genieten. Maar ja, het is wel schakelen. Als in van, zij heeft bepaalde normen en waarden en kijk op het leven. En als je daar als ondernemer mee aan de haal gaat... Meer onzekerheid, of in ieder geval wat door andere mensen perceived wordt als onzekerheid. Ja. Lange uren, zeker nu in de fase waarin we zitten. Weet je, we hebben een podcast, eigen bedrijven, verschillende dingen. Je moet gewoon fucking veel tijd erin stoppen. Ja. En ik heb ook nog 4 dagen een vaste baan. Ja. Dus ik ben van 6 tot 10 aan het werk. Ja, daar moet je wel gesprekken over hebben van oké, ik zie je nu wel erg weinig. Hoe gaan we dat fixen? Hoe ga je dat doen? Hoe fix je dat? Ik denk continu op zoek naar een balans, dan volledig uit balans zijn. Dan zegt zij weer van, joh, fucka. En dan weer meer balans zoeken. En dat, dat gewoon een beetje. Ik kan daar geen soort van definitief antwoord voor geven. Mm-hmm. Ik vind het is lastig gewoon, man. Maar je vindt het wel chillen nu je samen woont? Ja, omdat ik kan tenminste gewoon thuiskomen, bij haar zijn. En dan heb je tijd samen. Maar ja, tegelijk heeft zij daar weer een heel goed argument tegen. Van ja, oké, maar dan wordt het samen leven, niet samen zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Het is wel een ander verschil natuurlijk als jij... Kijk, stel je hebt allebei je eigen leven. En je spreekt af. Je doucht je aan. Boekt in een restaurant. Je gaat naar het restaurant toe. Ja. Dan neem je er mee naar huis. Het is wel echt puur quality time, zeg maar. En dan is het... Anders is het tijd voor je komt gewoon thuis. Je bent chagrijnig, voel moe, koffie. Ik ben nooit chagrijnig naar geregeld. Maar ik hoor je. In ieder geval, je komt thuis. Hey, schat, het is normaal. Het is routine. Het is niet meer dat... Ja. Ja, je moet dat afspreken.
Ja. Wij hebben gewoon, ik heb letterlijk momenten in mijn agenda, dat spreken we gewoon af. Ja. Oké, boom, dan ben jij vrij, dan ben ik vrij. Oké, dan gaan we die dag wat doen. En dat moeten we gewoon 1 keer per week minimaal afspreken. Mm. Want anders ga je inderdaad langs elkaar heen leven. Ja, ja dat is belangrijk, gewoon man. Gewoon echt een dateavond hebben. Gewoon echt apart, ja, elke week. Ja. Maar het is grappig, want als heel veel mensen, zeker als ze jonger zijn, die horen dingen. Ze zeggen, nou kaka man, je gaat toch niet samen wonen. Date night, gaan afspreken, dit, dat. Luister, dat is een relatie. Ja, weet je, dat is gewoon ook... En wat ik moet ook tegelijk zeggen... Kijk, wat ik heel fijn vind aan haar ook wel... is dat ik soms thuis kom en dat zij me er even uit kan trekken. Ja. Dus dat ik even van... Ja, luister, ja, oké, je hebt het omzetten en dit en dat, weet je. Ja, ja, ja. Kom gewoon even chillen. Ja. Dat is wel goed. Dat is wel belangrijk aan een vrouw... die je ook gewoon eventjes met beide benen op de grond... Want er is natuurlijk een leven ook buiten business... en buiten dat soort dingen. Ja. Het is wel belangrijk om mensen om je heen te vertellen... of het nou vrienden zijn of je vriendin... die je af en toe even terugtrekken van... Hey, wacht even. Mm-hmm. Maar heb jij ooit het probleem ervaren dat voor een ondernemer, de meeste ondernemers die helemaal in hun beginfase, die nog 70, 80 uur in de week gewoon keihard werken, dan is bijvoorbeeld 4 uur besteden aan een chick, een van de chicks, kan ook, maar dat best wel gewoon veel tijd is om te investeren, toch? Koen heeft op zichzelf gesnitcht. Maar dat best wel veel tijd is om te investeren. Als je kijkt, en heb je ook wel eens gehad dat zo'n persoon dat niet kan accepteren. Dat zij zegt van ja, maar ik wil gewoon 2 avonden, 3 avonden met je zijn. Anders vind ik dat helemaal niet genoeg. Kijk, ik denk mannen en vrouwen zijn sowieso anders dan elkaar. We hebben andere behoeftes. Het ligt er ook aan wat voor partner je hebt. Kijk, als je een vriendin hebt die zelf ook ondernemend is. En zelf een business heeft. Die kan wat meer meekomen in die gedachtes. Mm-hmm. Nee, we moeten ook niet vergeten. Wij als ambitieuze mannen die iets willen bereiken, die veel met ons business nog bezig zijn. Ook als we niet met ons business bezig zijn, je bent altijd in je hoofd met je business bezig. Mm. Je moet wel, ik denk het belangrijkste is dat je iemand naast je hebt staan die echt snapt waar je mee bezig bent en ook die ruimte geeft. Mm-hmm. Snap je? In mijn geval weet ik van mezelf bijvoorbeeld dat ik periodes heb dat ik all-in, ik ben all-in of een all-out, met alles zo. Ik kan niet... Yeah. Net als met die kickboxwedstrijd, weet je wel, ik moet dan weer alles opsluiten en het beste weer eruit halen. Gaan we het zo nog even over hebben. Ja, lekker man. Maar hetzelfde met werk. Ik kan nu zit ik in een periode op dit moment, we zijn met die 5.0 bezig, hebben die 1-op-1 coaching hebben geïntroduceerd. Bro, nu is het gewoon letterlijk van 's ochtends tot 's avonds gewoon grinden. De hele dag, meetings, dit, dat, zo. Maar ik weet, ik doe dat voor een hogere purpose, snap je? Ik wil dat gewoon op een hele goede manier wil ik dat klaarmaken. Op een hele goede manier wil ik het in de markt zetten. Plus, ik wil zometeen ook dat ik de mogelijkheid heb om daar zometeen weer uit te stappen. Dat alles zo geautomatiseerd is en zo lekker loopt ook weer in het bedrijf. Ja, natuurlijk afgelopen tijd veel met NFT's bezig geweest. Af en toe gaan dingen weet je los. Weer vette ideeën. Mm. En dat kan het zomaar zijn dat over 2 maanden zie je mij op de Malediven zitten. En dan zeg ik, jongens, een hele fijne week. Lifestyle. Ik ga lekker een weekje cocktails drinken. Ja. En dan denk je mensen van, wat heeft hij weer? Of ik ga even naar Thailand en dan zeg ik van, jongens, ik ga even het land bekijken. En ik laat alles lekker doorlopen. En ik ben er gewoon even 2 weken, ben ik er gewoon even uit. Ja, dit is een key onderdeel aan ondernemen wat heel veel mensen missen. Daar hebben wij vanochtend een heel gesprek over gehad. En wij hebben binnenkort ook een evenement. Wees trouwens welkom als het je leuk lijkt. Waar ben ik? 23 september in Utrecht. Ik weet niet of ik in Nederland ben, maar als ik in Nederland ben, ben ik eigenlijk. Leuk man. Leuk. En daar komt ook een gast, Dar Giel. En die helpt mensen om uit hun business te kunnen stappen. Ja. En dat is ook al een heel belangrijk onderdeel. Kijk, heel veel mensen zeggen dropshippen, dit, dat. Oké, ik draai 5.000, 6.000, 7.000 euro winst per maand. Hè? Gewoon, dat gaat lekker. Maar ik doe alles zelf. Of ja, ik heb mijn klantenservice uitbesteed. Ja. Dan kun je nog steeds niet doen wat jij doet. En ik denk dat dat de fase is waar meeste ondernemers, zonder dat ze het weten, naartoe willen, is weg kunnen lopen van het bedrijf. En we hebben net ook jouw rechterhand gesproken, weet je. Dat soort mensen, goede mensen, gewoon alles door laten draaien. Maar dat is een key onderdeel. Ja, dat is een hele belangrijke en ook een hele lastige. Ik denk dat we als ondernemer, het is toch ons kindje, onze baby. Dus we willen toch ergens nog wel een soort van controle houden op die business. Maar ik denk inderdaad, ja, je moet wel dingen uit gaan besteden en je moet wel zo'n situatie creëren dat je eigenlijk niet hoeft te werken, maar alleen wil werken. Maar dat geldt voor sommige mensen. Voor sommige mensen die net beginnen, denk ik van, joh, mond houden, gas geven, 12 uur per dag, gewoon aan die business blijven bouwen, laat maar zien dat je het wil. Discipline, geen feestjes, geen dit, geen dat. En voor mensen die wat verder zijn, die al wat hebben opgebouwd, die misschien te veel zelf doen, inderdaad, denk ik van, joh, wow, besteed dat uit. Automatiseer het. En ik zie aan jou van je bent een beetje opgebrand. Neem even een paar stappen terug. Want op het moment dat je dat ook daadwerkelijk doet, ga ik met een hele andere blik naar die business kijken. En ga ook weer allemaal nieuwe creatieve ideeën krijgen. Want
De reden dat ik ook een beetje frictie kreeg met die Dropship Academy toen. Niet per se met de cursus, maar meer met wat ik deed. Want ik zat zo erg in die business. Ik zat zo in die routine, weet je wel. En door dat NFT ben ik er eigenlijk een beetje uitgegaan. Na die periode heb ik nog even een periode gehad van oké, laat me even nadenken van oké, wat gaan we allemaal doen? En dat zijn de momenten geweest dat ik echt die inzichten kreeg voor mijn huidige business. Dat ik denk van wow, weet je, die kant gaan we op. Ja. En dat had ik nooit gehad als ik continu bleef doorrennen in die business. En niet even dat stapje terug had gedaan. Dat is die fucking uitdaging waar denk ik, wij struggelen daarmee, mensen ja. ook. Ja. Er zijn momenten van gas en er zijn momenten van afstand. Ja. En eigenlijk weet je achteraf pas goed van, dat was een moment dat ik meer afstand had moeten nemen. Ik heb dat met een van mijn brands gehad. Ik had nooit goed timen, denk ik. Ik heb dat met een van mijn brands gehad. Dat ging helemaal kut. En toen achteraf had ik afstand. Toen keek ik terug, dacht ik, dit was easy op te lossen. En ik denk ook, we hebben ook momentum. En een ondernemer, als een ondernemer zich goed voelt, zit hij in momentum. En als hij zich niet goed voelt, heeft hij dat momentum net niet. Dus ik denk ook dat het op een of andere manier heel belangrijk is om dat momenten, op het moment dat je voelt van ik heb het moment, om die vast te houden. Mm. En dan gewoon vol door te gaan. Ik heb nu bijvoorbeeld een periode dat ik echt denk van oké, ik zit nu lekker in het momentum. Nu moet ik niet loslaten. Nu moet ik niet gaan backpacken. Nu moet ik niet een kickboxwedstrijd gaan doen. Nu moet ik gewoon gas geven. Mm. En het is denk ik een hele waardevolle skill wat je alleen maar leert door ervaringen op te bouwen. Ga maar lekker een keer door een burn-out heen. Doe maar lekker allemaal. Dat leer je wel een beetje limieten kennen. Niet dat iedereen nu door moet werken tot een burn-out. Dat is kut. Heb je dat zelf meegemaakt, een burn-out? Ik denk het wel, maar ik wil nooit dat label erop gooien. Ja. Nee. Okay. Ja, maar ik denk dat het ook een skill is om aan jezelf zeg maar, te merken en aan jezelf te voelen van oké, nu is een periode om gas geven. En nu is misschien een periode dat ik even wat rustiger aan moet doen. Wat is dat diepste punt dat je daarin meegemaakt hebt? Wat is een soort van echte moment dat je zag? En dat hoeft niet te zijn dat je geen geld had, maar dat je gewoon mentaal echt aan de grond. Ik denk in sommige gevallen is het misschien wel. Dat kan ik niet zeggen. Ik weet dat niet. Ik ga het anders zeggen. Het kan voelen soms alsof meer geld hebben erger is dan minder geld hebben. More money, more problems. Ja, niet alleen dat. Je hebt zoveel. Kijk, op het moment dat je niet goed voelt en je zit niet lekker in je vel, is het laag, weet je wel, dan maakt het allemaal niet uit. Snap je? Dus ik heb ook zo'n periode gehad. Ik wil niet depressief noemen of burn-out. Ik vind dat een beetje van bam, label erop. En je klassificeert jezelf zo. Een mindere periode. Een mindere periode, inderdaad. Ik denk als ik naar de dokter was gegaan, had ze misschien gezegd van je hebt depressie en burn-out, weet ik veel wat. Ik zat laag, ik wilde ontsnappen uit de realiteit. Ik zat elke dag te blowen. Ik had om mijn gevoel al het geld van de wereld. Tenminste, ik kon doen wat ik wilde. Aan de andere kant had ik gelijk heel veel mensen die aan me trokken. Heel veel dingen die ik moest regelen, weet je. Ik was er gewoon klaar mee. Ik wilde gewoon verdwijnen. Ik had nergens meer zin in. Dus dat was wel een periode voor mij dat ik echt gewoon diep heb gezeten. En dacht van dit hoeft voor mij zo niet meer. Ja, begrijpelijk, man. Begrijpelijk. Ja, dat is heel interessant dat Tibor, die ken jij wel. Ja. Dat hij dat ook, we hebben een podcast met hem opgenomen al een hele tijd geleden. Dat hij dat ook omschreef van mensen die heel vroeg, je hebt een soort van het goede en het slechte. Het slechte is heel diepgaand, depressie, dat soort dingen meemaken. En het goede is alles succes behalen, jij bent de man. Dat als je op een hele jonge leeftijd heel snel naar dat gaat, dan komt er een moment dat je gecheckt wordt naar hier. Ja, nee, dat heb ik ook gemerkt. Zeker. Ja, en dat is vond ik super tof. Of tof, interessant om te zien toen. Dat met hem veel mensen dat hebben. Fucking lauw, het is jullie allemaal gegund. Ja. Nee, maar interessant inderdaad is een beter woord. Van dat hij dat vertelde, dat hele framework. Ja. En dat we volgens mij, ik denk een paar weken daarna zo'n gesprek met jou hadden. Ja. Dat jij echt to a T gewoon uitlegde van het ging zo en toen daarheen en toen moet het uitbalanceren. Dacht ik van je ziet ook gewoon dat die shit echt zo is. Ja. En het is ook heftig, weet je wel. Kijk, ik ben niet mega bijzonder of wat dan ook, weet je wel. Er zijn mensen die gaan 100.000 keer zo hard. Ik klassificeer me ook zeker niet als een van die mensen. Maar ik merk het op kleine schaal, merk je gewoon al, zeg maar, kijk. Tuurlijk, ik ben in een korte tijd veel gegroeid qua business, qua persoon, qua alles wat erbij komt kijken. Inderdaad, more money, more problems, klopt enigszins wel. En ik denk dat het wel iets is waar niet heel erg veel over wordt gepraat. Nee, maar het is ook wel logisch. Kleine doelgroep die er ook daadwerkelijk iets mee kan, toch? Ja, precies dat. Ja. Ja, kleine doelgroep, maar ik wil ook niemand uit die doelgroep erover praten. Nee. Oké, maar dat komt ook omdat je dan zwakte toont. En als je heel hoog niet precies, ik zie het niet als factor, ik zie het als realiteit. Ja, nee, is maar ook zo. Kijk, dat is... kijk, je moet je voorstellen, kijk, vroeger hadden de meeste bedrijven geen eens een gezicht. Ja. Dat was altijd heel erg zakelijk en professioneel. Nu heb je bedrijven op Twitter en die schelden gewoon in hun Twitterberichten. Geweldig. Het wordt steeds persoonlijker. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld... Ja, mensen willen zaken met mensen, niet meer met bedrijven. Precies. En je ziet nu ook steeds vaker dat mensen hun persoonlijke kant laten zien van het ondernemen. Maar ik denk dat we nog in een te vroeg stadium zitten
dat daar al iets omheen is gebouwd. Dus er zijn nu wel mensen die daar hulp bij nodig hebben, die daar open voor staan. Want als je kijkt naar masculiniteit, zeggen mensen wel van oké, er zijn mannen die durven te vechten, maar er zijn ook mannen die durven te huilen. Weet je, dan boeit zich geen reet, want je bent gewoon open in je emotie. En de mannen die dat allebei kunnen, en zelfs ook goed zijn en succesvol zijn in ondernemen, dat zijn er niet zo heel veel. Ja, maar het is toch ook wel een stukje. Kijk, ik heb op een gegeven moment ook een fase gehad, en dat is dan een klein soort voorbeeld, maar dat ik was bezig met mijn studie, die had ik afgemaakt. Mijn bedrijf ging goed. En bijna tegelijk met mijn studie klaar zijn, zeg maar, dat ik echt zelf mijn rekeningen moest gaan betalen, ging het bedrijf gewoon onder water. Ja. Fucked up. Toen moest ik in de podcast, ik zit elke week te vertellen, hey, ondernemer, dit, dat, zo, zo. Maar ik was gewoon aan het solliciteren voor een vaste baan. Ja. Nou, toen voelde ik een soort van een saboteur. Ik dacht van, ja, ik ben hier nu een soort van alles aan het verkondigen, maar zelf ben ik eigenlijk een soort van de 9-to-5 aan het leven. Ja, ja, ja. Om dat toe te geven, kostte mij gewoon, ik moest met hem gesprekken hebben, waar ik bijna moest janken. Dat ik zei, ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet delen. Ook omdat het dan voelt alsof het realiteit wordt. Ja. En dat speelt misschien bij veel mensen. Van op het moment dat ik het ga delen met mensen. Ja, dan is de get out of the bag. Dan is het ook echt. Ja. Anders was het ook wel anders gelopen, denk ik, de podcast. Want we hebben samen echt eroverleg van oké, we gaan hier gewoon een aparte aflevering over maken. Ja, we zeggen 70 afleveringen van ja, je moet gaan ondernemen. En nu is het zo van ja, ik ga toch een baan nemen. Nou, dan maken we daar gewoon een topic omheen. Ja. Ik denk dat het juist is. Het is echt goed om te delen, toch? Want het is heel makkelijk om te roepen van hey, ik denk dat het misschien wel goed is om een tegengeluid te hebben. Van joh, luister, iedereen roept altijd dat je moet ondernemen. Maar wacht eens even, ik moet gewoon de rekening betalen. Ik moet gewoon cashflow hebben. Dus ik moet nu even een baan hebben. En dat kan prima een baan zijn dat in lijn ligt met mijn onderneming. Dat is in ieder geval jouw geval. Ja. Is dat zo? Zeker. Om vervolgens zometeen wel die business te kunnen starten. Ja, man. En dat veel mensen die denken ook. De generatie is wel een beetje verpest. Ja, man. Ik was gisteren bij de opening van restaurant Loft 88 hier in het stadje. IJsselstein, dus als je een lekker happy wil doen. Als je een lekker happy wil doen. Even checken. Is van mijn tante. Oh. En ik zag daar al die mensen, weet je, vanuit een aantal restaurants. En ik ben op mijn 14e ben ik begonnen in de keuken van het restaurant van mijn tante. Ik woonde toen bij mijn ouders in IJsselstein. Ik ging toen fietsen naar Utrechtstad. Dat is 45 minuten fietsen als 14-jarige jongen. Ik denk ik patjes snijden en kaasballetjes rollen en al die klusjes doen, weet je wel. En afwas heb ik heel veel gedaan. Om bijvoorbeeld voor mijn scooter en zo te sparen. En dat was een hele waardevolle journey als ik erop terugkijk. Dat ik gewoon een paar jaar lang gewoon keihard heb gewerkt voor een paar euro per uur. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld de eerste baan die ik had in de corporate bedrijf, dat was een stage. En ik werkte toen bij Belen, zo'n afvalrecyclingsding. Ik werkte gewoon echt in een corporate bedrijf. Dus ik heb daar heel veel meegemaakt van hoe zo'n corporate bedrijf zeg maar werkt. En heel veel mensen willen nu zeg maar. Ik ben heel blij dat ik die dingen heb gedaan. Want je leert daar heel veel van. Ook een andere kijk op het leven dat je misschien niet wil. Maar ook hoe gevestigde bedrijven, zeg maar, hoe ze opereren. Ik denk dat heel veel mensen dat nu niet gaan meemaken. Omdat ze denken van, oh, ik moet vanaf gelijk het eerste moment wil ik een eigen business starten. En heel veel mensen lukt het ook. Ik heb jochies van 14, 15 die lekker gaan met dropshippen. Die gaan nooit een baan krijgen. Luister, we hebben George verpest. Gesproken. Bro, die zijn verpest. Die gaan nooit, maar dan ook nooit meer werken voor tientje per uur. Gaan ze gewoon niet doen. Nee. Maar dat is aan de ene kant goed dat ze in een korte tijd zoveel succes hebben behaald. Maar aan de andere kant, heel veel ervaring gaan ze niet meekrijgen. Snap je? Stages, eerste baantjes, bijbaantjes, klusjes. En ze gaan het gewoon niet meer meekrijgen omdat ze gewoon iedereen denkt dat ze vanaf het begin gelijk hun eigen business moeten starten. En het kan ook. Jochies van 13, 14 met een webshop en een YouTube kanaal en een bol.com store op naam van hun ouders, weet je wel. Ja. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Maar je zegt dan een generatie een beetje verpest. Maar aan de andere kant denk ik wel van, hey, dit is eigenlijk een nieuwe generatie. Er is geen één generatie voor ons geweest waar dit mogelijk was. Nee, klopt. En dat vind ik best wel speciaal. Ja. Van oké, deze jongens zijn nu 13, 14. Ah, ik denk wel heel veel dingen. Waar staan ze over 15 jaar? Nee, snap ik. Maar soms. Ik vind het wel goed wat Andrew Tate bijvoorbeeld erover zei. Die was aan het streamen met van die Twitch streamers, weet je wel. En hij zeg maar hoe hij zijn succes. Ja. Hij moet echt de man worden uiteindelijk. En onderhandelingen door. Kijk, daarom zeg ik altijd tegen mensen van, ook al wil je het geld niet, heb als doel om een miljonair te worden. Niet per se voor het geld, maar om de persoon die je moet worden om uiteindelijk die miljoen te krijgen. Ja. En nu zijn er gewoon heel veel dingen, heel veel manieren om zeg maar heel veel geld mee te verdienen, waardoor mensen eigenlijk niet die skills hoeven te krijgen. Hij had bijvoorbeeld in gesprek met zo'n Twitch-streamer. Hij zei van, ja, luister, je zit de hele dag achter de computer. Je maakt streams wanneer jij het zin hebt. Je zit daar te gamen, je zit tegen mensen te praten. Je hebt geen enkele discipline nodig. Je zit daar soja latte shit te drinken, weet je wel. Mm-hmm. En je hebt al het geld van de wereld. En eigenlijk ben je nog steeds een sukkel. Ja. Je bent jezelf niet aan het ontwikkelen.
Niet per se een clown, maar ik bedoel van je mist gewoon op zoveel. Hetzelfde bij mensen die in crypto hebben geïnvesteerd in 2010 of zo. En opeens dat keer weet ik voor hoeveel gegaan. En die zijn opeens multimiljonair. Mm-hmm. Er is een verschil tussen dat soort mensen die zo rijk zijn. En door de mensen die gewoon echt door hard werk, door discipline, door deals, door afwijzing, door falen, door investeren, door geld verliezen. Uiteindelijk tot misschien 1/10 van dat level komen. Mm-hmm. Ik heb liever dat dan dat ik een of andere geluksdingen heb gehad. Ja, dat heb ik ook ooit met Koen heb ik het daarover gehad. Zei ik van, ik heb liever een leven waarin ik 1 miljoen verdien en 1 miljoen in de schulden sta. Ja. Dan waarin ik steady naar 500.000 ga. Omdat gewoon levenservaring, shit meemaken. Ja, iedereen is wel op zoek naar dat eindplaatje, dat succes. Maar als je direct kan skippen naar de endgame, waarom zou je dan de hele game spelen? Waarom? Het is een niet leuk. Ook met die NFT's, toen dat 200.000 in de min ging. Ik zat erover na te denken. Ik dacht van, oké. Ik heb heel veel uitgecashed ook. En auto van gekocht en dat soort rare toestanden. Dus ik zat te denken van, ik had het in principe gehouden een groot deel erin, dat ik verwacht had dat het hoog ging gaan. Weet je wel? Het had ook zomaar keer 2 kunnen gaan. Ik zat te denken van, zou ik dan nu blijer zijn of minder blij zijn? Dus ik dacht, nee, ik ben eigenlijk wel dankbaar dat het eventjes heel erg onderuit is gegaan. Dat ik weet hoe het is om heel veel geld te verliezen. In plaats van dat het allemaal in 1 rechte lijn gaat. En nu heb ik de lessen uitgehaald, snap je? Nu heb ik echt, door die pijn heb ik echt na kunnen denken van, wat had ik beter kunnen doen? Ja. Waar heb ik geld laten liggen? Hoe had ik mijn risico kunnen indekken? Mm-hmm. En natuurlijk wist ik al die dingen van tevoren al. Maar als je dat meemaakt en even die pijn voelt en even daarmee omlid gaan, weet je, word sterker als persoon. Ik denk, als het de andere kant was gegaan, had ik die lessen niet gehad. Ik ben er blij mee. Ik heb dat ook met dat soort dingen. Heb ik altijd wel zoiets van, ik kan me ook wel voorstellen dat ik als opa op de bank zit. Ja. Kids om je heen. En dat je dan, zal ik jullie eens vertellen hoe opa ooit in 2 weken 500.000 is kwijtgeraakt? Dat je gewoon een lauw verhaal kan vertellen. Dat, opa, echt waar? Oh shit. Geweldig. Dat, zeg maar, dat is, en in principe is dat toch al gewoon van, of je nou al dat geld had gepakt of niet. Het verhaal is gewoon lauw. En uiteindelijk, een kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Toch? Dus uiteindelijk komt het wel goed. Tuurlijk. Ik zeg altijd, elke fout die je maakt, of elke tegenslag, is uiteindelijk onderdeel van je ondernemersverhaal. Ja man. Klopt wel. En het verhaal is gewoon kut. Als je zegt van, nee, ik ben een business gestart en ja, dat ging goed. En ik kocht producten in. Oh ja, gelijk een winnend product. Oh, brand opgezet. Ja, na 2 jaar dacht ik van, nou, ik ben er wel klaar mee. Verkocht voor 10 miljoen. Kut verhaal. Ja, maar heel veel mensen vertellen dat verhaal wel. Want dat is letterlijk voor ons de reden waarom we de podcast zijn gestart. Omdat iedereen in podcast had verkondigd. Ja, ik heb dit gedaan, toen dit. Ja, nu ben ik zo succesvol. Wil je ook de 5-stappenplan? Check de link. Ja, precies. Wij dachten ook van, luister, ja, misschien ligt het aan ons. Maar onze ervaring is dat het zo gaat. Fokt op en dan weer een beetje omhoog weer fokt op. Nee, maar dat is bij heel veel mensen ook gewoon. En voor sommige mensen niet. Voor sommige mensen gaat het allemaal heel goed. Maar mensen zien vaak ook alleen een stukje dat goed gaat. Snap je? Mensen zien ook niet de struggles die erbij komen kijken. Nee, maar dat is inderdaad wat je vaak op Insta ziet. Is gewoon van, oké, sta om 5 uur op. Sport elke dag. Volg een bepaald dieet. Slaap zoveel uur. Dan word je miljonair. Ja. En eigenlijk wat we zien is eigenlijk tegenovergesteld. Die heb je juist een verdienmodel nodig. Ik ken heel veel vermogende mensen. Ja. Ik ken niemand van die mensen die ik kan opbellen en kan zeggen, luister, heb jij de afgelopen 6 maanden, ben je om 5 uur opgestaan, heb je een koude douche genomen, heb je toen 30 minuten gemediteerd, 20 minuten bladzijden gelezen van een boek, toen 10 dingen opgeschreven waar je dankbaar voor was en heb je er toen een shotje met citroensap gedronken. Niemand van de mensen die succesvol is, heeft dit de afgelopen 6 maanden consistent gedaan. Niemand. Precies. Niemand. En wat hebben ze wel consistent gedaan? De andere dingen, maar mensen zijn vaak verblind in, oh, nu ga ik succesvol worden, nu ga ik elke dag om 5 uur opstaan en 20 bladzijden lezen en mediteren. Mensen zien dat ook als doel, maar dat is niet een doel. Het is een middel om een bepaald doel te bereiken. Snap je? Mm-hmm. Tuurlijk, het kan helpen, maar zie het ook als middel. Als ik meer wil weten over hoe je brein werkt, weet ik veel, dan kan ik zeggen van, oké, ik wil meer weten hoe mijn brein werkt. Hoe ga ik dat doen? Ik moet deze en deze boeken lezen. Hoe ga ik dat doen? Nou, elke dag als ik wakker word, omdat ik boeken lezen moeilijk vind, ga ik in ieder geval 20 tot 40 bladzijden lezen, zodat dat prioriteit maakt in mijn dag. Ik heb gelijk een win, dus daarom ga ik dat doen. Maar mensen doen dat nu omdat hun favoriete guru dat heeft gezegd, of omdat ze dat een keer op internet hebben gelezen, of omdat ze denken dat ze dat nodig hebben om succesvol te zijn, maar dat is bullshit. Ja, maar dat is wel gevaarlijk. We hebben het namelijk zelf ook minstens 1 jaar zijn we daar volop mee bezig geweest. Echt gewoon, wij dachten van, we moeten discipline bouwen om onze business.
Ja. Waardoor we eigenlijk op een dag letterlijk, dan overdrijf ik niet, gewoon 3 uur bezig ben met allemaal dingen wat niet met het ondernemen te maken heeft. Ja. En dan begin je met ondernemen en dan is je volle focus is eigenlijk al weg. Want dat heb je besteed aan andere dingen. Ja. Je hebt wel feitjes. Hè? Je weet best wel veel dingen. Je kent best wel veel personen, ondernemers. Daar kijk ik ook naar. Maar dan merk je wel over tijd, als je business bijvoorbeeld even lekker gaat, of je merkt van, hé, dat heeft echt aandacht nodig, dan kan je al die routines niet volhouden. Nee. Dan lukt het niet om elke dag 40 bladzijden te lezen. Die concentratie heb je niet, die tijd heb je niet. Je wordt wakker, je gaat aan de bak, je gaat gelijk aan de slag, want daar houden de meeste resultaten uit. En nog wat, betekent niet dat het allemaal bullshit is, want ik zou vooral zeker tegen het begin probeer al die routines en pak er voor jou uit wat voor jou werkt. Snap je? Ja, maar belangrijker wat jij zei van, en dat miste ik heel erg. Ik moest gewoon echt een verdienmodel hebben wat gewoon goed stond, wat werkte. En daar moest ik al mijn aandacht focussen. Staat dat, dan moet de rest eromheen doen. Ja. En dat is zeg maar hetgene wat, tenminste 3 jaar geleden, ik weet niet als je nu begint met ondernemen of dat nog steeds zo is. Maar wat ik gewoon echt miste. Ik dacht van, ik doe alle dingen eromheen. En dan de kern gaat op een bijzondere wijze. Ja, lekker de secret goed lezen. Ja, precies. Denken, fucking bullshit. 1 miljoen. En dan word je opeens een lampetje en dan staat er opeens een miljoen. Ja. Dat zou mooi zijn. Precies. Ja. Maar dat vond ik best wel lastig. Oké, ik ben nu al die dingen aan het doen. Maar ik kom nog steeds in het laatje. Dat is het hele ding waar mensen denk ik te veel op gefocust zijn. Ook door die cursuscultuur, om het even zo te noemen. Ja. Is iedereen wil gewoon op zoek van, oké, deze persoon kan mij het stappenplan geven. Als ik dat volg, word ik rijk. Ja. Of behaal ik succes, whatever dat voor jezelf wil zijn. En het hele ding is meer, ga het exact doen wat iemand je aanraadt. Doe dat x aantal maanden en ontdek vervolgens, oké, dit haal ik eruit, dit werkt voor mij, dit werkt niet voor mij en ga dan verder. Ja. Als je dat blijft doen, dan ga je uiteindelijk resultaten behalen die de rest niet behaalt, omdat je dingen doet die de rest niet doet. Ja. Maar heel veel mensen blijven vast bij dat de eerste stukje. Oké, ik wil exact dat stappenplan. Oké, ik heb het geprobeerd. Ja, werkt niet, man. Nee, is niet vol te houden, kan niet, dit, dat. Ja, pik, dat is het punt niet. En ik denk een stukje mindset, man. Ik ben er echt van overtuigd dat... Mm-hmm. Ik zie sommige mensen die volgen exact die stap, maar dan weet ik gewoon van die persoon van je bent nog niet klaar voor succes. Ja. Ik weet, ik kan er niet iets tastbaars van maken, maar er zijn gewoon sommige mensen die keer op keer trekken ze dat aan en er zijn er sommige mensen die... Zelfsabotage. Ja, man. Ja, echt. Dat is super interessant. Dat, eigenlijk vandaag heb ik me dat pas gerealiseerd. Kijk, wij hebben ook best wel wat cursussen gevolgd. Ook dingen geprobeerd. Dingen werken niet. Wil je nog een glaasje whisky? Ja, lekker man. Ja, en op een gegeven moment ga je je afvragen van waarom heeft een ander die soort van tegelijk met mij aan die cursus begon, is nu super dik aan het gaan. En ik weet bijvoorbeeld nog, ik ben ooit begonnen met jouw cursus ongeveer tegelijk met Roy Lammers. Ik weet niet of je die kent. Hey, tuurlijk ken ik hoor. Die ging keihard. En ik ging toen eigenlijk nu nog steeds... Ik zit ver niet op het level waar hij zit. Nee. En dan ga ik nadenken van, waar zit dat hem nou in? En nu... Roy is een machine. Ja. Roy is echt een machine. Roy, jongen, als je dit kijkt ook. Roy is, ik heb echt respect voor Roy. Roy is echt een legend. Ja, nou, dat zeker. Maar ik ben meerdere keren met hem naar het buitenland geweest. Is nog Thailand bijvoorbeeld. Terwijl wij daar aan het uitkateren waren op feest of weet ik wat. Die man, waar die ook komt, het eerste wat hij doet is hij maakt een soort van bureau of een soort van werkplek van zijn slaapkamer in het hotel of in de villa. En soms heeft hij gewoon momenten, dan weet je gewoon, Roy zijn deur zit op slot, hij heeft een koptelefoon, die gast heeft laser focus op zijn business. Respect. Ja, legendary. Ja, en wat ik interessant vond, wat ik eigenlijk nu, we zitten nu weer in een cursus of een soort van coaching traject en bezig met TikTok. Wie? Van Jisk. Jisk Hogeboom. Hij is ook 2 keer op de podcast geweest. Ja. Goeie gast. En wij zaten een beetje te overleggen van oké, nu gaan we best wel lekker. En wat doen we nu? 1 op 1 die fucking stappen volgen. Jisk zegt A, wij doen A. Ja. Jisk zegt A is gebeurd, dan is het nu B. Bam, 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 bam. En ik zat te denken van waar ging het dan bij mij bijvoorbeeld eerder fout? Dat is omdat iemand zegt, je doet A, oké, ga dropshippen. Ja, maar ik wil eigenlijk wel een uniek product hebben, man. Dus ik ga print-on-demand proberen, want dan heb je toch wat meer dat je uniek product. En als het dan gaat knallen, dan weet je, heb je iets unieks. Ja. Kan je echt een brand gaan bouwen. Dus je gaat A.2. Oh. En dat realiseerde ik me nu. We doen exact wat hij zegt. Eigenlijk als Mongolen. Gewoon, oké, A, hup, stampen, dat eruit doen. Maar het werkt. En het werkt. Ja. Maar dan horen we iemand in de meeting. Die zegt, ik vind het heel moeilijk om nieuwe visuals te vinden. Duurt lang dit, dat. Ja, oké, wat doe je dan? Ja, van elke visual doe ik wel zelf de tekst er nog op zetten en andere muziek eronder. Je zegt, waarom de fuck zou je dat doen? Je moet gewoon in het begin snel testen, werkt het? Ja. Dan komt die stap.
En dan denk ik, ja, dat is die zelfsabotage die fucking veel mensen bij zichzelf doen, waardoor ze niet slagen met een cursus. Omdat ze toch denken, oh A, ja, maar ik doe even A plus, want ik heb een beter idee. Wow, precies dit heb ik de afgelopen week gewerkt. Waarom? Ik heb heel veel vragen gekregen de afgelopen jaar. Of, hey, doe je ook NLP coaching? Nee, ik doe geen NLP coaching. Kost veel tijd, kost veel energie. Vraag ik volledig commitment van zowel coach als student. Niks voor mij. Dus kort hebben we NLP coaching trajecten. Ja. En ik wil gewoon weer helemaal in die keer. Dus ik doe heel veel calls doe ik zelf. Dus ik doe zelf met die mensen één op één helpen. Precies wat jij zegt, krijg ik echt terug tijdens al die calls. Mensen willen net even wat anders doen. Mensen willen net even. En tijdens een 1 op 1 kan je wel even zeggen van luister, we gaan gewoon dit traject. Daarna mag je doen wat je wil. Precies vertellen wat de stappen zijn die je moet lopen. En heel veel mensen maken het ook. Inderdaad wat je zegt, zelfsabotage. Heel veel mensen maken het echt veel moeilijker en veel complexer dan het in de basis is. Mensen zijn er een koning in of een koningin om simpele dingen gewoon complex te maken. Doe dit, 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 dit. Ja, maar zal dit doen en dit en dit. Keep it fucking simple. Ja. Hetzelfde met een webshop opbouwen, weet je. Of mensen maken het zo groot. En ik zeg gewoon, maar hou het simpel. Simpele kleuren, simpel logo, weinig afleiding. Bap, en dat werkt. Ja, man. Wat ik heb gemerkt is ook, ik zat eerst in de coaching business. Niet met de reden omdat ik per se een coach wil worden, maar ik was zeg maar zo ingerold. Maar dat... Hoe laat is het nu? 6. Ho. Ho. 50 minuten te laat. Een kleine pauze in de podcast. Ja, we kunnen hem ook zo afsluiten als je dat... Nee, gaan we doen. Ja? Kwart over 6, ja. Kwart over 6. Ja, nou, prima. Maar ik dacht, oké, coaching business. Ik had zelf geen coach, maar ik dacht, ik zoek het zelf allemaal wel uit. Zelf een website opgebouwd, zelf funnel opgebouwd, allemaal verschillende websites uitgeprobeerd. Dan neem je een traject bij verschillende YouTubers die je dan ziet. Maar op YouTube legt ze natuurlijk niet alles uit. Dat je een beetje halve verhaaltjes krijgt. Nou. Ja, soms. Tenminste, ook wat ik bijvoorbeeld had, is ze leggen dingen wel uit. Maar dan denk ik van, oké, ik mis nog een paar punten. Maar ja, dat hou je dan weer bij andere mensen. Ja, een stukje coaching. En denk van, oké, er zijn wel allemaal weer dingetjes die je extra erbij moest kopen. Sloegen niet echt op elkaar aan. En ik was eigenlijk met weer heel veel dingen bezig. Maar ik merkte voor mijn oude business. Ik was bezig gewoon met designs, met hoe leuk het was, met het product zelf, alles eromheen. Yeah. Maar ik heb denk ik in die 1,5 jaar, 2 jaar, bijna geen tijd aan sales besteed. Waarom? Ik dacht van ja, ik wil het wel doen. Mijn business partner zei van ja, luister, dat komt later wel. Weet je, we gaan eerst nog dit en dit doen. Oké, is goed, doen we dat dan eerst. Maar dan komt het er niet van. Terwijl juist sales was bij mij het allerbelangrijkste om te doen. Ja. En dat is ook wat jij eigenlijk zegt. Van, je moet dingen gewoon zo simpel mogelijk houden. Ik ben heel erg blij met dropshippen. Want vergeleken met de coaching business, wat je al moest opzetten, vind ik dropshippen best wel eenvoudig. Simpel. We doen het wel samen. Jou heeft het al gedaan, dus hij kan me makkelijk helpen. Hij doet ook heel veel dingen. Maar ik vind het gewoon best wel eenvoudig van, oké, ik doe het gewoon shit. Het is werkt echt, of het werkt het niet. Het is echt super simpel, man. Ik heb nu ook weer een store online. Ja. Maar letterlijk diezelfde stappen doorlopen. Wow, en dan krijg je weer die notificaties, weet je wel. Het is gewoon echt super simpel. Ja. Ja. Ja, het is ook bizar. Dat is echt vergeleken met andere businessmodellen, met dropshippen. Je kan deze week beginnen en het zou bij wijze van spreken kunnen dat je eind van de week 10.000 gedraaid hebt. Ja. En dat is, ga een brand beginnen, ga een coaching business dat doen, is, whatever, vanuit nul, kan niet. Fucking simpel. En dat zie je ook bijvoorbeeld aan de goede dropshippers die echt veel hebben gedraaid. Die hebben een soort van baseline. Die gaan nooit meer terug naar 1K per dag of zo, weet je wel. Die hebben gewoon dat trucje door en die wanneer ze ook weer beginnen, weet je, die krijgen dat altijd wel weer scheef, omdat ze die elementen op een juiste manier met elkaar kunnen laten samenwerken. Omdat ze weten wat voor producten goed verkopen. Omdat ze weten hoe ze een webshop moeten opbouwen. Omdat ze weten hoe ze hun advertenties moeten inrichten, weet je wel. En omdat ze weten hoe ze moeten luisteren. En omdat ze weten hoe ze moeten luisteren. Er is een nieuw fucking platform. Dan ga je niet als een mogoltje allemaal leergeld uitgeven. Nee, je luistert naar iemand. Wat jij zegt, dan heb je die YouTuber. En die vertelt dan tot 60%. En dan wil je dan vanaf 60 tot 100% weer naar iemand anders gaan zoeken. Maar die vertelt dan weer iets anders. En dan dit. Het beste wat je kan doen is gewoon kijken. En dat zeg ik altijd. En dat zegt iedereen. Van zoek een mentor. Zoek iemand die het pad heeft bewandeld. Mm. Leer van hem. Volg die stappen. Ja. Maar het is gewoon zo fucking true. Ja, dat is wel onze grootste fout geweest, denk ik. Ja, wij zijn gewoon arrogant geweest. Ja. Heel veel gedacht dat we het zelf konden doen. Zelf konden ontdekken. Weet je. Of je gaat het uit boeken halen. Dus je denkt van oké, ik haal het uit boeken.
En dat is nog steeds leuk, maar in boeken staat het niet zo gedetailleerd. En ik kan geen vragen stellen aan de boek. Het is ook mooi om te zien. Weet je wat het is? Wat je ook wil bereiken? Je moet gewoon, kijk, tijd is geld. Geld kan je terugverdienen. Geld, tijd niet. Snel. Het is, moet snel. Waarom zou ik in godsnaam 100 uur aan iets besteden als ik het ook in 10 uur kan leren? Oké, die 10 uur kost me misschien tijd. Of kost me misschien geld. Ik moet een coach betalen. Ik moet een investering maken in mezelf. Maar door die investering neem jij je business een stuk serieuzer. Want je laat jezelf zien van, hey, ik ben committed. Ik ben bereid geld te investeren. Ik ben serieus. Vervolgens krijg je daar hulp voor terug van iemand die al het resultaat heeft wat jij wil. Het gaat sneller. Tijdens het proces denk je van, oh, dat moet je niet doen. Want dat heb ik ook gedaan. Als je dat wel doet, dan maak je een fout. En dat kost je waarschijnlijk heel veel geld. Dus het geld dat je hebt geïnvesteerd, dat komt, krijg je, dat komt weer terug. Dat komt sneller terug. Want het is goedkoper dan dat je het alleen doet en je fouten gaat maken. Yep. En nog steeds zijn er mensen, ik ga het zelf doen. Ja, ik ga wel naar YouTube, dat is gratis. Arrogantie. Maar is dat, ik merk dat, we hadden laatst een voorbeeld ervan. En ik ken ook een vriend van mij. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw kijk. Er zijn dus namelijk mensen die kunnen heel erg snel handelen. Die kunnen, zeg maar, hun ego, ik weet niet of per se of dat een ego is. Maar die kunnen het loslaten, snel handelen en erop inspelen. Ja. Dat kan een kans zijn, bijvoorbeeld de NFT's of dropshippen, waar jij dus best wel goed in bent. En er zijn mensen die dat heel erg moeilijk kunnen. En ik zit gewoon nog steeds af te vragen van de mensen die dat heel erg moeilijk kunnen. Dat betekent gewoon dat zij langzaam zijn. Of ze nou 5 keer zo langzaam zijn of 10 keer. Zijn een stuk langzamer. Maar waar ligt dat dan? Ik vind dat nog steeds lastig. Ja, waar ligt dat precies aan? Geen psycholoog. Ik heb geen idee. Nee, maar ik vind dat interessant, toch? Ik denk bij sommige dingen, je hebt het of je hebt het niet. Maar het is ook gewoon een stukje mindset. Van hoe ga je om met... Het is ook een stukje conditionering. Kijk, toen ik 4 jaar geleden op een advertentie voorbij kwam, dan mensen scam. Het is conditionering. Mensen leren dat als je een succesvol leven wil leiden en je moet... Als je veel geld wil verdienen, moest je advocaat worden of je moest dokter worden. Mm-hmm. Of moest piloot worden. Dat waren een beetje de 3 dingen. Misschien heb je nog een beroep ergens. Maar dat waren een beetje de dingen. Ik kwam met een boodschap van, wacht eens even. Je kan ook je eigen bedrijf starten. 10.000 euro per maand verdienen. Locatie onafhankelijk. Met een laptop. Was ook nieuw. Was allemaal spannend. Woehoehoe. Nu werkt iedereen op zijn laptop. En je kan dat zonder startkapitaal doen in een hele korte tijd. Dat was wat ik vertelde. Want dat was wat ik had gedaan. En dat is wat, waarvan ik van overtuigd was en ben dat ik andere mensen kan leren. Ja. Op het moment dat je altijd denkt... Altijd heb gedacht van, hey, als ik veel geld wil verdienen, moet ik dokter, advocaat of piloot worden. En ik moet mijn diploma afmaken of mijn school afmaken en een diploma halen, want ik heb een vangnet nodig. Dan kijk je naar zo'n investering en dan denk je, scam, zal wel iets achter zitten, ik ga het niet doen. Ja. Terwijl nu bijvoorbeeld, nu kent iedereen wel iemand die dropshipt. Iedereen kent wel iemand met een marketingbureau. Iedereen kent wel iemand... Ja. Met een YouTube-kanaal, weet je wel. Iedereen kent wel iemand die online zijn geld verdient. Mm-hmm. Dus nu kijken mensen al op een hele andere manier naar dat soort investeringen. Ja. En dat is ook een beetje verschil. Ik denk dat het een stukje conditionering is. Ook een stukje mindset. Ik heb dat zelf ook moeten leren. Ja. Ik wist nog, toen ik begon... Ik was bij een event. Zo'n gratis event van Succesgids. Dus nice, een gratis... Dat zijn we ook een keer geweest. Yeah. Tony Robbins. Ja, ik ken niet met Tony Robbins, maar bij iemand anders. Ik was een Chinese guy. Hé, hey, daar zijn we ook geweest, bro. Ja? John, we zijn er 1 Chinees geweest. John Lee heet hij. Hij is goed in verkopen. Hè? Op het laatst staat iedereen te springen. Precies dat. Ja, precies. Dat was ook normaal. Dat is insane. Notities maken, dit, dat, hij zo. Hij zegt niks. En op, lang. Nee. Nee. Opeens, hij was aan pitchen. Ik zag $2500 aan. Het eerste wat in mij opkwam was oplichten. Ja, what the? Ik dacht, oplichten, ben ik daarom hier? Nee, hij ligt op, dit, dat, is nep. En hij liet gewoon zijn resultaten zien. Hij had een Lambo en weet ik veel wat hij allemaal had. Ik dacht, van, het zal wel... Op dat moment, toen hij begon te pitchen, dacht ik van, dat zal allemaal nep zijn. Dat was mijn overtuiging, snap je? Mm-hmm. Omdat ik ook niet wist dat dat kon. Ik dacht van, ik had een bepaald idee bij verkopers, weet je wel. Mm-hmm. En nu denk ik van, weet je, als ik ook maar een klein beetje denk dat ik van iemand kan leren, het maakt niet uit hoeveel je product is. Ik wil zo snel mogelijk leren. Ik wil dat van jou, want jij hebt een track record, take my money. Het maakt niet uit hoeveel het is. Bam, ik betaal gelijk. Sommige cursussen investeer ik in en dan kijk ik de cursus niet eens, weet je. Want dan neem ik de coaching niet eens. Maar weet je, ik ben nu heel snel in dat soort dingen, want ik denk van, weet je, tijd over geld. Mm-hmm. Altijd. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel iets is wat je kan aanleren. Dat een stukje ervaring is, een stukje vertrouwen, een stukje conditionering, een stukje mindset. Mm-hmm. Kijk, als je het komende jaar met allemaal ondernemers omgaat, dan ga je ook anders aankijken tegen opportunities die voorbij je komen. Ja, dat is interessant. Dat is ook een stukje wat mensen, waar je niet getraind wordt, opportunity cost.
Ja. Dus heel veel mensen denken over de kosten van het nemen van een kans. Hè? Dus van, dan moet ik in een cursus investeren, dit, dat. Maar er is ook een heel stuk het verliezen van de kans als je die keuze niet maakt. En dat kan fucking hoog zijn. Het is veel moeilijker om te kwantificeren. Het is heel makkelijk. Van want, dat is hetzelfde met uitbesteden. Van hoeveel vind jij jezelf waard? Kijk, exact. Als jij jezelf 100 euro per uur waard vindt. En je bent je eigen klantenservice aan het doen. En je weet, ik kan iemand inhuren voor de klantenservice voor 10 euro per uur. Dan lopen dus elke uur 90 euro achteruit. Juist. Het is heel simpel. Als jij een skill kan aanleren van iemand. En dat kost jou zonder diegene 100 uur. En met diegene 50 uur. Dan bespaar je dus 50 uur. Dat zijn ook gewoon... Ja, maar een heel goed voorbeeld daarvan met jou is, ik was op een gegeven moment aan het kijken naar jouw cursus, way back. Echt aan het begin, dat jij nog in Thailand gewoon bij een zwembadje zat en dat echt super in het begin. Yeah. Toen dacht ik van, ik wil het misschien wel doen, weet je, is een paar honderd euro. Het was toen echt nog maar een fractie van wat het nu is. En toen dacht ik, ja, ik wil het misschien wel doen. Dan ging ik bespreken met mensen en mensen, nee, dat is oplichterij, man. Nee, joh, dat is oplichterij, bro. Dat moet je niet doen. Toen dacht ik, fuck it. Dan ga ik niet doen. Dat is oplichterij. Terwijl ik nu achteraf denk van, dan was ik 2 jaar voor geweest. Dat was echt... Ik denk dat je 2 maanden bezig was. Ja. Als je toen was begonnen met... als ik toen was begonnen met fucking dropshippen en je gaat knallen... Weet je hoeveel geld dat je had kunnen opbrengen? Minimaal. Ja. En dat is de opportunity cost die ik toen niet heb ingerekend. Ik heb toen 500 euro bespaard misschien. Ja, ik had tonnen kunnen verdienen. Maar als je die 500 euro niet had bespaard, had het geïnvesteerd. Ja, had het heel anders geweest. Kijk, en nu ben ik ook wel van het heeft een pad en het gaat wel. Mensen kunnen nu kijken en denken, ik ben te laat. Nee, je bent niet te laat. Natuurlijk, het beste moment om iets te doen was een paar jaar geleden. Het volgende beste moment is nu. Juist. Dat is altijd zo. Hetzelfde met TikTok. Kijk... Er zijn een paar voorbeelden. Bitcoin, iedereen wist een paar jaar geleden van... ik weet niet wat Bitcoin gaat doen, ik weet het niet. Maar iedereen wist wel een beetje van... dat zal wel een goede investering zijn, weet je wel. En altijd, ieder jaar zijn de mensen van... dan is er een groei en mensen denken van... Oh shit, weer te laat. Op het moment dat je nu geen actie onderneemt... ga je dat over 2 jaar weer roepen. Yep. Snap je? Facebook toen, vroeger, super goedkoop. We wisten van, het gaat alleen maar duurder worden. Het was duurder, te laat, weet je wel. Ik ga het nu niet meer doen. Terwijl het nog steeds een mega goede opportunity is. Ja, man. TikTok, we weten, TikTok staat nu aan de kinderschoenen. Het heeft een mega groei. Het is nu het moment om te beginnen. De kosten zijn nu nog goedkoop. En mensen roepen zo meteen over een paar jaar, die zijn de kosten duurder van toen. Dus ik ben weer te laat. Hoeveel mensen dit doen? En het grappige is, kijk, wij hebben het nu over beginners. Mensen die nog niet ondernemen, die dat soort dingen hebben. Ja. Ik werk bij een marketing agency. Ik ben... alsof ik een fucking nagezaten van Jezus ben aan het verkondigen. TikTok is the way to fucking go. Organisch TikTok voor bedrijven is nu het moment. Want als jij toen Instagram aan het ontploffen was, zei... we waren te laat. Dat was echt de grote kans op Instagram of op Facebook. Dan is dit organisch TikTok en ook pay TikTok is het moment. Ja. Alle bedrijven waarvoor ik werk zeggen... Daar willen we misschien wel mee testen. Ze zijn een beetje arrogant misschien. Zijn vastgeroet in bepaalde dingen die altijd hebben gewerkt. En dan komt er iets van, nee, zal wel niet voor ons werken. Of ze zijn gewoon, wat ik zei, te arrogant. Ze denken van, ik weet het wel beter. En ik betrap mezelf daar soms ook op, weet je wel. Als ik heb strategieën gehad die altijd hebben gewerkt. En dan komt er opeens een nieuw. Wie ben jij precies om dat te maken? Het gaat dan misschien soms toch onbewust een beetje door mijn hoofd heen. En toch hou je er zelf dan een beetje tegen. Maar het beste wat je kan doen is open willen staan voor alle opportunities. Ja. Soms juist niet. Soms meer focussen. Maar dat kan ook dat is weer die hele fucking balans. Dat is hetzelfde om te zeggen met gas geven en afstand nemen. Is ook met kansen. Soms moet je openstaan voor die opportunities. En soms moet je gewoon denken van ik weet nu wat ik moet doen. En er is altijd wel iets extra wat je weet. Maar dat is dat stukje momentum ook, toch? Ja. Want ik hoor ook mensen. Ik sprak toevallig laatst een gast. Die heeft een webshop. Brand. Gaat supergoed. Verdient echt volgens mij een ton winst per maand of zo. Fucking dik. En... hij kwam naar me toe. Hey, luister dan, ik wil denk ik ook een cash cow channel gaan doen. Want ik wil iets wat meer passief geld verdienen. Nee. Ik zeg tegen hem, hoeveel budget heb je? Hij zegt, een paar ton. Ja. Waarom zou je niet gewoon een investeringsfonds en vastgoed gaan doen dat super passief is? Ja. Vol focus op je eigen business die nu laat zien dat hij veel doekoe brengt. Ja. Meer geld uithalen en dat weer daarheen doen. Waarom ga je je focus verdelen naar een tweede ding? Ja. En toen zei hij van, je hebt eigenlijk wel fucking gelijk, man. Dat is ook zo. Toen merkte ik al van... het is op elk niveau heb je momenten dat je denkt... oh shit, hier is eigenlijk wel nog een dikke kans. Misschien wil ik dat doen of misschien wil ik dat doen. En focus is echt logisch. Key. Ik heb het ook gewerkt met die NFT-projecten. Nu is de markt shit. Was ook met het project bezig. Dat hebben we uiteindelijk ook niet gelanceerd. En dat heeft me zo... om uiteindelijk die keuze te maken om te denken van... ik ga dat gewoon niet meer doen. Ik ga gewoon alleen maar e-com en Academy doen.
heeft me zoveel rust gegeven en zoveel drive en zoveel extra motivatie en zoveel groeimogelijkheden weer, weet je wel. Heel veel mensen denken van, oh, ik wil een serial entrepreneur. Ik wil dit en ik wil dat. En het is leuk als je op een verjaardag komt, weet je wel. Wat doe je? Ja, ik heb een webshop, ik heb een Shopify shop en ik heb een bol.com store en ik verkoop op Amazon producten. En ik heb een YouTube cash cow channel en ik ben een crypto investor en ik heb een social media marketing bureau. Ook allemaal Engels. Allemaal Engels. Bovenboepenkoek. Ineens iedereen Duits, Engels. Social media marketing bureau. Ja, zo. Alles erop en eraan. Het klinkt heel leuk, maar uiteindelijk zijn dat vaak niet de meest succesvolle mensen. Vaak zijn de meest succesvolle mensen die focussen op één business, één ding en dat gewoon heel erg goed kunnen. Ja. En daar gewoon all in op gaan. Maar dat is lastig als ondernemer, want wat je net zegt, je bent bijvoorbeeld met je opleiding bezig. Ja. En toen ik met mijn opleiding bezig was, ik dacht van oké, luister, ik heb 4 jaar. Ik wil zo min mogelijk tijd eraan kwijt zijn. Ik wil geen 5 jaar over doen, ik ga er 4 jaar over doen. En niet langer. Dus ik heb dan fully focused erop. Alleen als je dan ondertussen bijvoorbeeld gaat denken aan dropshippen. Misschien was dat wel een betere kans geweest voor mij destijds. Om dan sneller bijvoorbeeld geld te pakken. Ja. Maar dan laat je dat toch wel een beetje liggen. En dat is toch wel een beetje ook mens uniek van... Je bent ondernemer geworden omdat je die risico's neemt. Omdat je die kansen ziet liggen. Dus je hebt altijd wel... Je bent begonnen met ondernemen. En je hebt een beetje succes geproefd. Omdat je die risico's hebt genomen. Omdat jij iets bent gaan doen wat de meeste mensen niet doen. Dus dat zo'n jongen die nu al tonnen maakt. Dan een keer denkt van... Hey, die cash cow, dat is interessant, man. Het is eigenlijk toch best wel logisch dat mensen dat denken. Ja, dit is denk ik ook een wijze les, toch? Het is logisch, want overal... Kijk, ik denk als ondernemer... Als je eenmaal ondernemersmindset hebt... Zie je overal opportunities. Ja. Je kan naar die whisky denken. Ik kan naar die whisky kijken en denken van, oh, whisky brand. Zou bij mij passen. Nou, toevallig. Oh, als je er nog een keer aan denkt, dat hebben wij ook al een heel aantal keer de revue laten passeren. Oh, nice. Ja, ja. Anyway, ik denk, ik heb een leverancier. Ik weet precies, ik weet de leverancier in mijn hoofd. Ik weet dit, ik weet dat. Ik heb een beetje een marketing idee. Oh, nice, weet je wel. Mm-hmm. Ik zie dit mengpaneel. Ik denk van, het kan anders, het kan beter. Dat kan weet ik veel wat. Ik denk van, oh, ik heb hier nog wel een leverancier van. Dan kan ik high ticket dropshippen. Oh, ik kan ook een service maken waarin ik dit zeg maar leer. Er zijn altijd zoveel ideeën en zoveel kansen die in je hoofd komen. Dat is, aan de ene kant is dat een hele grote blessing als ondernemer. Maar aan de andere kant is dat ook een hele grote valkuil. Omdat je vaak dan te veel dingen tegelijk gaat proberen. Ja. En ik denk in het begin, ik heb verschillende theorieën erover. Je kan denken van nee, ik probeer gewoon 5 dingen. En ik denk van hetgeen wat het leukst vindt of het meest hard gaat, zo dat ga ik doen. Mm-hmm. Maar ik geloof ook van, weet je... Heb 5 dingen naast elkaar. Doe de research naar. Kijk hoe je het vindt van de buitenkant zonder dat je het doet. Pak dan 1 ding eruit. En zeg gewoon tegen jezelf van luister, dit ga ik gewoon de komende 4 maanden doen. Full time, all in. Gas geven. En ik ga gewoon zorgen dat het werkt. En dat is die discipline die belangrijk is. En ik ga na 4 maanden kijken hoe het is. En niet na een week. En dan dat je na een week iets anders gaat doen. Maar pak gewoon een paar maanden. En ga gewoon een paar maanden all in op 1 businessmodel. Want je kan niet verliezen. Dat is ook een ding. Je kan niet verliezen. Mensen denken altijd van ja, maar als ik daar dan uiteindelijk niet mee doorga, heb ik verloren. Nee, je kan niet verliezen. Mm-hmm. Of je leert iets en je komt erachter dat het misschien niet is en wat het misschien wel is. Mm-hmm. Maar je kan niet verliezen daarin. Altijd ontwikkel jezelf. Ja, en daarin is het ook heel belangrijk dat je dat duiveltje op je schouder, weet je, ik heb dat nog wel eens. Ik ben heel benieuwd of jij dat ook hebt. Dat misschien dan zegt... Ja, als jij net heb ik het ook. Misschien is dit niet het businessmodel voor mij. Of misschien is er meer opportunity daar. En heel veel mensen willen dat killen. Dus die hebben zoiets van, ik moet dat niet denken over een businessmodel. En dan ga ik knallen. En ook heel veel mensen zoeken naar iets als passie. Weet je? Maar soms is niet de juiste tijd om te zoeken naar passie. Soms is de juiste tijd om te zoeken naar poen in plaats van passie. Ja. Als je aan het begin staat, is het allemaal leuk. Ook wel iets waar ik echt... een passie voor hebben, dan wil ik dan ook heel veel geld mee verdienen. Allemaal tegelijk, dan ben ik heel vrij en gelukkig. En hou je bek. Als je wil starten met een business, eerst wat je moet doen is gewoon geld verdienen. Of je dat leuk vindt of niet. Ja. En liefst zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. Ja. Ja. That's it. En mensen houden je altijd klaar. Je wil passie, moet leuk vinden. Geloof mij, als je 10 miljoen op je rekening hebt, dan heb je alle tijd en al het geld van de wereld om de rest van je leven je passie uit te voeren. Ja. Succes, be my guest. Maar sterker nog, dan ga je geconfronteerd worden met het feit dat die passie die je dacht te hebben eigenlijk niet echt je passie misschien, is. Nu heb je geen idee wat je gaat doen. Na te denken. Ja. Maar tot die tijd, weet je wel. Kijk, het geld lost gewoon, zeker in het begin, gewoon heel veel op. Ja, man. En dan, als je eenmaal dat geld hebt, dan kun je rusten. Snap je? Dan kun je even denken van, oké, wat ga ik doen? Even om me heen kijken, investments. Als je financieel onafhankelijk bent, is het tijd. En in die tijd kan je lekker je passie doen. En dan kan je kijken hoe je van je passie je werk kan maken. Ja. Maar je bent ook wel vaak bij Tony Robbins geweest. Of tenminste af en toe. Ik weet dat je sowieso een keertje met Vasco volgens mij bent geweest.
Ja, dat was heel lang geleden. Ja. Voor de rest, ik heb geflauwd over dat ik daar vaker ben geweest. Jawel. Maar één ding wat ik heb echt goed heb geleerd van Tony Robbins is, op het moment dat je progressie maakt, dan ben je gelukkig. Op het moment dat mensen groeien en dat je zelf groeit, dan ben je gelukkig. Dat is dus ik dacht ook van, luister, je kan wel een doel hebben van 10 miljoen of 100 miljoen. Ik vind het prima. Maar op het moment dat je zelf groeit en snel genoeg groeit, sommige mensen moeten sneller groeien om gelukkig te zijn dan andere mensen. Ja. Dat staat gelijk aan geluk. En toen dacht ik van, oké, dat maakt het leven eigenlijk super simpel. Growth equals happiness. Precies. Ik ga niet geluk najagen, want dat leidt eigenlijk tot een... Ja, korte termijn, dumb ass shit. Ja, verwoesting achter je en je hele leven gaat kapot. Want dan word je een alcoholist. Zo wijs je nou weer aan. Hij wijst naar zichzelf, dan word je alcoholist. Ja, ik hou ook wel van whisky. Nee, maar ik maak ook progressie. Nee. Ja, maar whisky drinken. Precies. En weer een glas leeg. Is ook progressie. Dit is eigenlijk gewoon... We hebben hier gewoon het fles geluk. Het geluk. Precies. Dat is mooi. Is te koop nu? 29,99. Als we dan morgenochtend ook een podcast opnemen, dan moeten we kijken hoe geluk geeft. Ja, precies. Wat de andere kant van de munt is. Voor nu? Als je een klein beetje neemt, dan moet het geen kwaad doen. Ja, ik kan dat niet, man. Kijk, dat gaat wel mooi. Ik kan alleen maar veel drinken. Ja, precies. Dat zei ik net. Ik ben all in of all out. Ja, precies. Dat is datzelfde met ik rook niet, ik rook ketting. Ik rook niet vast, ik rook ketting. Nou, dat herken ik ook lekker, wel. Lekker, hè? Ja, je nam iets te groot slok, dat vind ik het echt heel goed. Snap ik wel, man. Ik hou ook eigenlijk helemaal niet van whisky. Maar drink je het omdat er minder calorieën in zitten? Omdat je anders drink je ook cola en al die shit? Nee, ik drink het echt puur omdat het hier stond. En ik dacht van, hey, willen jullie een glaasje whisky? Ja, en ik hou wel van whisky. Ja, ik vind het echt top. Ja. Ja, man. Maar je moet ook wel, vind je het lekkerder met ijsklontjes of zonder ijsklontjes? Met ijsklontjes. Maar ik drink normaal vodka, man. Ja? Ja. Maar puur? Ja. Nee. Oké, respect. Hoezo? Ik vind dat echt niet nice, man. Puur of... Ik heb sinds kort, hè. Hou jullie van tequila? Ja, ik heb alleen maar slechte tequila gedronken, dus ik kan niet exact judgen. Ik was in... oh, dat is ook wel een mooie verhaal. Ik was vorige week in Bulgarije voor een deal. Ik heb het gezien in je stories. Chaos. We luisteren de connecties daar in fucking sane. Dat zijn ook allemaal mensen die komen ook waarde geven aan de Academy. Super, super dik. Eén guy daar is de snelste unicorn of van de US of van de wereld. Lijp. Is een bedrijf van nul naar een miljard euro gebracht. Miljard, dat is 1000 miljoen. 6 maanden tijd. Oké. En wat was hij? Kwam hij uit een rijk gezin of was het gewoon een self-made motherfucker? Nee, volgens mij kwam hij niet uit een rijk gezin. Nee. Andere gast, 130 miljoen per jaar met Amazon. Andere guy, 100 miljoen. En met hem gaan we ook een partnership voor TikTok-accounts en weet ik veel wat. Hij is mega groot in TikTok. Doet 100 miljoen euro per jaar aan ad spend op TikTok. Ja. Hij heeft mensen in zijn team, of tenminste mensen waar hij mee samenwerkt, zeg maar, die programmeren letterlijk aan het algoritme van TikTok. Dat was een investeerder. Maar heeft hij een agency-achtig ding? Of wat? Ja, maar echt voor kijk. Ja, voor corporates. Je komt er niet zomaar in. Kijk, ik ga zijn service zo meteen white labelen, waarschijnlijk via de Academy. Dus ik kan zeg maar alles waar hij gebruik van maakt, kan ik ook gebruik van maken en dat zo meteen geven aan de studenten. Lijp. Even onder voorbouw, alles door. Je weet niet wat gaat gebeuren, nee, natuurlijk, precies. Maar het lijkt erop dat het gaat gebeuren. Maar wel een soort van agency-achtig idee. Gek. En nog een andere investeerder, maar dat kan ik om privacy reden kan ik niet te veel zeggen. Maar in ieder geval eigenaar van een grote Europese voetbalclub. Founder van een hele grote bank die iedereen kent, denk ik. Dus ja, dat... Oh ja, dat is het ook punt. Maar twee zijn. Ik kwam daar, we hadden een meeting gehad. Daarna gingen we naar zo'n club toe, weet je wel. En dan leer je mensen echt kennen, zeg maar. Dus juist. Mensen zien me ook feesten, weet je wel, met die gasten. En dan denk ik van, die gasten alleen maar aan het feesten. Maar op dat soort momenten, dan bouw je die connectie op met mensen. Netwerk. Op dat 100%, soort momenten, kijk, je kan in een Zoom-meeting zitten. Je kan met elkaar lachen, een beetje leuk. Op het moment dat je gewoon naar een restaurant gaat, je gaat naar een club toe, je gaat lekker zuipen met z'n allen. Dat zijn de momenten dat de echte deals besproken worden. Dat zijn de momenten dat je elkaar echt leert kennen, weet je wel. En dat vind ik ook leuk aan deze business, dat je ook dat soort gekke dingen kunt doen. Ja. Maar er stond toen een fles, handgeschilderd of zo, elke fles dat we hand... Die ken ik. Ja? Ja, ik ben de naam even kwijt, maar het is best wel een bekend merk. Iets met een M. Ja, ja het is super lijpmerk. Bekend, maar ik kende het niet. Het is een soort van keramiekachtige fles, exact. Blauw met wit. Ja, ik weet welke je bedoelt. Hij kent alles. Delft blauwachtig. Ja, ik heb het opgeschreven ergens. Hij zegt tequila. Ik zeg, nou bro, tequila, will die. Hij zegt, dit is lekkere tequila. Ik denk, lekkere tequila kan niet. Nee. Maar ik dronk het, was echt lekker. Ja, ik heb dat vaker gehoord. Ik heb in een Mexicaans restaurant gewerkt een tijdje. Oh, jij ook. En daar was dat ook. Was mezcal en tequila en dan gewoon glazen drinken.
heb ik daar trouwens wel toen gedronken. Als ik was met mijn verjaardag, was ik daar. Ja. Toen heb ik ook tequila gedronken. En inderdaad, tequila. Het hele ding is ook, iedereen shot tequila. Ja. Tequila is niet om te shotten, bro. Oh. Tequila is om te drinken uit een shotglas. Maar eigenlijk nip je dat gewoon net zoals je whisky drinkt. Ja. Oh, top. Ja, man. Okay. En goede kwaliteit tequila en is ook te drinken. En ik was een keer in Mexico. En heb je overal, maar ik was daar overal. Ik was bij die toeristische plekken, dus daar overal. Mm-hmm. Zo van die tequila dingen. En dat was bruine tequila ook. Dan heb je duizend verschillende soorten. En dan proef je dan. Ook lekker. Ja. Maar waar smaakt dat? Smaakt het een beetje naar limonade of waar? Cola, man. Maar we hebben het over tequila. Precies. Nee, maar kijk, tequila. Ik snap het. Het is 40% alcohol. Ja, kijk, niet ook, ook niet smaakt het naar whisky of rum. En smaakt naar limo of... Kijk, wat je vaak hebt, is met bijvoorbeeld met bepaalde drankjes. Als je het een beetje gaat mixen of zo, dat het lekker smaakt, toch? Ja, je drinkt het puur. Je drinkt het puur. Maar tequila is normaal. Drink je het en dan ga je bijna over je nek. Ja, ja, maar dat is van die dus die fles met dat hoedje. Goedkoop. Ja, precies. Maar je hebt dus ook... Die sombrero shit. Maar je hebt dus ook bijvoorbeeld met bepaalde wijn. Bepaalde wijn drink ik gewoon als limonade. Omdat het gewoon... Ik vind het gewoon lekker smaken. Het drinkt er zo weg. En daarom ben ik benieuwd. Waar smaakt die fucking tequila naar? Want normaal ga je bijna over je nek. Waar smaakt dit naar? Ja, ik weet het ziet er namelijk een beetje uit, die tequila smaakt natuurlijk. Maar het is gewoon... Zachter. Het komt op je tong. Het is gewoon zachter in plaats van dat je denkt van ik ga bijna ook een shotje gerbenen of zo. Weet je wel, met zout en citroen en ja, fucking daar kan ik niet in meepraten, man. Okay. Maar ja, kijk. Hij denkt van ja. Oh, GHB, oh. Ik ga deze antwoord niet bevragen. Het is een gay drug, toch? Of, dat is poppers. Zo, luister, we waren een tijdje geleden op... Nou, heb ik een vroeger snaken. Nu ook. Kijk, poppers doe ik elk weekend, weet je. Steek er een vinger in en dan begint het feest. Maar wij waren op een festival en toen liep ook zo'n chick de hele tijd rond met van die poppers. Yeah. Ik heb echt een scheidhekel aan poppers. Ja. Het was fucking mooi. Ik zat na deze vent en een vriend van ons zat dat te doen. Dus op een gegeven moment zit hem aan te kijken. Ik zeg, weet je wat? Geef mama een snuifje. Ik ben wel benieuwd wat het is. Ik ruik aan die shit. Ik dacht, het stinkt. Ja. Daarna was het helemaal alsof je te snel opgestaan bent. Echt geluid, gaat helemaal weg, helemaal spacen. Oh bro. Maar deze gast, ik heb het dus zwaar naar de kloten, maar hij was niet aan het opletten. Hij zegt, wat is dat? Geef van mij. Is goed, geef aan hem. Dat is een beetje jouw attitude. Juist. Wat is dat? Geef aan mij. Hij nam bijna een aanloop. Het is een verhaal van Jaro, hè? Een haal van hier tot Tokio. Dus ik kijk hem aan, ik denk, ik wens jou heel veel succes. Ik pak dat flesje van hem, ik geef hem terug. Ja. Ik denk 10, 20 seconden later, kijk hem aan. Hij zegt, ik vind dit niet chill, man. Ik moet zeggen van, je droogt een beetje. Het ruikt naar verf, toch? Weet ik niet, man. Ik heb het één keer gedaan, dus blijkbaar. Ja, ik ook één keer. Was toevallig van een gay guy, maar... Ja. Dat was een technofeest waar ik weer was beland in Tilburg ergens. Met een vriend. En dat was zo'n gay guy. Ik heb niks tegen gays of zo. Geen homo haat. Toevallig gewoon... Seksuele voorkeur. Normaal zou ik niet zeggen, maar het was gewoon echt wel... Als ik terugdenk aan hem, het was wel echt typisch gay. Hij was echt gay. Gewoon wel echt een gay. Ja, en dat zijn poppers. Ja. En ik wist waarvoor mensen dat gebruikten. Dus ik dacht, maar nu hier op een festival... Ja, nee, is chill. Ja, het zal... Weet je wel? Ik snuif niet, maar dit moet je ruiken. Ja, je moet ruiken aan die shit. Dus ik dacht... En ja, inderdaad, of je te snel opstaat. Ik weet niet wat ik van moest vinden. Ja, het geert hem helemaal uit. Vond chill? Nee, ik voelde nee, me ik ook niet. Kut. Ik zei, ik gaf dat ding terug. Zeker niet daar, want allemaal mensen om je heen. Nee, man. Nee, ik gaf dat ding terug. Ik zei, dit mag je zelf houden. Ja. Maar daarna zat ik ook, ik zei ook tegen die chick, jij bent helemaal ziek in je hoofd. Want ik zag haar de hele avond op de dansvloer gaan. Wee! Ik wil deze podcast terugkijken, maar ik ben echt benieuwd hoe we gaan van ondernemen naar poppers. Het gaat alle kanten op. Ik voel dat we ook al, kijk, aan de ene kant, volgens mij praten we een uur, maar omdat het al bijna 6 uur was. Het is kwart over 6. Ja, we gaan hem afsluiten. Anders gaan we over hele rare onderwerpen vechten praten. Ja, oké, daar ben ik helemaal bij. En kijk, dit is precies... Ja, het iets langer duurt, ik zet mijn volgende afspraak. Oké, boys, we onderbreken de podcast even, want we zitten in een bear market. En voor veel mensen klinkt dat eng, maar de realiteit is dat dit een periode kan zijn waarin jij life-changing amounts of money kan verdienen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En volgens mij hoeven wij ons daar helemaal geen zorgen over te maken, want lotgenoten, paniekcellen niet... We houden de rust en pakken de kansen waar ze liggen, right? Daarom wordt deze podcast gesponsord door Bitfavo. Nu de cryptomarkt lager staat dan de Trustpilot score van de gemiddelde dropshipper en de fear index op extreem hoog, is het tijd om eindelijk eens te luisteren naar die quotes die je al jaren in je story post. Buy when there's blood in the streets.
Nou, dat bloed dat is er. En Bitfavo gaat jou helpen om die kansen te pakken. Met Bitfavo kun je veilig investeren in alle grote cryptocurrencies. Zoals Bitcoin, Ethereum en Ripple. En wil je graag daytraden? Zelfs dat is mogelijk met de nieuwe Bitfavo Exchange. Dus wil je optimaal gebruik maken van de kansen in de markt? Dan hebben wij een prachtige deal voor je. Als jij vandaag aanmeldt bij Bitfavo, betaal je over de eerste 1000 euro die je trade via Bitfavo 0 euro aan handelskosten. Dat betekent dat jij helemaal gratis je geld slim kunt gaan investeren. Dus wil je nu echt vermogen opbouwen? Klik dan op de link in de beschrijving en profiteer vandaag. Dit is precies hoe het loopt altijd als er whisky bij de podcast komt. Normaal gaat het al lang door, maar als je eenmaal wat whisky op hebt, dan zijn de remmen er helemaal vanaf. Maar ik ben wel benieuwd. Hij is even afgeleid. Nee, laat maar. Ja? Ik ben benieuwd. Oké, cool. Ik ben heel benieuwd. Kijk, je hebt geld, je bent gezond. Je hebt eigenlijk alles in het leven wat je zou kunnen willen. Als je dit 10 jaar geleden aan jezelf had gevraagd van, hey, stel je voor dat je dit had. Had je gezegd, ik teken voor die shit. Ja. Toch? Maar toch besluit je dan om in de ring te gaan. Iets waar toch een risico is om schade op te lopen. En kijk, ik zeg niet dat het gebeurt, maar er zijn mensen overleden in de ring, om het even extreem te maken. Ja. Je kan echt blijvende schade oplopen. Het is, wat waarom de fok ga je dat doen? Zonder scheenbeschermen, als er een klap tegen je hoofd komt, je breekt je kaak, je gaat tand kwijt. En jullie waren niet zacht aan het beuken, dat precies. Heb ik wel gezien. Je gaf een goed knietje op een gegeven moment. Dat weet je wel. Je mocht niet. Niet? Nee, vandaar. We kwamen in de ring en hij vroeg me, hebben jullie de knie op hoofd afgesproken? Ik zeg nee. Dus je mocht dus geen knie in het hoofd doen. Maar mijn knie raakte zijn hoofd wel. Dus. Ja, hij bukte een soort van toch? Hij kwam naar voren. Ja, en een beetje automatisme. Een beetje hij naar beneden, ik naar boven. Maar ik kreeg een waarschuwing voor de rest. Nee, waarom het is? Het is gewoon een challenge, man. Het is gewoon... Het eerste wat ik zei toen ik gewonnen had, daarna, en dat had ik gezegd, ongeacht of ik gewonnen had of niet, ik ben naartoe gelopen, ik zeg bro, bedankt. Ik zag dat in de ring nog, volgens mij. Ja, ik zeg bedankt. We hebben een fucking vette show neergezet. Uiteindelijk waren we Fight of the Night. Ja, dat snap ik. Ik voelde aan het gevecht. Ik zei van, yo, bro, we hebben iets fucking vets neergezet. Ik wil je bedanken. Door jou ben ik weer fysiek in een geweldige staat. Die had ik mezelf gepusht de afgelopen tijd. Ik denk, jij jezelf ook. Thanks voor deze opportunity. En dat was mijn ding ook. Van, weet je, gewoon om jezelf te... Ik zie het leven als een spel, snap je? Je gaat level up in bepaalde dingen. Maar binnen een spel heb ik ook minigames, snap je? Precies. En je wil alles proeven. En ik denk ook dat... Zeker voor een man is vechten, weet je wat, kunnen vechten. Dat is keihard. Ja, man, het is keihard. En ook daar om daar gewoon te staan, weet je. Er is geen, team die met je mee is. Natuurlijk in de hoek. Je kan een slechte dag hebben. Je kan slecht hebben geslapen. Het telt allemaal niet. Je staat daar op dat moment in de ring. Er is een datum afgesproken. Er is een plek afgesproken. En er is afgesproken jij tegen iemand anders. En jullie staan daar om elkaar helemaal te tillen. Ja, tot de dood. Ja. En om daarvoor voor te bereiden en zeg maar die journey daar naartoe, zowel fysiek, maar voornamelijk mentaal, daar word je zo sterk van. Ja, dat is zo'n vette ervaring. Dat is zo leuk om mee te maken. En ik denk van ja, ik ben echt heel super blij dat ik dat heb gedaan. Ik zou het iedereen aanraden. Ja, maar jij bent, je hebt nu gevochten. Het ziet er best wel professioneel uit. Ja, dat is de props die ik je moet geven. Ik bedoel, we kennen allemaal boxing-influencers. En boxing-influencers zijn meestal vliegende vuisten door de hele zaal bijna. Ja. Bij jullie zag het er wel echt uit als twee mensen die in ieder geval een aantal jaar ervaring hebben in vechtsport. Zeg maar, als ik jullie niet zou kennen, dan zou het alsnog leuk zijn om naar jullie te kijken. Snap je dat? Ja, precies. Kijk, als ik het nu terugkijk, denk ik van... Ja, kijk, als je mij nu ziet sparren in de gym, dan ziet het er beter uit dan toen. Want het is onze eerste wedstrijd, weet je wel. Ik denk van, of nou, eigenlijk mijn tweede, voor hem zijn derde of zo. In ieder geval, het voelde als mijn eerste wedstrijd. En dan vergeet je alles en het is gewoon overleven. Dat is eigenlijk een beetje de ervaring hoe het is in de ring. Maar ondanks dat vind ik nog steeds dat het er inderdaad goed uitzag. Je zag wel gewoon eens goed voor getraind. Mm-hmm. Wat is mijn punt ook alweer? Ja, ik denk flauw, dat verschil vergeleken... Koen heeft al opgegeven. Ik denk het verschil met mensen die zeg maar ongetraind de ring instappen. Dat is, want wat jij nu noemt is ook de reden waarom dat gebeurt. Kijk, Mike Tyson, om even een quote te gooien. Everybody has a plan until they get punched in the face. Ja. En dat merk je ook in sparren, die laatste twee, die rondes. Als je in het diepe water wordt getrokken, ga je rare shit doen. Ja, tuurlijk. Als je merkt ook mensen die ongetraind zijn, als je gaat pompen, ze gaan zich omdraaien. Ja, let's go, handen omlaag, omdraaien. Gewoon een soort van primitieve verdedigingsmethode. Ik vind dat boxing influencers af en toe ook. Melvin Mandel, als je kijkt, ik wil nog best wel een keer heel graag meedoen. Ja, als je kijkt, tof dat je naar een podcast sommige, kijkt. Ik vind ook wel dat je dat echt serieus moet nemen. En sommige mensen die staan er ook in de ring en denken van, het is echt een schande voor de sport, snap je? Mm-hmm. Er zijn mensen die trainen daar een hele... Er zijn er mensen die hebben een heel stadion vol, weet je wel. Die verdienen er nog geld aan ook. En die
doen het een beetje half en die zetten een performance neer waarvan ik denk van, het is niks. Kan je niet serieus nemen. Terwijl aan de andere kant, vechters zijn heel underrated, snap je? Weinig vechters verdienen geld. Terwijl, ja man, ik heb meegemaakt hoe het is om nu te trainen voor één wedstrijd. Voor gewoon een normale wedstrijd die wij zelf hebben afgesproken, zeg maar, wel op een mooie gala. Maar als je dat serieus wil nemen, het vraagt zoveel van je lichaam. Het vraagt zoveel van je mind. En het vraagt zoveel van hersencellen, de levensstijl wat je, zeg maar, moet inleveren om daar te staan. En dan komen er een paar van die influencers die denken van, oh, dan wil ik wel een boxingstrijdje. Ga weg. Ja. Ja. Hoe zou het zijn als wij tegen elkaar zouden gaan vechten? Ja, ik zei dat tegen Koen. Koen en ik moeten dat doen. Lotgenoten fight. Doen, maar jullie vinden elkaar lief. Die houden van elkaar. Ik zou Koen wel helemaal plat stompen. We hebben wel een keer tegen elkaar gebokst. Moet je niet doen. Je moet gewoon boksen tegen iemand die niet mag. Nee, maar hoe lang heb jij nu ervaring? Oh, ik vind het super chill. Ja, ik kende hem niet. Snap je? Ja. Nee. Uit. Hij kende mij, ik kende hem niet. Ik kende hem Dat is het beste. Ik had hem toekomst tegen op Bali. Ik heb hem verluisterd op het moment dat die wedstrijd is aangenomen. We zijn vijanden, daarna is cool. Precies. Het is gewoon, op dat moment denk ik van, je wil hem doodmaken. Nou, je wil hem pijn doen, laten we het zo zeggen. Je wil hem echt pijn doen. Mm. En daarna was het gewoon van, ik heb nog met hem, hè. Ja. Ik heb nog met hem, we zijn nu iets van business, misschien een soort van indirecte samenwerking wat eruit gaat komen, weet je wel. We zijn gewoon cool. Maar op dat moment moet je gewoon je knop omzetten en denken van, bro, luister, het boeit me niet wie je bent, maar ik ga je echt pijn slopen. Oké, maar hoe lang heb jij nu ervaring met vechten zelf? Volgens mij al een tijdje, toch? Je doet het al sinds je jong bent. Sinds mijn 16 of zo, denk ik. Sinds je 16e. En natuurlijk. En een beetje op en af. Ik heb mijn eerste wedstrijd die ik heb gedaan. Dat was, ik was 116 kilo toen ik 16 was. Dat was echt mijn dieptepunt. Toen had ik als doel, toen zag ik Mootje uit de gym. Mootje. Moest vechten in Almere. En zo naar Mootje. Lekker man. Dus ik zag dat zo, weet je, ik vond het zo. Ik zit helemaal met het ding spelen. Maar ik vond dat zo vet en zo inspirerend dat hij daar gewoon stond en hij beukte die gast helemaal de tyfe zin. Ik dacht van, dat wil ik ook. Ah, gek. Toen ben ik naar mijn trainer gegaan. Mijn trainer zei van, nou, je kan vechten. Je hebt talent, je hebt aanleg, het zit in je. Alleen, ja, je bent gewoon veel te zwaar. Want boven de 95 kilo heb je een open gewichtsklasse. En de oefening. En ik was 116 kilo. Vet. Maar dat was dik, juist. Ja, er zijn ook mensen. Ja. Baksteen. 116 kilo, anabool 2 meter 10. Of misschien wel 125 kilo, want gewichtsklasse is open vanaf 95 kilo. Dus dat is, zeg maar, mijn drive geweest, zeg maar, om af te vallen. Ja, en daardoor ben ik ook afgevallen. Ja, dat was ook jouw soort van eerste business, toch? Niet om dat helemaal, maar dat mensen helpen met fit worden. Ja, Fit Formation. Fit Formation, ik kende Tom. Dat weet ik nog. Ik zat op de middelbare school en de eerste zat een goede vriend van mij, Jules, zat in de klas bij Tom. En die ging met elkaar om en daardoor heb ik kunnen leren kennen. Ik woon nu ook in het gebouw met Corné. Corné woont bij mij in de buurt. Oh, ja, man. Ik zou vanavond housewarming hebben, maar Corné's kaak dingen zijn getrokken of zo. Dus hij is dood. Hij is helemaal is klaar. Maar het is wel leuk om te zien hoe. Sowieso dat is. Kijk, jij komt ook uit de omgeving Nieuwegein. Ja. Ik vind het ook wel echt fucking dik om te zien hoe al die jongens uit best wel eenzelfde omgeving. Er best wel een groot percentage is die op bepaalde mate succesvol ondernemingen doet. Dit, dat, zo. Ja. Zelfstandige shit. Man. En vanuit jouw optiek lijkt me helemaal dik. Want ik denk dat jij heel veel van hun geïnspireerd heb om te laten zien van, hey, luister, het gaat lekker, maar het kan gek. Mm. En dat is wel is hard om te zien. Maar het kan altijd gekker. Ja. Kijk. Ja, man. We hebben een 19-jarige gesproken die een miljard beheert met zijn investeringsfonds. Een miljard? Ja. Klaas-Johannes. Klaas-Johannes Wakker. Is niet normaal. Hij komt wel uit Urk. Gast is 19 jaar en heeft gewoon... Staat hij online, die podcast? Ja, man. Ja zeker. Man. Oh, heeft, ik denk dat zijn vermogen tussen de 30 en 50 miljoen ligt, fully self-made. Ja. En weet je wat het leukste is? Hij is op zijn 13e een biermerk begonnen. Precies. Heeft hij op zijn 14e verkocht voor een paar miljoen. Ja. Maar het gekke is dus ook dat er heel veel ondernemers zijn die... Oké, sowieso een massa die zegt van, oké, ik geloof het niet. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die zeggen van, ja, dat is bizar. Dat vind ik heel interessant. Dat vind ik soms wel, en ik ben benieuwd hoe jij daar weer naar kijkt. Ja. Zelfs in de ondernemerswereld, waarvan je denkt van, die mensen kunnen tenminste nadenken dat sommige mensen gewoon echt grote resultaten kunnen halen binnen best wel korte periode. Zijn heel veel mensen sceptisch. Ja, fucking small-minded. Ik weet het niet normaal, man. Het is mensen echt opgevallen. Mensen kijk, jij zei net hadden we het over iemand. En ik betrapte me er zelf in en zei van, die maakt een ton per maand winst. Ik dacht, lekker. Dat is wat ik nu denk, lekker. Tonnetje per maand, lekker. Yes. Tonnetje per maand, gassen. Zo zie ik het. Tonnetje per maand, lekker man. Goed bezig, top. That's it. Lekker. Ja. Als je mij dat zou zeggen vijf jaar geleden, van, er is iemand die ik ken, die doet 100.000 euro per maand winst. Niet omzet, winst. Ik denk van, wacht eens even, mijn referentiekader
was op dat moment, oh, en als je een goede baan hebt, dan verdien je €4.000 per maand. Dan heb je een goede baan. Keer 12 maanden is dat ongeveer €50.000 per jaar wat je verdient. Als je dan het dubbele in een maand, dat was voor mij onrealistisch. Ja, hetzelfde, okay, net nu je dat verhaal benoemd, een miljard beheren. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Ik snap niet hoe je een miljard euro beheert. En ik snap ook niet hoe je een vermogen hebt van 40 miljoen zeg maar, op 19-jarige leeftijd. Omdat ik zoveel mensen heb ontmoet die zoiets hebben gedaan of zo. Dan denk ik van, oké, het kan wel. Ik twijfel er niet aan, snap je? Het eerste wat ik denk van, oh cool, ik zou wel eens met die gast willen praten, weet je. Ik zou wel eens wat van hem kunnen leren. Misschien kan ik hem iets leren. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen. Ik denk van, oh, ik ben benieuwd. Ik denk gelijk van, oh, ik wil die podcast luisteren. Oh, hoe heeft hij dat dan gedaan? En niet dat ik dan vermogensbeheerder wil worden, maar wel van, oh, wat zijn dan de lessen of de turning points in zijn verhaal, wat voor dat succes hebben gezorgd? Want hij heeft niet voor niets natuurlijk dat biermerk verkocht. Dat is één succes op zijn 14e voor een paar miljoen. En nu is hij dus ook blijkbaar zo goed met het vermogensbeheren, dat hij daar dus ook weer heel veel succes uit haalt. Ik dacht van, nee, dat zijn twee successen, dat is geen toeval. Cool, ben benieuwd naar zijn verhaal. Maar dus, dat is heel grappig, want dat is hoe dan, jij ermee omgaat. Maar dan ga je leren, snap je? Ik luister naar die podcast en ik luister... Kijk, je kan één podcast hebben. En twee verschillende mensen luisteren ernaar. Yep. En als je nu twee mensen vraagt van... Hey, hoe was die podcast? Twee mensen hebben een totaal andere uitkomst. Mij zou denken, oh, super inspirerende gast. Hij heeft toen dit en dit gedaan. Daarom heeft hij zo succes behaald. En iemand anders denkt van ja... Zo'n gastje van 19 die zegt dat hij zo... moet je hem horen. Hij zegt dat hij een miljard onder beheer heeft. Hij zegt dat hij op zijn 14e een of andere... Hij mocht niet eens bier drinken toen. Hij zegt dat hij een bedrijf heeft verkocht voor een paar miljoen. Geloof jij dat? Ja, dan krijg je zo'n gesprek. Nou, het lijp is nog, mensen doen onderzoekstudie. Yo, ik heb dit en dit en dit onderzocht. En als ik dit zie, is het niet waar. Want dit en dit en dit klopt niet. Denk ik, kijk, helemaal respect naar jou. En laat ik het ook altijd zo zeggen, hè. Als blijkt dat dingen niet waar zijn, rectificeren wij die shit. En dan is het niet waar geweest. Ja. Maar de mensen die hem aangedragen hebben en de dingen die wij gelezen hebben over hem, laten ons doen geloven dat het zeker waar is. De auto waarmee hij aankwam. Ja. Snap je? Die shit het is hele waar. Verhaal. Hij heeft het gewoon goed in elkaar gezet, aan ons uitgelegd. Maar ik vind het zo grappig. Je doet fucking veel tijd investeren in het uitzoeken waarom iemand niet zo rijk kan zijn als jij zelf, als jij denkt dat hij is. Ja. Hey, maar fuck aan met je eigen business dan. Ja. Je eigen doekoe. Je gaat maandag weer naar werk, omdat je het hele weekend onderzoek gedaan hebt hoe rijk iemand niet is. Ja. Om zelf van 9 tot 5 te werken, zodat je zelf ook niet rijk kan zijn. Wat fout had hij? Gekke Porsche. Ja. Nee, kijk, geen lijpauto, maar als een jochie van 19 als zijn eerste auto gewoon een gloednieuwe Porsche rijdt. Dat ik. Nee, ik ben gewoon benieuwd. Ja, dat wil wel. Ja. Maar hetzelfde met de NFT. Dus ik zeg van, joh, 8 miljoen komen binnen in anderhalf uur tijd ongeveer. Mensen gaan het niet geloven. Ik weet het nu al. Mensen toen jij het aan ons vertelde de eerste keer, dachten we ook, bro... Mensen gaan fuck? Het niet geloven. Mensen denken van, oh, joh, maar dat kan toch niet, wat zou er iets wat klopt. Dat. Oh, nee, ben zeker 7 miljoen aan kosten. Ja, maar ik heb 7 miljoen aan kosten geïnvesteerd ervoor. Nee, wat jij zegt, klopt precies. Hoe meer mensen erover spreekt, hoe normaal het wordt. Komt echt door de podcast. Want vroeger was het, bijvoorbeeld toen jij het zei, dachten we van, oké, dat is best wel gek. Mensen, je wordt het gemiddelde van de 5 mensen waar het meest bij omgaat. Maar het klopt gewoon 100%. Als ik heb zoveel mensen om me heen gehad die... Met wat voor ding ook superrijk zijn geworden, weet je wel. Ja, dan denk je van, als je nog zo'n verhaal hebt, dan denk je niet van, oh, zal het kloppen of niet? Dan denk je van, oh, wat heeft hij gedaan? En hoe kan ik dat ook implementeren? Ja, maar mensen willen het altijd weer leggen. We hadden ook een video met de oprichter van Neil Lyons. Het is makkelijker om te zeggen van, yo, wat hij heeft gedaan, hij zegt iets, het klopt niet. Kan ik me ook weer comfortabel voelen? Ben je ook weer comfortabel in plaats van zeggen van, ja, hij heeft het gewoon veel beter gedaan dan ik. Dat is, we hadden een podcast met de oprichter van Mill Lions. Oh, Thijs. Thijs, super aardige gast. En die vertelde ook dat hij dan op een gegeven moment met een Lumpia-zaak in gesprek was. En de conclusie was, overal is geld te verdienen. Ja. En als je dat niet doet, kijk naar jezelf, want je zoekt de kansen niet. Ja. Ja. En in plaats van dat mensen dat nemen als motivatie... En laat me, begrijp me niet verkeerd. Die video pakt 4,5 ton views. Hè? En er komen misschien 50 comments op die negatief zijn. Dus heel veel mensen halen daar gewoon iets positiefs uit en doen daar wat mee. Maar die 50 mensen, weet je, kijk eens naar jezelf in de spiegel... Die zeggen, ja, maar ik ken iemand en die heeft hele heftige dingen meegemaakt. En die zit nu in de schuldsanering en dit en dat. En zussen. En jullie zeggen eigenlijk dat het dus zijn eigen schuld is. Gap. Is dit het gesprek dat je met me wil hebben? Kijk, één, ik geloof er gewoon in. Ja, ik geloof er gewoon in. Luister, neem eigenaarschap van de dingen die gebeuren in je eigen leven. En als jij in de schuldsanering zit, is er iets fout gegaan. Ik ben een self-made miljonair. Maar je hoort niemand zeggen, ik ben een self-made loser. Nee. Ja. Terwijl het is net zo voor je eigen verantwoordelijkheid. Dus jij, natuurlijk, als jij een miljonair bent geworden, good for you. Loopt mee te koop, zelf met miljonair, tatoeëren het op je borst. Maar doe dat dan ook als je een fucking loser bent. Self-made motherfucker. Gewoon self-made fuck up. Ja, nee, precies. Maar neem ook, dat is ook een...
Ik heb ook fuck-ups, bro. Genoeg. Afgelopen jaren, ik heb nog nooit zoveel geld verloren als de afgelopen... En niet alleen door de crypto-koers, maar ook omdat ik niet zo slimme business keuzes en investeringen heb gemaakt, weet je wel? Is mijn eigen schuld. Dat is wel mooi. Jij hebt meer geld verloren dan de mensen in de schuldsanering. En toch gaat het beter met jou meer dan met hun. Meer geld verloren dan de meeste mensen ooit zullen verdienen. Ja. Maar het is grappig om dat eens te zien, dat mensen zitten in de schuldsanering en die denken dat hun leven voorbij is. Maar je hebt evenveel geld verloren. Eigenlijk. Ja, maar kijk, als je 20 miljoen hebt en je verliest er 2, is die 2 miljoen natuurlijk heel veel geld. Procentueel, uiteraard. Maar kijk, dat is sowieso het hele probleem. Kijk, dat is met social media. En kijk, heel veel mensen zeggen nu ook tegen ons, ja, jullie pikken alleen maar clips over geld eruit. Ja, broer, die shit gaat hard op TikTok. En dat zijn laat... de mensen die een baan doen die ze kut vinden, gestuurd hebben, om vervolgens geld te verdienen. Juist. En wij mogen niet over geld praten. En het hele ding is, mensen zeggen ook, ja, je praat alleen maar over geld. Dat gaat hard op TikTok. En het hele ding is, als ik bij alles een genuanceerd plaatje breng, is het totaal, marketing kan ook niet genuanceerd zijn. Het is toch de niche om te praten over ondernemerschap en geld. Dan ga je naar Heineken, jullie praten, jullie verkopen alleen maar bier. Ja, maar het grappige is dat mensen dat wel een soort van toch, ze trekken dat door en ze zijn daar kritisch op. Terwijl ik ook denk, stel je voor dat je marketing altijd realistisch maakt. Hé, wij hebben 2 papiers toiletpapier. Super zacht aan je reet. Maar als je te hard duwt, dan druk je in je eigen arie. Ja, dat is geen marketing. Als je een realistisch verhaal van alles neerzet, is het toch... Dat is geen marketing. Hier moet een TikTok voor. Ja. Ik zat ook te denken. Hier komt een TikTok voor komen. Ja, en het mooie maken, is... Er moet iemand die hem nu maakt, die het kan editen, maakt hier een TikTok. Onze editor maar het mooie die is, wel eruit. Iemand ziet dat en denkt, dit zijn fucking weirdos. En nu kijken ze de hele podcast en denken ze, oh, het ligt genuanceerder dan dat het is. En dat is mijn fucking punt. Ja, maar dat is toch... Mensen vinden dat vervelend. In het begin, toen moest ik nog de micro's uitkiezen. De micro-video's. De korte video's. Korte video's. De reels en de micro's. Ja, micro's. Korte video's. We doen het al. Ik dacht dus van een heel draaipaneel. Dus er is een expert. Je moet ze op die gele drukken. De gele. Dus op die gele. Die kan je niet horen nu. Oh ja? Zo. Je moet drukken. Je moet hem niet vingeren. Je kan het niet horen. Maar dat is het geluid van Shopify. Pling, pling. Waar allemaal leuke geluiden erin zitten. Deze groene? Ja, paas is lotgenoten. Iedereen hoort nu bepaalde liedjes en dingen. Nee, man. Ja, je kan een koptelefoon pakken en erin doen. Maar die groene staat nog aan. Ja, moet je eerst uitzetten. Ja, dan speelt er waarschijnlijk nog steeds iets af. Ja, precies. Ja. Auto of zo. Later. Zoiets. Sextape van je ex. Oeh. Een beeldje. Wat gaat de podcast heen? Top, man. Ja, maar, geweldig. Whisky. Oké. Maar voor de micro's. Ja, ik dacht dus, ik ga ze allemaal uitkiezen. Ja. En ik denk van ja, ik vind wat ik nou interessant vind, is wat meer van die diepe stukjes, even toch? Even een, twee gemiste oproepen. Moet ik gewoon doorpraten? Ja, nee, praten. Ja. Dus ik denk van oké, ik pak wat meer de diepe stukjes eruit. Want die diepe stukjes, zeg maar, dan praten we echt over real shit. Dingen waar mensen aan hebben. Maar het leuke is, mensen kijken dat helemaal niet. Nee, maar mensen geven geen fok daarom. Mensen geven geen fok. De mensen die een fok geven, die kijken de podcast. En de mensen die geen fok geven, die kijken die korte reel stukjes. En dan denk ik van oké, motiveert me een beetje. Maar die laat het daarbij. Ja, dat heeft hij ook gemerkt. Hij zit nu even diep in zijn telefoon. Maar marketing van een cursus werkt ook niet als je alleen maar zegt wat kut gaat. Yo, bro, zo. Ja, ik zit even in een podcast. Yo. Heb je zakelijk geregeld? Ik moet trouwens, als je het wil afsluiten, moet je het zeggen. Hè? Dan kunnen precies, we gewoon... Oh, nee. Lang bezig. Wanneer je wil afsluiten, dan... Hoe lang kan die nog? Moet ik even checken? Ja, die kan gewoon door. Ja, je kan een tijdje checken van dichtbij als je wil. Even, maar... even heel veel checken, man. Ga jij maar even checken, jongen. Wat ga je checken? Nog 3 uur. Moeten we nog 3 uur hier blijven zitten? Ja, moeten nog 3 uur. Hey, we kunnen beter wat gaan bestellen bij Uber, man. Maar vanaf 3 uur ga ik facturen sturen. Dus... is goed. Dan gaan wij vanaf 3 uur geen facturen meer betalen. Dan gaat het helemaal goed. Dus ik krijg een mooie cirkel met debiteuren, crediteuren. Ja, joh, heerlijk. Een heel juridische battle. Kunnen we daar uiteindelijk achteraf nog een podcast over nemen? Ja, precies. Over tegenslagen. Ja, nee, ik had een podcast. Maar nu is het allemaal weer goed. Stappen we uiteindelijk de ring in. Lotgenoten voor Joshua Kaats. Ja. 2-1. 2-1. Dat is wel eerlijk. Wij zijn eerlijk. Wij zijn onervaren. Als jullie qua zo gewicht dat allebei zeg maar, net zoveel gewicht zijn als ik hem eentje, accepteer ik hem per direct. Maar dan hebben we allebei anorexia. Hoeveel weeg je? 88 kilo. Precies. Nou, ben je 2 kilo? Dan moeten we allebei naar 44. Hoor. Zo, nee, 44. Dan ben ik echt een fucking junk. Nee. Dan is het wat echt junkie. Maar wat ik wou zeggen nog over van dat we dus bepaalde stukken uit de podcast pakken die
op social media het goed doen. En dat zijn vaak de dingen waar je mensen vertellen. Ik verdien zoveel geld. Ik heb scheid aan school. Dat loopt. Maar dat zul jij ook ervaren hebben met sales voor de cursus of dat soort dingen. Als jij heel genuanceerd gaat vertellen. Ja, er komen heel veel advertentiekosten bij. En dit, dat. Bewijslast. Want kijk, nu zie je ook heel veel goeroes. En die denken van, kijk, er moet ergens een stukje succes te bespeuren zijn. Zeg maar. Snap je? Anders dan vallen mensen al snel door de mand. Ik weet waar je over nadenkt. Ja. Ja? Nee, geen flauw idee. Okay. Ik zou het twijfelen. Dan ben ik... Oké, hoe ga ik dit zeggen zonder mensen te beledigen? Je mag best mensen beledigen. Nee. Want dit is wel iemand die ik goed ken. En ik wil hem ook niet weten dat mensen ook hebben. Anyway. Kijk. Ik roep bepaalde dingen. Mm-hmm. Maar ik heb ook bewijslast daarvoor, snap je? Mm-hmm. Ja. Jullie komen hier in een villa. Die is van mij. Er staat hier een Lamborghini voor de deur. Je kan... Dat is echt waar. Ja, zeg maar. Ja, je kan zeggen, tot 2 weken geleden nog een vraag, maar die is verkocht. Maar in ieder geval, je kan zeggen wat je wil, maar er is iets van financieel succes in ieder geval. Okay. En dat helpt heel erg met je verhaal verkopen, omdat mensen altijd gaan kijken van, hoe zit dat dan? Als ik praat over hoe je de mooiste vrouwen kan versieren, het eerste waar je naar kijkt is, maar wat voor vriendin heb jij dan? Weet je wel, hoe ziet jouw vriendin eruit? Hoe ziet die ex eruit? Met wie heb je het bed gedeeld? Mensen zoeken naar een soort van bewijslast. Wat je nu ook heel veel ziet, zijn mensen die hebben zo'n hele grote mond. En met heel veel dingetjes over business en weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar als je dan gaat kijken van je bedrijf, je spullen, je lifestyle. Er is niks te bespeuren. Dat zijn mensen die wonen bij hun moeder. En die doen vanaf een zolderkamertje dus een video's opnemen, weet je wel. En die hebben een keer een goede maand gehad. En die denken dat ze Tony Robbins zijn. Dit is een niet nader te noemen guru die... Laatst door Mr. Finance. Ik ga niks... Nee, niks zeggen. Ik ga je niks over zeggen. Okay. Ik ga ook nergens naar hinten. Ja. Ik ga niemand ook een sneer geven. Vul het in hoe je het zelf wil invullen. Maar dit is wel hoe het is. Ik wil het wel invullen. Okay. Mr. Finance heeft wel mensen lelijk geëxposed. Ik heb geen idee wie Mr. Finance geëxposed heeft. Doet er niet toe, maar dat was een gevalletje van... geen haat naar die persoon, maar... Er was een YouTube-advertentie. Die persoon is heel veel te zien op YouTube. Vertelt over hoe je succes kan behalen. Dit, dat, zo, zo. En Mr. Finance was gegaan. Robin Ubach, heet die guy. Was gegaan naar zijn bedrijfspagina. Uiteindelijk naar de KVK gekeken. Oké, waar staat die KVK ingeschreven? En dat was echt ergens in the middle of nowhere. In een fucking scarehuis. En hij zei van, dit is jouw... Dit is jullie guru. Maar dit is de plek waar hij ingeschreven staat. Wie was die guy? Ik weet zijn naam oprecht niet meer. Hij komt heel veel langs op YouTube-ads nu. Over agencies. Hij doet iets met agencies. Leren hoe echt iemand gatsy, maar dan Nederlands. Ja, precies. Dat type. Mensen kunnen nog steeds niet uitvinden. Ik heb geen haat aan de hossel, maar... Ik heb geen haat aan de hossel, maar... Die guy... Maar ik vond het fucking mooi om te zien dat hij... Precies wat jij nu zegt. Van iemand verkoopt jou die fucking gouden poorten. Ja. Maar dit is het huis waar de business op is ingeschreven. En kijk, ik ga niet veel stoerder doen. Als je kijkt bij sommige van mijn business, staat ook gewoon bij waar ons kantoor is. RTV Utrecht Media Centrum. Ja, daar kan je ook van zeggen. Ja, bro, fuck aan met jou. Ik heb een postadres. Mijn adres zoek zie je... Brievenbus. Zie je bij, hoe heet dat, bij die Down Under daar tegenover. Ja. Laaggraven. Wat ben je daar kwijt, postadres? Ik veel. Een flauwe idee. Ga ik zelf opzoeken, ga ik ook doen. Een vraag van mij aan jou. Toen je begon met je Dropship Academy, hoe ver was je toen al winstgevend dan met dropshippen? Want toen zat je zelf denk ik ook nog niet in de miljoenen, of wel? Nee, maar ik verkocht niet de miljoenen. Kijk, ik verkocht letterlijk, en nu nog steeds... Digital Nomad was het toen. Nou ja, wat ik deed. Dus kijk, mijn ding was van, luister, ik help jou een paar duizend euro per maand verdienen. Of tot 10.000 euro per maand verdienen met dropshippen. Mm-hmm. Dat is wat ik op dat moment deed. Ja. Ik leefde 100% van het dropshippen. Ik had geen eigen geld in het begin. Zonder eigen geld, met heel weinig budget, 300 euro, 400 euro ben ik gestart. Ja. Ik had mijn eerste goede maand, 8400 euro omzet, weet ik veel, 20-30% winst. En ik dacht van, wacht eens even, ik ga een groot risico nemen, ik ga naar Thailand. En in Thailand was ik volledig bezig met dropshippen. Dus ik heb mijn studie kunnen stoppen, ik heb naar Thailand kunnen gaan en daar kunnen leven. Ja. Mijn ding kunnen doen. Daarna zag je mijn dropship business alleen maar groeien. Mm-hmm. Met cursus heeft dat heel lang geduurd voordat ik echt die exponentiële groei kreeg. Okay. Dus, en je zag toen ook mijn lifestyle zag je ook exponentieel omhoog gaan. Ja. En dat is wat ik deed. Dat is ook wat ik verkocht aan mensen. Ik zat niet met Lambo's, huren, dingen. Nee, ik heb letterlijk mijn leven gefilmd. Dus als ik een advertentie had in Thailand bij het zwembad, was dat omdat mijn leven was... werken langs een zwembad in Thailand. Maar was dat in het begin ook de... Want het is nu natuurlijk trial and error... van de advertenties die je uitprobeert. Ja. Was het ook zo dat jij...
hele informatieve advertenties had aanstaan, maar dat het gewoon echt niet liep. En dat je gewoon zag van, oké, als mijn laptop aan het zwembad zit, nee, man, die draait het was, veel beter. Nee, het was gewoon echt van, ik wilde zo echt mogelijk zijn. Dus mijn eerste wave van mensen heb ik gekregen uit een backpackgroep, Backpackers Thailand. Want ik was, ik was een paar maanden ervoor aan het backpacken. En nu was ik aan het backpacken, maar dan verdien ik geld. Ja, precies. Dus ik was dat heel veel backpackers waren. Die houden van backpacken. En misschien ook wel geld wilden verdienen. Alleen niet wisten hoe. Dus ik dacht van, nou, ik dacht ik die backpackers. Precies. En dat was ook, ik was letterlijk de backpacker. Er zat nog een foto op mijn oude Instagram. Dat ik daar sta met zo'n rugtas, weet je wel. Ik had aan de voorkant had ik zo'n andere tas. Mijn laptopje zo erin. Fantastisch, dat was het. Ja. En nu doe ik in principe hetzelfde. Want ik film mijn leven en toevallig komen daar supercars bij. Mm-hmm. Nou, zometeen heb ik die dan niet meer omdat ik ga emigreren. Misschien daar dan weer wel. Ik weet het niet, maar ik film gewoon letterlijk wat ik aan het doen ben. Ja. Van backpacken en stackpacken. En mensen kunnen mijn hele journey volgen en ik ben er altijd transparant over geweest. Ja. Nu is mijn leven niet meer zozeer backpacken en in hostels leven en in privékamers en weet ik veel wat. Mm-hmm. En nu is het wat luxe, dus je ziet ook wat andere dingen voor de camera. Wat die fucking coaches gewoon zouden moeten beseffen, denk ik. En dat hebben we met de podcast ook beseft. Kijk, wij zijn deze podcast begonnen met het hele premise. Luister, wij zijn niet super succesvol. Nee. Maar wij hebben vragen, ambitie. Ja. En kunnen mensen spreken die wel succesvol zijn. Ja, precies. En als je dat leuk vindt om naar te luisteren, kom lekker luisteren. Maar je verkoopt ook niet van, hey, wij... Exact. Maar heel veel coaches zouden ook kunnen zeggen, hey, ik heb dit en dit nu behaald. En ik wil jou gewoon heel graag helpen om ook in ieder geval tot hier te komen. Ja. En dan gaan we samen doorstrijden. In plaats van te zeggen, hey, kijk mijn Rolex, kijk me dit, kijk me dat, kijk me zus, kijk me zo. Maar ja, daar is wel ballen voor nodig. Ja, want zeker. Dan ga je wel de echte jij laten zien. Het kan ook zijn dat mensen zeggen, ja, fuck jij, ja, ga eens keer rond. Ik ga die bij jou afnemen. Ik ga gewoon naar Joshua. Kijk, toen was mijn ding ook van, luister, ik had ook de mindset van als je 10.000 euro per maand verdient netto. Ja, doe wat je wil. Nu denk ik van, dan kan ik misschien niet helemaal doen wat ik nu wil. Dus nu wil ik ook, zeg maar, andere mensen meenemen naar een hoger niveau. Ja, en niet alleen maar met e-commerce, maar ook gewoon kijken wat we in de Academy nu aan het doen zijn. Er komen steeds meer dingen bij om mensen ook succesvolle ondernemer te maken. Dus echt een succesvol ondernemer in de breedste zin van het woord. Dus ook qua investeringen, qua andere businessmodellen, qua automatiseren, qua teamopbouw, dat soort dingen. Want mijn doel is niet meer om mensen naar 3.000 euro per maand te krijgen. Ja, ook wel. Maar er is ook, kijk, toen was mijn content heel erg, wat is dropshippen? Wat zijn de voordelen ervan? Hoe werkt het businessmodel? En hoe kun je er geld mee verdienen? Snap je? Dat was mijn main content aan het begin. En als mensen dan dachten van, oh, dat is vet, daar wil ik meer over leren. Dan investeerden ze bijvoorbeeld in een academy en dan gingen we aan de slag om een business op te zetten. Ja. Nu weten heel veel mensen dat al, snap je? Dus nu met die content ook wat verder wat meer diep. Nu heb ik ook de kans om wat meer diepgaande content te maken. Ook voor de academy bijvoorbeeld. Toen, de mensen die ik aansprak, die hadden geen geld. Weet je, als ze 500 euro moesten investeren in een cursus, was dat veel. Nu, vandaag de dag, er zijn zoveel dropshippers die meer dan een miljoen hebben gedraaid. Ja. Miljoen per maand, weet ik veel wat. En die zitten nu op het punt dat ze denken van, hey, wat nu? Ik kan mijn business runnen. Waar moet ik het in investeren? Wat voor investeringsmogelijkheden zijn er? Hoe kan ik mijn bedrijf verder laten groeien? Hoe kan ik nu overstappen van het dropshipmodel naar het maken van een brand? Hoe kan ik een community aan mijn product koppelen, weet je wel? En dat zijn allemaal skills waarin ik nu meer over wil vertellen. Hetzelfde met die NFT-projecten. Van ja, wat heb ik gedaan? Ik heb een community gebouwd, ik heb een brand opgezet, connecties, dit, dat, zo, team opgebouwd, marketing gedaan, influencers, ads, al die dingen bij elkaar gevoegd weer. En net een iets ander. Het zijn in principe dezelfde ingrediënten, alleen je maakt er een andere taart van. Snap je? Mm-hmm. En wat ik wil ga je heel even onderbreken. Waar is het toilet? Ik moet even snel pissen. Ja, ik moet echt abnormaal nodig. Ik ben echt al een half uur aan het inhouden. Lekker, ik heb er vier, man. Welke weet ik niet. Langs de vrouwen. Langs de vrouwen daar. Ja. Dan naar links. Ja, maar als je de voordeur binnenkomt, gelijk naar rechts. Prima, man. Ga verder. Ja, wat was ik aan het vertellen dan? Dat je nu eigenlijk dezelfde taart hebt, maar dan met andere stukken. Dat mijn missie nu is niet is om mensen hun inkomen van hun baan te laten vervangen. Ja. Maar gewoon om echt serieus rijk te worden, zeg maar. En om echt een fijn leven te leven. En gewoon hun lifestyle te kunnen leven, weet je wel. Ook omdat ik, niet omdat ik denk van dat iedereen dat moet doen. Maar wel omdat ik denk van, weet je, wat het ook is wat je wil, het is te bereiken. Mm-hmm. En vaak beperken we onszelf door onze huidige realiteit of door de resultaten die we tot nu toe hebben behaald. Vaak stellen we onze doelen op basis van de resultaten die we tot nu toe hebben behaald of de resultaten van de mensen uit onze omgeving, weet je wel. Ja. Dan kan je twee dingen doen, of betere resultaten behalen of je omgeving veranderen. Ja, dus betere resultaten halen is de beste keuze, maar meestal is het tweede.
Nee, precies. Maar ik probeer mensen ook bewust te maken van het feit van wat je ook wil doen. Ik heb een heel mooi verhaal. Dat was denk ik een jaar of drie geleden. Ik zat op een... als je me wat langer voelt, weet je... Mijn eerste droomauto was een Audi A5. Jaro weet dat waarschijnlijk wel. Hij weet dat waarschijnlijk wel. We gaan het zo dan vragen als test. We gaan live in de podcast doen. Wat was vroeger mijn droomauto? Audi A5. Goed. Dus, dat was comfortabel voor mij. Het was een groot doel. Het was echt de mensen die daarin rijden zijn zakenmensen en directeurs en weet ik veel wat. En ik wilde zeg maar als succesvolle jonge ondernemer wilde ik een Audi A5 rijden. Ja, begrijp ik. En toen kreeg ik bij het seminar van Ilko de Boer, kregen we de opdracht om op te schrijven van hoe zie jij jezelf? Wat is jouw ideale lifestyle? Jouw big picture, weet je wel? Hoe zie jij jezelf? Wat voor auto rijden? Welke mensen heb je om je heen? En ik wist toen dat het heel oncomfortabel was. Maar toch heb ik het opgeschreven. Ik ben een succesvolle ondernemer. Ik rij in een luxe Porsche Cayenne. En doordat ik dat opschreef, voelde ik bij mezelf... Oké, dit is misschien iets buiten mijn comfortzone, maar eigenlijk is het wel wat ik wil. Pijnlijk. Ja. En het liefst had ik natuurlijk Lamborghini op willen schrijven, maar dat heb ik niet gedaan. Maar dat laat zien, zeg maar, dat we vaak onze doelen te realistisch maken... op basis van wat wij denken dat mogelijk is en binnen ons bereik... op basis van wat we hebben gezien bij onszelf en bij de mensen om me heen... maar niet op basis van onze potentie, snap je? Mm-hmm. Want onze potentie is veel groter dan we hebben gezien. Ja, begrijpelijk, man. Dat is een beetje wat ook terugkomt Even, je vond me al een tijdje. Ja. Wat was vroeger mijn droomauto? Zit fout heb je, man. Ben je geen echte fan? Ja, ik moet zeggen, ik denk gewoon aan een Mercedes AMG. Maar I'm not sure. Ik heb niet goed opgelet. Nee, sorry, man. Audi A5. Audi A5, ja. En toch voor die Mercedes gegaan als eerste nieuwe, grotere auto. Niet de AMG. Maar eerst een andere Mercedes. Daarna klopt. Een AMG. Kwamen die Lamborghinis. Ik was daar... die mag me haten. Maakt niet uit, joh. Boeie, fok hem. Bliep! Okay. Hij is zijn naam misschien bliep. Ik weet zijn naam niet meer. Maar ik heb nog geen klein glaasje, trouwens. Oh ja, natuurlijk. Zullen we toch zijn. Maar, kom maar. Hij wil ook nog wel. Wat er dus was, ik ging die auto kopen. Auto, en ik dacht van, weet je, ik heb altijd als droomauto een Audi A5 gehad. En dat was voor mij echt luxe. Hè? Dat was gewoon echt luxe voor mij. En ik dacht van, ik heb nog nooit echt een luxe auto gereden. Dus ik wilde zeg maar de Big Three wil ik proefrijden. Ik wilde een BMW rijden, ik wilde Audi rijden en ik wilde een Mercedes rijden. Maar uiteindelijk op basis daarvan te kunnen beslissen van, oké, dat vind ik het vetst. Mm-hmm. Dus wij naar die Mercedes Sterren hier bij Utrecht, weet je wel. Dus ik met mijn vader daarheen gereden. Nou, het was wel grappig, want eerst nam hij mij niet serieus. Maar was hij echt gefocust op mijn vader. Toen dacht ik, hallo, ik ben degene die auto gaat kopen. Hoe oud was je toen? 3 jaar geleden. Ja, dus? 3-4 jaar geleden, denk ik 23 of zo, denk ik. Ja. Nou, proefgereden, Mercedes, super dik, CLA 180, reed lekker, vet gevoel. Ik had gelijk het gevoel van, dat is echt top auto, weet je wel. Daarvoor had ik BMW gereden, vond ik een beetje mooi. En toen ging ik dus naar... Ik was eigenlijk al verkocht voor die Mercedes, maar ik dacht van, weet je, Audi A5 is mijn droomauto, dit moet gaan worden. Dus ik kwam daar, niet serieus genomen. Die man zei van, ja, weet je, als je gaat proefrijden, moet je wel kopen. Hè? Dus ik dacht van, ja, hallo, ik ben hier met de intentie om te kopen. Ik dacht van, the fucking relax. Die dacht ook dat ik geen geld had of zo, of weet ik veel wat die dacht. Ja. Nou, heel moeilijk om uiteindelijk die proefrit te maken. Ik reed erin, de hele ervaring was ook kut, die verkoper was kut, was helemaal niet gezellig, was helemaal niet aardig, helemaal niet behulpzaam. Dus ja, je ging al met een ander gevoel zeg maar erin rijden met al die Mercedes in je achterhoofd. Toen ga je toch een beetje irriteren aan de dingen die net niet helemaal top zijn. Ja. Dus ik dacht van, ja, we die auto weer ingeleverd, toen heb ik die Mercedes gaan halen. Nooit meer Audi gedaan heb ik daarna. Nee, man. Nee. Alleen voor je, maar een Audi TT. Ja. Weet ik niet. Ik lijk echt alsof ik een soort van fanboy ben. Volg je ook al, maar ik heb gewoon de YouTube-vlogs gecheckt. Een Lamborghini is een soort van half Audi, maar... Ja. Precies, maar oké. Is het zo? Veel onderdelen zijn... Ja, het is gewoon Audi van binnen. Ja? Zelfde motor. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik zit gewoon een oude Ford. Mijn band was een beetje zacht. Dus ik had iemand gebeld, of die was lek of zo. Het is niet zomaar een band, hè? Maar het is echt een band. Voor iedereen die niet van dichtbij de fucking band van een fucking Ferrari gezien heeft. Dat ding is zo tyfus groot. Wat fouten? Zo'n Ferrari, morgen. Lamborghini, excuus. Lamborghini Urus. Het is een Urus Novitec, dus die is nog breder dan de Dat is echt abnormaal. Anyway, dus ik open dat ding achterin, om zo'n banden ding te pakken. En ik zie daar gewoon lipjes, weet je wel. Om die kabels heb je van die lipjes, weet je wel. Audi logo's. Ja, man. Echt? Is ik veel, hè? Is veel. Ja, dat is echt vaak, okay, neem me toen mee. Laat ik wel iets... Onderdelen worden gemaakt door één producent. En bijvoorbeeld je hebt bepaalde producenten. Renault is bijvoorbeeld
tering goed in het maken van de motoren. Die doet in de F1 fucking veel shit. Ja. Mm. Die kunnen dat gewoon supergoed. Renault kan dat. En die zitten dus ook. Maar het kan dus heel goed zijn dat Ferrari gewoon een hele dikke bak wil maken. Ze gaan niet. En dat is voor ondernemen ook een hele. Lambo, sorry. Ja. Die willen voor Lambo bijvoorbeeld ook een hele dikke motor maken. Gewoon een auto die dik is. Ik heb ook een klechtglaasje op, toch? Die willen gewoon. Maar dat is een wijze les voor mensen die ondernemen. Niet als ze mogen te veel drinken en domme dingen zeggen op een podcast. Maar. We doen het toch. Ja, precies, we doen het toch. Shit. Dat als jij zeg maar iets wil doen. En er zijn anderen die een skill hebben die ver ontwikkeld is. En je kunt samenwerken. Niet koppig zijn en denk ik wil het allemaal zelf doen. Lamborghini gaat ook gewoon letterlijk naar andere autobedrijven als misschien een Renault. Ik weet niet of dat in dit geval zo is. Die niet per se tof zijn en zeggen van, hey, jullie motoren zijn fucking aan. Help ons om dit ding gewoon super dik te maken. Volgens mij is het de eigenaar van, ik ben geen auto-expert. Ik heb geen idee, maar voor hoe ik het heb begrepen is zeg maar de motor van de RS6 is dezelfde motor als de Urus. Mm-hmm. En in principe de Audi R8 heeft weer dezelfde motor als de Lamborghini Huracan. Ja? Ja, en dat binnenconsole, je merkt heel erg, zeg maar, als je binnen bij een Lambo zit, natuurlijk heb je wel de Lambo-knopje, een beetje luxer en zo. Maar in principe is white labeling gewoon. Nee, serieus. In principe is de binnenkant hetzelfde als een Audi Q8. Ja, zeker. Nee, serieus. Ja, dat is echt lijp. En heel veel dingen, dat ook dat multimedia. De reden dat het allemaal zo goed werkt in een Lambo. Kijk, ik heb een Lambo en een Ferrari tegelijk gehad. Dus ik kan heel goed die vergelijking maken. Kijk, Ferrari is gewoon Italiaans. Het is gewoon, als je het meuken, het gaat kapot en dat is irritant. Echt waar? Ja, serieus. Maar Lambo niet, omdat het is gewoon Audi van binnen. Dus alles werkt gewoon echt super goed. Die knopjes en zo, die dingetjes, het werkt allemaal gewoon top. Met Ferrari errors en lampjes en allemaal toestanden. Drama. Oké, gek man. Dat is echt bizar. Ik heb nog wel een vraag. Hè? Dat je bent eigenlijk best wel vroeg geweest met het dropshippen. Ja. Dropship coaching ben je vroeg geweest. Dat is coaching algemeen, dat wereld is natuurlijk. NFT's ben je nu ook vroeg bij. Ja. Hij ook een keer te laat zijn. Nee, maar meer van, het is genoeg dingen te laat. Precies, maar het kan ook verslavend zijn om ergens vroegtijdig bij te zijn. Dat je zeg maar ook op een gegeven moment een angst kan hebben dat als je nu niet snel genoeg innoveert, dat je een beetje achter gaat lopen. Dat mensen iets eerst gaan doen en dan kom jij pas. Ja, klopt. En dat heb ik nu ook. Kijk, TikTok bijvoorbeeld. Ja, kijk naar mijn TikTok. Ik heb nog geen 1000 volgers. Ik ben laat in TikTok. Zeker weten. Het is op TikTok. Ik ben wel laat op TikTok gekomen. Oh, nee. Ja, bro. Ja, ik zie dat. Ik omdat... jullie podcast. Ja, ja, dat weet ik, omdat ik over de fucking socials ga. Ja, precies. Ja, maar dat is zeker. Ik heb TikTok nog gereageerd. Maar luister, nu hebben we 2 uur aan content, hè? We kunnen ook even wat leuke content maken voor jou. Ik zit hier extra whisky bij te vullen. Want ik weet, elke minuut dat ik praat zijn 3 clipjes. Voor mijn dat heb ik al vorige keer al gezegd. Ik had 3 clipjes. Ik had het vorige keer al gezegd. Tegen jou ook. Maar dat misschien dat iemand, ik weet niet of je alles zelf doet in je socials. Wij kunnen ook gewoon shit delen. Als in van vorige keer hadden jullie het volgens mij gedownload van YouTube. De kwaliteit was een beetje crappy. Ja, precies. En dat draagt net bij of je veel views gaat pakken. Dus de volgende keer bericht ons en dan sturen we gewoon de original file. Top kwaliteit. Want dan kun je goede kwaliteit pakken. Ja. Dus ik ben ook bij TikTok, weet je wel. Ja, dan ben ik ook laat. Maar soms, dat is wat ik zei. Van soms moet je weten wanneer je op nieuwe opportunity moet stappen. En soms moet je weten van, oké, ik moet nu dit doen. Hoe groot een opportunity ook is, ik moet gewoon knallen. Nu ben ik in een periode dat ik denk van, nu weet ik precies wat ik moet doen. Ik heb de gameplay precies voor me. Nu moet ik gewoon die gameplay uitrollen. Ja. En daarna is het tijd om andere dingen te doen. Maar wat is er dan gebeurd met YouTube? Want je ging lekker op YouTube. Sterker nog, ik zou zeggen dat je ondernemend Nederland onlok had qua content. Ja. Want zeker toen jij begon, was er heel weinig Nederlandse native content die goed ging. Jij hebt dat best wel gecornerd. Ja. Veel views gepakt, zeker voor Nederland. Dat weten wij ook. Mm-hmm. Ja. En daarna losgelaten. Ja. Ga je dat oppakken? Of nee, ik ga het nu alweer oppakken. Want nu kijk... Wat ik zei, weet je, ik heb een tijdje natuurlijk een beetje met een identiteitscrisis gelopen. Wat ga ik precies doen? Dropshippen, Joshua Kaas, ik wil het misschien niet. Weet je, al die dingen. En nu heb ik mijn visie gewoon scherp. En nu wordt dat gewoon onderdeel van de strategie die ik ga doen. En ook nu heb ik gewoon weer meer te vertellen, weet je wel. Nu weet ik gewoon van, weet je, wat iedereen ook zegt. We hebben tientallen miljoenen omzet gemaakt in een paar maanden tijd. In volgens mij... 3 of 4 markten, een miljoenenbedrijf opgebouwd. Dus ik weet gewoon van, oké, ik ken mijn shit. Ik kan niet ze vertellen. Ik kan mensen helpen. Ik weet nu dat dit is wat ik wil doen. Ik weet nu dat dit is waar ik gelukkig word. Waar mijn passie ligt. Mm-hmm. Grappig dat we net hebben gehad over geld en passie. Maar dit is uiteindelijk wat ik wil doen, weet je wel. Dus nu ligt het allemaal open. Nu weet ik van, oké, nu is het gas. En nu... Nu ga je dat doen. Ja. Precies. En dat is ook weer, kijk, het is altijd mijn momentum. Het is nu heel moeilijk, omdat het algoritme is veranderd. Het is alleen maar moeilijker, er zijn meer concurrenten voorbij komen. Dus het was makkelijker geweest als ik gewoon het momentum had gehouden, zeg maar.
tot nu. Want dat had ik ga je heel eerlijk zeggen, Joshua, wij hebben een YouTube agency. Dus we helpen ondernemers zoals jij om dit soort dingen te doen. Ja. De concurrentie is fucking shit. Kijk, de mensen die met ons werken, snappen wat ze doen, weten wat ze moeten doen. Er zijn een aantal cruciale onderdelen. En die skippen mensen, omdat ze het niet weten. Ah, maar dat is ook het ding. Kijk, waar focussen de meeste goeroes zich op? Dus als een business niet meer werkt, is het focussen op nieuwe content. De nieuwe filmpjes. Ze gaan een nieuwe Lambo huren. Ze gaan een andere ad setting doen. Maar ik denk dat de kracht waar ik me op heb gefocust de afgelopen tijd, is dat ik niet gefocust ben op hoe kan ik een betere goeroe worden, maar hoe kan ik een betere ondernemer worden. Ja. Achter de schermen. Van hoe kan ik nu een betere ondernemer worden? En ik denk dat dat ook weer... Menen dat ik uiteindelijk meer. Dat onderscheidt mij meer dan een of andere gast met een betere camera. Maar weet je waar het op neerkomt? Het komt uiteindelijk neer op real zijn. Ja. Want real zijn is niet uitputbaar. Het bedenken van ideeën die je moet bij elkaar zoeken van hey, wat kan ik combineren om mezelf te laten lijken of ik dit en dit ben. Dat houdt op. Want dan ben je elke keer aan het zoeken naar van ja, wat kan ik soort van bouwen dat het net lijkt alsof. En dat is het. Ik denk dat heel veel ondernemers of heel veel goeroes zich meer bezighouden met hoe kan ik succesvoller lijken. Dan daadwerkelijk focussen op hoe kan ik succesvol zijn. Ja. Die auto die zie je nu op mijn YouTube kanaal. Ik had een hele lijpe video kunnen maken. Joshua Kaats koopt Lamborghini Urus Novitec voor 440.000. Joshua Kaats koopt Rolex, weet ik veel wat het ding is, voor 70.000. Ik had het allemaal kunnen doen. Mm-hmm. Snap je? Dit huis, hoe vaak zie je die op YouTube voorbij komen? Ja, niet, ik zie jou sowieso niet op YouTube voorbij komen. Volgens mij ben je anti-social media geweest. Maar dat denk ik van, daar heb ik een hekel aan. Dat heel veel mensen willen laten zien dat ze succesvol zijn. In plaats van focus op het worden van succesvol. Maar het is dubbel, want ik zat laatst te kijken naar Iman Gatsi. Die ken je denk ik wel. Ja, tuurlijk. Iman Gatsi. De man is een legend. Juist. Ja. Maar hij had ook een Ask Me Anything, een soort van Q&A. En daarin was ook, hij heeft altijd heel veel geplande video's. Hij had een Q&A en daarin... Oh. 7 uur. Oké, we gaan het straks afsluiten. Ja, cool. We zeggen dit al 3 uur lang. Ik luister. Is goed. Hij had een Q&A opgenomen en daarin was het ook dat mensen zeiden van ja, maak weer een keer een vlog, dit, dat. En toen zei hij nee, wat ik momenteel doe, is ik prikkel het algoritme. Ik maak content waar ik eigenlijk een beetje van walg. Mm-hmm. Namelijk 5 tips om een miljonair te worden. 5 kansen om dit. Het beste businessmodel om zus. Allemaal dingen die door het algoritme opgepakt gaan worden. Die mij een heel groot nieuw bereik gaan geven. Maar waar ik misschien niet 100% achter sta. Als in, het is een beetje simpele content. Maar hij zei, ik ga dat wel een jaar lang doen. Om naar 1,5 miljoen subscribers te gaan. Vervolgens zul je mij nooit meer zulke content zien maken. En alleen maar 2 keer per week een vlog. Waarin ik laat zien wat ik doe en wat je ervan kan leren. Omdat ik dan weet, ik heb het bereik. En nu gaan we de fucking diepte in. Yeah. En dat is wel ook iets wat ik denk ook, we hebben Joey Bravo gesproken. Yeah. Er is wel ook daadwerkelijk waarde te vinden in het, noem het even simpel, verbranden van je gezicht. Het pakken van fucking veel views op dingen die misschien een beetje kortzichtig zijn, een beetje dit. Wij ook, luister, wij posten alleen maar geldcontent op TikTok, omdat we weten dat het werkt. En al die mensen die het zien ons fucking 10 keer langskomen op TikTok, 5 keer op Reels, zien ze op YouTube, denken ze... Ik ben wel benieuwd wat het is. En dan horen ze het hele gesprek en denken ze... Oh shit, deze shit gaat wel diep, man. Ja. Dit blijf ik checken. Ja, precies, ja. Ja. Hetzelfde ook met Andrew Tate. Ja, Andrew Tate is hetzelfde verhaal. Als je daar een TikTok van ziet, denk je... Godverdomme, is niet wat goed. Die man zegt, 4 vriendinnen en ook zo allemaal. Het slaat allemaal nergens op. Het is helemaal, hij zegt van, alle mannen zijn zo. En dan stopt de TikTok. Dan denk je, ja... Word ik echt met 100 vragen word ik achtergelaten. Yeah. Maar dan krijg je zo'n interview. Ja, dan wordt er tegensproken en legt hij alles uit. Hij is het op een andere manier level uitgespeeld. Hij is niet, ja, maar hij is intelligent toch? Dus hij, in zo'n interview met zo'n Aiden Ross of met zo'n andere Twitch guy die helemaal loco is. Kan hij het wel helemaal uitleggen en andere mensen gewoon kapot maken omdat hij gewoon goed is in praten. Maar en dat is het, kijk. Als je aan mij vraagt van wat vind je van bijvoorbeeld Andrew Tate, ik kan daar een mening over geven. Of natuurlijk, ik ken hem ook niet persoonlijk, maar ik kan daar een redelijk gefundeerde mening over geven. Waarom? Omdat ik daadwerkelijk zowel vrijwel al zijn podcasts en interviews dingen heb gezien. En wat veel mensen doen is, wat vind je van die en die? En die zien hem een paar keer voorbij komen op TikTok of een paar keer op YouTube advertenties en die vinden dat vervelend. En die baseren zeg maar hun mening over iemand op de manier hoe ze overkomen. Precies. En op die 15 seconden content die ze zien, in plaats van op echt de hele boodschap met context op verschillende platformen. Natuurlijk, we hebben ook allemaal niet de tijd. Natuurlijk willen we allemaal snel... Maar dat is hetzelfde. Kijk, dat is wel wat vaak gebeurt. Jij kent René Kooijman.
Wij kennen René Kooijman. Ja, ik vind het super chille guy. Er zijn denk ik serieus een paar ton mensen in Nederland. Ik denk dat hij de bekendste gast is die wij gesproken hebben op de podcast. Als ik zeg René Kooijman, zeggen ze, oh, dat is die gast van Boos, dit, dat. Slapen, juist. En heel veel mensen hebben daarbij hun oordeel klaar. Van, oké, dat is die achterlijke idioot die dat en dat. Ja, dat is een oplichter. Ik zeg ook altijd tegen al die mensen, luister, leer die jongen beter kennen. Luister naar alle content die hij leert. Zelfs dat sneller slapen. Als je kijkt naar zijn militaire achtergrond en waar het vandaan komt en de intenties die hij heeft met het maken van die content. Waar de fuck ga je dan op haten? Goh, hij heeft mij een verhaal uitgelegd over zijn discipline ook. En dat hij een igel. René, als je dit kijkt, ik zal je verhaal ongetwijfeld helemaal fucked op vertellen. Ja. Het gaat om de incentive. Want in ieder geval zaten we in een igel met een kaarsje. Ze moesten dat kaarsje warm houden. En dan moest die een uurtje slapen. Dan ging die een uurtje slapen. En dat snelle slaapprincipe, weet je wel. Ik snap dat. Dat is volgens mij Tony Robbins of zo heeft dat een keer gezegd. In context. En ik snap de context daarvan, weet je wel. Maar het is zo uit context gerukt. En de media heeft hem zo erg lopen framen. En dat is het gevaarlijke van de media, weet je wel. Dat is gewoon echt het allergevaarlijkste van de media. Het is altijd met Vasco, wat er met Vasco is gebeurd, weet je wel. Mm-hmm. Hoe hij door het slijk is gehaald door de media. Waar hij best wel veel last heeft gehad. Terwijl dat, ik kan nu op camera zeggen. Ik ken heel veel ondernemers. De meeste ondernemers zijn niet te vertrouwen in Nederland. Als het gaat om veel geld zijn de meeste mensen niet te vertrouwen. Kan ik je echt vertellen. Dat heb ik ook echt geleerd van die NFT dingen. Op te melden, mensen veel geld zien, er valt dingen te halen. Mensen zijn niet vertrouwen, mensen veranderen. Mensen switchen op je en de meeste mensen zijn niet loyaal en gaan blind achter het geld aan. Ik had van één persoon, van één persoon die ook echt vermogen heeft. Want ik kan van heel veel mensen die geen geld hebben zeggen van ja, maar hij zal het nooit doen. Geloof me, ik wil dat eerst maar eens zien. Juist. Van één persoon die vermogend is, die ik met alles wat ik heb zou vertrouwen, die nooit iemand bewust zou naaien of pijn zullen, is Vasco. Terwijl hij op de media, door Boos en door de quote en weet ik veel wat, zo erg door het slijk wordt gehaald. Klopt. Dat ik denk van, klopt. En dat is interessant, want jij bent letterlijk vandaag nummer 2 die dat tegen ons zegt. Ja? Die hem dichtbij kent. Ja. Ja. We hebben Thierry gesproken. Ja. En die zei ook, ik weet dat die man nooit iets met slechte intenties nooit heeft gedaan. Nooit. Nee. En dat nooit is wel interessant ook. Dat doet als hij je niet, mensen zal hij ook nooit doen. Nee, dat is wel interessant als je mensen beter leert kennen. En dat is ook wel een gesprek dat wij soms hebben van, zouden we die op de podcast willen spreken? Ja, die is wel op een bepaalde manier in het licht gezet. Maar aan de andere kant hebben wij ook zoiets van, ja, ga ik iemand judgen voordat ik die persoon gesproken en gezien heb om te zeggen, hoe is die persoon? Dit is hoe het werkt. Dit is hoe de media je kan neerzetten. Yep. Ik had met Vasco een business meeting en hij zei van, ik word geïnterviewd door Quote. Oh, nice. Ja, dat is dan en dan. Ik zeg van, is het planning technisch en gewoon niet handig dat je gewoon hierin komt? Je laat die vent van Quote ook hierin komen. Doe hier het interview. Weet je, ik ben toch zo met de tweetje weg. Gewoon hier zitten ergens. Die guy komt. Hij komt binnen. En ik dacht, ik hou niet rekening mee dat mensen me kennen of zo. Weet je, hij zegt van, hey Joshua. Ah, oh, kut, ken me. Hij zit hier, ik zeg tegen van, joh, doe wel even aardig tegen Vasco, weet je wel. Want anders kom je Vianen niet uit, weet je, als grapje, als knipoog, weet je wel. Super aardige guy. Mega chill. En ik weet niet of jullie, heb je Vasco al op de podcast gehad? Nee. Regel hem op de podcast. Ja, lijkt dan me leuk. Ga je Vasco echt bij deze. Beeld, van elkaar. Ik kan dat voor je regelen, joh. Lijkt me tof. Dat gebeurt er. Zij zitten hier. Ik ga weg, ik kom terug. 2 uur later zitten nog steeds te interviewen. Nou, ik weet hoe Vasco is. Super open boek. Vertelt gewoon alles. Heeft niks te verbergen. Weet ik veel wat. Die guy ook gewoon super aardig. Tim heet hij. En als je het kijkt, Tim, I see you. Waarschijnlijk komt er nu weer een artikel erover. Tim, mensen noemen jou aardig, maar we gaan nog ontdekken. Nee. Maar uiteindelijk komt het artikel online over Vasco. En dan zie ik dat. Ik heb het artikel te lezen. Denk ik van, jongen. De media is echt niet te vertrouwen en gaan daar echt met een bepaald doel gaat in een gesprek in. Ja. Maar daarmee gaat uiteindelijk denk ik ook wel een groot deel van de media zichzelf in de vingers snijden. Want er zijn gasten en niet om mezelf naar veren media in de reet te steken. Hoe ze hem hebben neergezet. Kijk, ik had toevallig gisteren nog een gesprek met Vasco over. Hij heeft dan ook NFT's gedaan. Ja. Ook heel veel geld mee verdiend. Mm-hmm. Hij zegt het ook publiekelijk, weet je wel. Mm-hmm. En hij zegt ook, er zijn heel veel mensen die erop haten. Maar de echte ondernemers, Die zien de onderneming erachter. Ja, die prikken daar doorheen. En die zeggen van, hey, Vasco, goed gedaan voor die opportunity. Die krijgt die berichten. Maar bij de mainstream wordt die wel op een bepaalde manier neergezet. Dat ik denk van, maar ik moet heel eerlijk zeggen, though. En mensen valt mij wel het dan op. Ook. Kijk, als iemand een hele kutreven. Kijk, Vasco is gewoon een goede vriend van mij. Weet je, ik zal nooit. Het zit gewoon goed, snap je? Ja. Maar er zijn ook mensen die dan zo neer worden gezet. Terwijl ik misschien weet van, ja, waarschijnlijk zit er niks achter. Waarbij ik dan toch, als ik met diegene ben, toch even niet die story plaats, weet je wel. Om, zeg maar, een soort van damage control te doen. Ja, dat is wel interessant dat, zeg maar,
Ja, dus... Zo, ik ben helemaal kwijt wat ik wil zeggen, gek. Oké, met bijvoorbeeld vast dat is het slimste zeggen, ja. Maar... Ik vind dat bijvoorbeeld best wel lastig. Waarom? Omdat wij eigenlijk hem van persoon niet echt kennen. Nee. En je hoort dat eigenlijk... maakt het vervelend. En dat vind ik best wel lastig. Je ziet alleen wat mensen vertellen. En je ziet meer van wat mensen over iemand vertellen. Precies. Kijk, maar hetzelfde wat we net zeiden. Als iemand die niet succesvol is, iemand die succesvol is, dan denken ze gelijk dat het een scam is. Snap je? Van, ja, oh, er zal weer iets achter zitten. Mensen gaan zoeken naar hetgeen wat erachter zit. Mm. Als er dan zo'n boos komt met een of ander kutartikel, denken mensen, ah, dat is het. Ja, zie je wel? Ik dacht wel dat er wat achter zat. Kijk maar, die aflevering, er zit wat achter. Ja, maar dat is vanochtend... Dat is hoe de meeste mensen denken. Vanochtend hebben we dus met Thierry gesproken. En hij heeft ook een heel groot netwerk. En hij was gewoon letterlijk heel erg eerlijk en open. En hij heeft heel veel connecties. Ik ken Thibaut ook, ik ken Alice ook. Ik ken hele eerlijke mensen waarvan ik weet, ze zijn allemaal goede mensen. We hebben jou eerder op podcast gehad, je bent gewoon een eerlijke guy. Ja. En hij zegt ook, Vasco is ook gewoon een eerlijke guy. Jij zegt het ook. Ik heb soms echt in het ondernemen een beetje het gevoel dat er altijd twee kanten van het verhaal zijn. En uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Ja, maar wat ik heb, ondernemen doe je niet om andere mensen kapot te maken. Ja, maar wat ik teleurstellend niet per se vind, gelukkig maar, dit gesprek hebben wij wel eens gehad en dat vind ik wel teleurstellend. Kijk, soms hebben wij het idee dat we een soort van het fluisterhoekje van de ondernemers zijn. Want wij spreken elke week een ondernemer, minimaal één keer per week, soms vaker. Ja. En hoe vaak het gebeurd is, dat ze zeggen, hey, die heeft dit en dit van mij genakt, dit klopt niet en dit is eigenlijk een flikkerman. Heb je al met hem gesproken? Nee. Dit af en toe, hè? Precies wat ik zei, de meeste ondernemers die ik ken, geloof me, echt gebaseerd op feiten die naaien waar je bij staat. Ik zweer het. Ja, en dat snap ik dus niet. Dat vind ik lastig. Hoe kan een ondernemer dan op beeld continu claimen, ik ben real, wees je echte ik, dit, dat. Ja. Als ik je spreek, ben je dat niet. De meeste mensen zijn dat gewoon echt niet. De meeste mensen, als het om geld gaat, dat is gewoon niet zo. Echt niet. En als ik iemand zie die niet zo is, en die, ik zeg dat recht in iemand. Ik weet nu dat er een paar mensen kijken, die denken van, oh, hij zal het waarschijnlijk over mij hebben. En die mensen weten dat ik hun niet mag. Die weten dat. Okay. En ik durf ook in de camera te zeggen, er is geen enkele situatie over mij te vinden dat ik iemand heb genaaid of benaderd of zo. Soms moet je gewoon real zijn naar jezelf en naar andere mensen toe. Maar ik kan je vertellen, de meeste mensen zijn niet zo. Echt niet. Oké, maar dat is toch best wel... Heeft niet ieder ondernemer op een gegeven moment dat ze heel erg groeien, dat ze zulke verhalen krijgen? Want jij weet dat je bepaalde ondernemers niet kan vertrouwen. Ja. Om bepaalde redenen. Ja. Hè? En dat hoef je niet allemaal hier te zeggen. Nee, natuurlijk. Nee, ik ga niemand... Nee, want fuck dat. Maar sommige mensen denken van, ik kan Joshua niet vertrouwen, want hij heeft met Vasco gewerkt en hij zat misschien ook iets met... Ik heb geen flauw idee. Maar hij zat ook in Expose. En dan denk je weer van, ik heb geen flauw idee. En daardoor krijgen mensen ook wantrouwen. En wij hebben de podcast, wij hebben nu iets van 50 ondernemers gesproken. Je hebt altijd wel van zulke verhalen rondgaan. Ja, natuurlijk, je hebt altijd die verhalen rondgaan. Maar als ik hier kijk, ik ga altijd met een schone lijn met iemand. Als ik ergens verhalen over iemand heb gehoord of zo, weet je wel. Ik baseer mijn mening op iemand die ik ken of de ervaring die ik met een persoon heb gehad, snap je? En dat is gebaseerd op feiten. Mm. Hetzelfde, je noemde net Expose bijvoorbeeld. Ja, ik heb het gepost voor Vasco. Ik heb er verder niks mee te maken. Ik heb er zelf in geïnvesteerd. Mijn geld is weg. En mensen leggen zelf de link van, oh, dat zat hij ook in. Dat is één grote scam geweest. En mijn hoofd is nog een keer bij boos gekomen daar, weet je wel. Ja. Dan denk ik van, maar ik heb er niks... Dat zijn geen feiten. Ik bedoel, van, er is... Het is mooi. Ik vind het super interessant om te zien dat een heel goed voorbeeld daarvan is Andrew Tate nu. Ja. Elke YouTuber die geen reet voorstelt, die een beetje tof is, gaat nu video's maken over Andrew Tate en haat op alles wat hij zegt. Ja. En een les die ik zelf heel duidelijk geleerd heb, de eerste keer dat wij een interview hadden met René, was als je iemand beoordeelt op het eerste beeld dat je van iemand hebt, dan heb je jezelf daarna afgesloten voor alle waardevolle lessen die iemand kan leren. En die waardevolle lessen kunnen jou super ver brengen in het leven. Tuurlijk, kijk, hij bijvoorbeeld, om het weer over hem te hebben. Zo, die guy is zo goed in marketing. Iedereen heeft het over hem, jongen. Geweldig. Ja, het is abnormaal. Het is echt abnormaal. Ja. Hij is best wel extreem. Hij is super extreem. Ik denk dat, niet eens extreem. Ik denk dat hij heel veel dingen zegt die andere mensen denken. Ja. Ik denk, als je mannen echt vraagt zonder die conditionering van, zou je wel meer vrienden... Ik denk dat heel veel mensen dat zouden willen. Luister, de realiteit is, jij zou seks kunnen hebben met een andere vrouw zonder daar emotie bij te voelen. Je zou dat kunnen doen, je zou naar huis kunnen gaan en alle liefde kunnen geven aan de vrouw, net zoals die was de avond daarvoor. Ik zou dat ook kunnen. Zou ik nooit doen natuurlijk. Ik zou het niet doen, maar ik zou het kunnen. En dat kan ik gewoon heel eerlijk zeggen en dat is misschien fucked up. En ik zeg heel eerlijk, ik zeg heel eerlijk dat ik het ook juist vind dat de kracht erin zit, dat je ervoor kiest om dat niet te doen.
En dat is waarin ik dan niet eens ben met Tate. Ik vind dat je eigenlijk nog meer mans bent als je zegt dat niet. En dat is het. Je hoeft het dus niet overal... Kijk, wat ik zei van hij is natuurlijk best wel extreem in bepaalde dingen. Hij zegt soms wel dingen, niet alleen over vrouwen, maar ook over leven in het algemeen. Hij zegt geloof, soms dingen, depressies, whatever. Die andere mensen misschien wel denken, maar niet durven te zeggen. Daarom krijgt hij ook heel veel mensen met zich mee. En zijn communicatie is zo goed, zo puur, zo duidelijk, dat alles wat hij zegt... Kijk. Hij zet zichzelf zo neer dat wat hij ook zegt, je kan het er niet mee eens zijn. Je kan denken van, ik denk daar anders over, maar er zit altijd wel een soort van logica. Ja, maar hij zegt ook geniaal. Hij zegt, depression isn't real. En dan vertelt hij een heel verhaal. Bij depression isn't real pak je allemaal mensen van, what the fuck zegt deze guy? Weet je? Ja. Ik ben depressief geweest. Ben je gek dat je gaat zeggen dat het niet waar is? Ja. Dan zegt hij, feeling depressed is real. But being depressed is not real. En dan gaat hij dat helemaal uitleggen. En dan denk ik, deze guy snapt communicatie op een ander niveau. Hij snapt hij hoe hij iets kan pakken. Een bepaalde overtuiging waar hij gewoon 100% naar leeft. En ik denk wel dat hij gewoon echt helemaal echt is. Ik denk wel dat hij het oprekt. Ik denk wel dat er bepaalde overtuigingen zijn die hij op een bepaalde manier vocaliseert. Dus die hij uitspreekt. Ja. Waarin hij het op een bepaalde manier in een hoeken weet te plaatsen. Dat het nog extremer klinkt dan dat hij daadwerkelijk denkt. Want hij zegt soms ook dingen die borderline vrouwhatend zijn. Maar als je dat in ieder geval, daar zo kan je het opvatten. Maar wat dan? Dat hij zegt bitch af en toe. Ja, nou, dat maakt me echt fuck uit. Maar... meer dat hij bijvoorbeeld zegt, als ik een vriendin heb en ze doet OnlyFans, is mijn eigendom, ik pak 100% van die shit, fuck haar. Dat, ik snap dat er veel mensen zijn die denken, ja, wat de fuck zeg jij nou? Ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Mm-hmm. En ik weet wel dat hij heel veel respect heeft voor vrouwen en dat hij ook daadwerkelijk de vrouwen die hij in zijn leven heeft en dat het ook heel platgeslagen is het zo, ja, ik heb een vrouw, dat is mijn vriendin, zij doet OnlyFans, ik krijg 100% van het geld. Maar er zit een heel verhaal achter, en het is genuanceerder. Hij pakt niet 100%, hij pakt niet van 30% of 40%. Heeft hij nog in een van die interviews uitgelegd? Kijk, dat is ondanks, dus belangrijk. Ondanks, kijk, je kan zeggen van, oh, dat zou ik niet doen, want ik zou mijn vriendin vrijlaten. Maar, mijn vriendin gaat geen OnlyFans doen trouwens, zo dat... ik ook niet, die van mij ook niet, nooit. Nee. Maar ik snap hem wel. Ja, als hij OnlyFans gaat doen, dan krijg je een deel. Ik snap wel ergens, als ik samen met een chick, ja, mijn vriendin, bla bla, zullen we OnlyFans gaan doen? Schat, wat vind je ervan? Prima, dan ga ik... Manage die shit. Dan ga je zeggen dat hij meer geld verdient. Yes. En dan gaat er ook een deel naar mij. Precies. Ik zeg niet dat ik dat zo zou doen, maar ik snap die gedachte, snap je? Ja. En dan laat je wel nadenken over bepaalde dingen die controversieel... Kijk, iedereen... Of tenminste niet iedereen, maar we worden geconditioneerd op een bepaald level, om in een bepaald systeem. Ja. En hij heeft gewoon een andere visie op bepaalde dingen. En ik vind dat heel interessant om daarover na te denken. En legt dat op zo'n manier uit dat het voor iedereen begrijpelijk is. En bij sommige dingen denken van, hey, daar zit wel wat in. Mm-hmm. En op het moment dat ik het er niet mee eens ben, kan je jezelf ook de vraag stellen van, in plaats van, oh, hij is gek, van, waarom ben ik het er niet mee eens? Is dat omdat ik het er echt niet mee eens ben? Of is dat omdat het een soort van overtuiging is geweest... die door andere mensen in mijn hoofd is geprent door de maatschappij... en ben ik het er daarom niet mee eens? Maar, dit is het hele ding. Hij heeft dus dat gedeelte van... hij is het ergens niet mee eens... omdat het tegenwoordig is... masculiniteit is toxisch. Wordt een beetje neergezet door bepaalde mensen... die heel hard kunnen schreeuwen. Ja, alles moet kunnen. Precies, mensen denken van oké, blijkbaar is een man geen man meer zoals vroeger... maar moet een man meer zoals een vrouw zijn, hè, feminisme. En niet dat ik daar tegen ben, maar tegenwoordig wordt dat... feminisme gaat over gelijke rechten... maar tegenwoordig gaat het zo ver dat vrouwen bijna meer rechten moeten hebben als mannen. Oh, vrouwen hebben niet eens meer geslachten. Ik zag laatst een fucking goede video daarover. Ja. Dat was een video van een guy en die zat te kijken... en daar was de vraag van... oké, er is een lesbisch koppel. Ja. Twee vrouwen. Lekker. Wie is de queen in deze relatie? Ligt ze echt aan. Hè? Wie is the queen? Wie is the valuable one in de relatie? Dus wie is de waardevolle? Ja, allebei. Allebei. Oké, cool. Oké, nou, dan vraagt hij aan verschillende mensen op straat. Al die vrouwen zeggen de vrouwen allebei. Ze zijn allebei waardevol. Dan zegt ze, oké, dit is een hetero relatie. Man en vrouw. Wie is de queen in de relatie? Of wie is de waardevolle in de relatie? Ja, de vrouw. De vrouw. Want die zo... En waarom de man niet? Ja, mannen zijn trash. En hij vroeg dat aan veel vrouwen. En al die vrouwen zeggen, hij is trash. Dan denk ik, het is wel super interessant dat je een shot eerder ben je aan het pleiten voor het feit dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en daarom zijn het queens. Ja. Maar als je vraagt, wat is een man? Een man is trash. Ja. Oké, maar hoe kan een vrouw niet ook trash zijn? Dan zijn we of samen trash of samen king. Ja. Kan niet een of het ander. En die dubbele standaarden, die kom je heel veel tegen in de maatschappij. En dubbele standaarden zijn soms voor ons fucking chill als man. En dubbele standaarden zijn soms voor mijn vrouwen fucking chill.
Ik zeg eerlijk, soms kijk ik naar mijn vriendin en denk ik... er zijn best wel gewoon dingen die moeite en alles van jou wegnemen. Dat ik denk, zou ik ook wel godverdomme een keer chill vinden. Ja. Maar ja, ik ben een man, ik moet mijn karakter tonen en dat is wie ik ben. Precies. Maar we kunnen niet zeggen, ja, wees een man, pak je karakter... en wij willen ook nog al die voordelen. Ja, what the fuck. Ja, zo werkt we hebben weer andere voordelen. Kijk, vrouwen moeten hun nagels doen en hun wimpers en hun tenen en dan weet ik veel wat. Juist. En wij gaan dan gewoon rustig naar buiten. Rasje je tientje. Juist. En moet gewoon grappig zijn. Een beetje goede foto's kunnen vertellen. Interessant zijn. Nee, dat is niet helemaal waar. Kijk, vrouwen moeten gewoon mooi zijn en dan komen ze al heel ver in het leven. Dat is wel wat het is. Als een vrouw er mooi uitziet, dan is dat ze de value van... Nee, dan krijgen heel veel mensen, zeker van die ondernemende chick, die het er niet mee eens zijn. Over het algemeen, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Over het algemeen, weet je wel, ik vind dat verhaal met die jacht vind ik heel mooi, weet je wel. Om als man op een jacht te eindigen, ook al is dat van iemand anders, moet je connecties hebben, je moet valuable zijn, en je moet een bepaalde status hebben en je moet iets kunnen komen brengen, weet je wel. Wat voor een chick te doen om op een jacht in Monaco te eindigen? Goeie double D. Zij moet gewoon een keer naar die dokter wat van die neptieten erop laten plakken, van die lippen, extensions en een beetje mooi zijn en een mooi gezichtje hebben, voilà. En het mooie is, dat is ook niet erg. Ik heb altijd gedacht, en dat is misschien raar, mijn brein werkt zo. Als ik een chick was geweest, ik had gym gepakt, goede tieten erop geklapt, een paar mensen gechopt die veel doekoe hadden. Ik had mezelf goed gezet. En ik zou een slet zijn. Luister, ik wil succesvol zijn en ik heb motivatie. Luister, kijk, ik moet fucking hard werken. Ik ben een guy. Ja, ik kan mezelf niet naar boven neuken. Was maar zo'n feest. Ja. Als ik een chick was geweest, ja, dan had ik dat waarschijnlijk gedaan. Omdat dat is wat ik over heb voor succes. Daarna pak ik al die doekoe, bouw ik iets voor mezelf en uiteindelijk heb ik een Imperium. En daarom... Maar dat is geen haat op, toch? Als je daar real in bent en zegt, dat is hoe ik die shit heb gepakt. Ik heb meer respect. Voor, precies, ik heb daar geen respect voor. Luister. Nou, dat mag en dat is prima. Ik heb geen respect voor dat soort vrouwen. Ik heb, nee, maar ik heb, luister, kijk. Okay. Ik heb respect voor de persoon die hardop en luid duidelijk kan uitspreken dat ze doen waarom ze het doen. Ja. Er zijn zoveel mensen die dat wel doen en het niet zeggen. Maar ik vind dat de meest onaantrekkelijke van bij vrouwen niet. Ik zeg niet dat ik het aantrekkelijk vind. Ik zeg niet dat ik haar zou choppen. Luister, waarom zou je als vrouw een onaantrekkelijke vrouw willen zijn? Luister, het is toch best wel simpel. Omdat ik weet dat mannen dom zijn. En dat uiteindelijk de mannen mij veel waarde bieden. Waarom zou je niet gewoon een vrouw zijn in jouw kracht, empowered en gewoon leven in je vrouwelijke essentie? Omdat ik ook nu, in plaats van jezelf omhoog neuken. Nee, maar omdat ik ook nu misbruik wil maken van de dingen die mij voordeel geven als een man. Wat dan? Er zijn bepaalde voordelen die je hebt als man. Wat dan? Waar je bewust of onbewust gebruik van maakt. Wat dan? Het feit dat ik vannacht gewoon rustig over straat kan lopen en dat niemand mij gaat aanraken, omdat ik weet als je mij aanraakt, sloop ik je. En een vrouw kan dat niet doen. Er zijn heel veel dingen die man en vrouw onderscheiden. Ja, dat weet ik. Waar je gebruik van maakt, bewust of onbewust. Maar ik vind, en ik vind more power to you als je dat toegeeft. Als je een vrouw bent en hoe jij het zegt, je neukt jezelf naar boven om vervolgens een bepaalde lifestyle te hebben. Dat vind ik misbruik maken. Dat vind ik niet gebeurd. Dat vind ik misbruik maken van de situatie. Kijk, maar hoe je dat kijk, doet. Kijk, ik zal slet zijn. Het is maar goed dat ik een pik heb. Hoe je dat doet. Dat lijkt mij heel goed. Hou hem vooral. Luister, jij kijkt ons de podcast Adam 22. Ja. Ik heb een oplossing. Precies, dat is, dan heb je dit. Jij moet een keer naar Thailand. Moet je daar naar de lokale dokter gaan? En dan ben je precies jouw droom zo. Nee hoor. Ik ben een blanke hetero man. Ik zit goed. Ja. Maar we maken nu eigenlijk bijna een Andrew Tate podcast ervan. Maar dan moeten we ook even doorgaan op hem. Want wat nou als je dus als vrouw zijnde het cijfer kan opzetten op je hoofd. Oh, gaan we dit stukje weer krijgen. Van hoeveel bad partners je hebt gehad. Ja. En dat is dat stukje wat jij zegt. Als vrouw zijnde kan je bijna omhoog neuken. Je verliest dan wel een beetje je waarde. Als iemand het vraagt, maar ik kan liegen erover. Dit is ook weer zo'n stukje van hem dat weer zo uit de context is gerukt. En hij heeft daar gewoon... Kijk, soms moet je, als je een punt duidelijk wil maken, moet je dingen wat extremer maken. Dat is hoe het werkt. Yep. Hij heeft dat heel goed toegepast door bijvoorbeeld een het punt dat hij duidelijk wilde maken, heeft hij op deze manier verwoord. Dat we heel veel... Haram. Haram. Ja, niet haram. Ik voel echt een nog steeds fanboy groepje dit. Nee, maar wat ik probeer te zeggen maakt is... Niet uit. Op zich, als je echt kijkt naar wat er gezegd wordt... Er zit wel een kern van waarheid. Nou, dus als ik heel eerlijk ben, als ik een knappe vrouw zie, heb ik liever dat ze 3 of 4 vrouwen heeft, mannen heeft gehad, dan dat ze er 50 heeft gehad. Ja. En helemaal, en dat zeg ik heel eerlijk, dat is mijn mannelijke ego. Stel je voor dat ze meer mannen heeft gehad dan ik vrouwen, vind ik fucked up. Ik zou dat niet kunnen hebben. Zo vervelend. Ja, ik weet niet hoe jullie dat zouden vinden, maar ik zou dat fucked up vinden. Ik heb 3 bedpartners gehad, voor mij maakt niet ik heb ook 3 bedpartners gehad en dat is gewoon real talk. Luister. En mijn vriendin... Dat is real talk. Ja, bij hem is het real talk. Hij heeft een Lamborghini, dan gaat het harder toch? Precies. Maar ik... Nee, ik heb echt nooit een Lambo misbruikt. Nee, dat is een geit. Dat is een geit. Nee, nog nooit. En is een geit. Meestal van de tijd dat ik in relaties. Ja. Oké.
Nee, maar meer van, het is fucked up toch als je vriendin 10 heeft. Ik zou dat persoonlijk fucked up vinden. Als jij wat? 10 vind je niet zoveel. Nee, maar als ik 3 heb en zij 10. Maar bij jou ligt die grens. Hoe oud ben je? Ik ben 25. Val je op ouder of op jongere chicks? Ik val op goede chicks. Jij valt sowieso op oudere chicks. Maar mij is fuck uit hoe oud ze zijn. Eerlijk. Nou, ik heb wel... Geen kijk, antwoord. Oké, laat ik het zo zeggen. Ik vind... Ik geef geen fok om leeftijd als het gaat om relaties. Oké, maar om zeg maar die 3... Stel, het gaat nu uit met jou en je vriendin. Ik hoop het niet. Het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Jullie gaan trouwen of altijd samen blijven kinderen. Mocht het uitgaan. Stel, je hebt een nieuwe vriendin. Dan is het best wel lastig om iemand te vinden, denk ik. Zeker als je gaat voor iets oudere chicks die onder die 3 komen. Inhaalslag. Moet inhaalslag. Maar je gaat eerst zeg maar jouw ja, kant omhoog doen. Ik ben een onzekere man. Okay, ik moet eerst mezelf omhoog boosten. En dan kan ik weer gaan daten. Ja, maar weet je wat ook wel tegen kijk, maar wacht. Oké, dan ga ik je nu pakken. Stel je zou nu single zijn. Zou je die inhaalslag maken? Nu? Nee, als je single zou zijn. Als ik nu single zou zijn. Ja. Ik denk dat je kijk, wel een foto maakt. Het probleem is wat ik een beetje heb. Is aan de ene kant zou ik denken, ik zou gewoon zoveel chicks als kon of wil zou ik seks mee hebben. Want dat is maar gewoon waarom? Enjoyment. Als ik het leuk vind, als ik vibe met iemand en ik vind het chill, dan is dat gewoon het ding. Okay. Maar ik zeg heel eerlijk, waarschijnlijk zal ik niet heel veel hoger zitten dan 3. Misschien 6. Ik werk. Ik heb een podcast, ik werk, ik heb business. Wanneer ga ik chillen met mensen? Ja. Ik heb al bijna genoeg tijd om fucking matties te chillen. Ja. Laat staan dat ik tijd heb om met vrouwen te... Ik negeer mijn eigen moeder op WhatsApp. Ja. Laat staan dat ik een of andere random bitch ga appen. Maar ik doe per ongeluk. Per ongeluk? Ja, gaat ja, niet gebeuren. Ik ga niet uit, appjes, niks. Soms denk ik van, oh shit, ik moet op mijn moeder reageren. Oh ja, dat zo, heb ik fucking vaak. Zo gevaarlijk, man. Luister, ik heb dat super vaak. En ik heb nu voor mezelf zelfs een regel gemaakt. Ik bel 1 keer per week mijn oma. Ja. Want als ik dat niet doe, dan vergeet ik die shit. Ik bel haar gewoon, dan spreek ik er. En dan weet ik, die shit zit erin, staat in mijn agenda. Ja. Want als ik alles overlaat aan, oh, daar denk ik wel aan. Ja, dan gaat iedereen vergeten worden. Oké. Nog steeds. Ja, het is bijna tijd, man. Hoe lang zijn we bezig? We zijn denk ik nu 2 uur bezig. Oké, hoe lang is je langste podcast? Ik weet het niet, 3 uur. Dus we moeten nog serieus, 3 uur? Nee, geen flauwe. Met wie? Geen flauwe, nee. Ik zou het ook echt niet weten. We hebben wel een keer een podcast volgens mij van 2,5 of zo. Ga maar door. Ik wil je niet... Bro, luister. Ik wil niet weggaan. Voor de langste voordat podcast. Voordat ik de langste podcast op de lot ga. En op het moment dat iemand ook maar denkt van ik ga dat overtreffen, kom ik terug. Oké, luister. We gaan nu kijken. Het is niet alleen de langste podcast. Zijn, het is waarschijnlijk ook de lamste podcast. Dus dan heb je gelijk 2. Oké. Jongens, ik kan nu al zeggen. Het wordt moeilijk om dit te overtreffen. Want we zijn bijna... Als het klopt wat daar staat, zijn we bijna 3 uur bezig. Ja? Ja. Dat gaan we wel zo... Dan gaan we zo afronden. Oké, die 90-jarige guy... Die heeft 1 uur en 48 minuten. Ja, die hebben we ook lang mee gezeten. Maar dat hebben we nu al wel. Met een uur gebied. Heb goed gekeken. Ja, bijna 3 uur, boys. Dus eerlijk. Het is zoveel clipjes, jongen. Oh, ja, dat is niet normaal. Ja, dat moet je niet willen. Ik ga wel letten. Hey, ik heb... ik ga even met... Ik heb sales op Shopify. Oké, zeg je eerlijk, hè. Ik wil misschien wel een vrouwtje die weinig bedpartners heeft gehad. Ja. Maar aan de andere kant denk ik toch ook wel... Als zij weinig bedpartners heeft gehad... Opnemen, we zijn 3 uur bezig. Yo. Jij gaat pijn in je vingers krijgen van het knippen van clipjes. Precies. Sorry. Drie uur, jongen. Kom door de whisky, man. Kom door de whisky. Weekend niks te doen, hè. Het was goede whisky, man. Fijne wedstrijd. Oké, maar als zeg maar een vrouw weinig bedpartners heeft gehad... En ze heeft misschien wel lange relaties gehad, hè. Maar als zij gewoon niet zo goed is in bed... Dat kan wel een minpunt zijn, man. Ja, eens. Oké. Joshua, ja. Heb jij ooit een leuk vrouwtje ontmoet... waarvan je denkt van, daar kan ik bijna een relatie mee nemen. Ik denk, ik hou wat meer afstand, wil eerst een beetje opbouwen dan... Want ik denk dat jij wel aardig wat bedpartners hebt gehad. Misschien hij zijn niet. Drie. Dat vind ik ook heel veel. Maar dat je daarna zag van, oké, luister, dan ben je met haar naar bed geweest... en denk van, oké, omdat ze niet echt goed was... Heb je het afgekapt? Kijk, er zijn mensen die tegenvallen natuurlijk. Maar ik ben ervan overtuigd. Ik heb nog nooit gehad dat als ik echt een goede connectie met iemand heb. En er zit echt gevoel bij. Ja. Dan is het vaak ook de seks wel goed. Ja, daar ben ik mee eens. Ik heb wel seks gehad dat ik er niet gevoel bij had. Maar, ja. En dat die chick, want dat heb ik, weet niet of je dat ooit ervaren hebt. Maar dat een chick fucking geil doet. Als je eenmaal met haar bent, zeester. En dat je echt denkt, bruh. Dat heb ik theorie. Als je... Zijn er nog mensen die deze podcast kijken? Dus ik moet echt heel goed opzetten. Ja, maar dit is diep in de podcast. Dit is 3 uur diep. Niet veel mensen. Mensen zijn er nu afspreken. Laten we nu afspreken voor je editor ook.
Vanaf nu worden er geen clipjes meer gemaakt. Oké. Vanaf nu worden er geen clipjes. Vanaf uur drie? Ik wil niet ook, dat mijn uitspraak van nu in clips voorbij komt. Is goed. TikTok van spreken wat. Marcaats over gaan sturen naar Rap News. Nee. Oké. Vanaf hier geen clipjes meer. Is goed. 3 uur geen clipjes. Voor dit stuk komt in Lotgenoten Plus. In plaats van Sidemen Plus komt het in OnlyFans. Ja, dit is OnlyFans. Nee, maar ik heb wel een theorie. Vaak dat de echte... Okay. De echte toppers zijn vaak minder. Qua skill. Van aantrekkelijkheid bedoel je? Aantrekkelijk, ja. Klopt. Vind ik wel. Ja, yes. Want dat is die hele shit. 100%. Dat is de meest 100%. Kastige guy in de gym 100%. Is onmin lelijk. Nee. Hij heeft iets te bewijzen. Hoezo praat je over mannen? Ja, dat is toch gewoon hetzelfde. Ik heb hier nog nooit op gefocust. Ik heb geen idee of dat gaat. Ja, ik schaam me daar niet voor. Luister, ik heb hele lange tijd gefitnessd. Ik vind het fascinerend om het mannelijk lichaam te zien als het gaat om bodybuilding shit. Ja. Als ik kijk naar Chris Bumstead, ik weet niet of je hem kent. Chris grote Bumstead. Bodybuilder, nee. Classic fysiek. Kan ik daar naar kijken, vind ik het fascinerend om te zien hoe de lijfjes gebouwd is. Ja. Maar in de sportschool valt het me ook op dat er heel veel onmin lelijke guys zijn. Ja. Die super buff zijn. Ja. En dat is omdat als A niet werkt, ja, dan moet je het ergens anders vandaan halen. Ja, en dat is voor chicks hetzelfde. Als je gezicht niet werkt, ja, dan moeten andere dingen. Maar meestal zijn ze dus aantrekkelijk, maar ze zijn niet zo goed in bed, dat meer. Want ze zijn meer zeestijl in bed. Hoe aantrekkelijker ze worden, hoe hoger de kans is dat ze lui worden. Okay. Dus dan moet je hun een beetje opwekken. Je moet een beetje wakker maken. Je moet laten zien dat ze een beetje energie erin moeten pompen. Ik heb vaak, als je zeg maar downgrade op 1 of 2 puntjes, in plaats van 10 ga je voor 9 of 8. Beter. Maar is er een 10? Wat is voor jou een 10? Heb je veel 10 in je leven gehad? Hij moet wel ja zeggen. Nu wel, want ze hebben net 10 gezegd. Maar 10 zijn wel... Kijk, het is moeilijk om een 10 te ontmoeten. Ik ga weinig delen over mijn relatiestatus, maar nu 10. Ja. Oké. Okay. Ja. Komt dat alleen door aantrekkelijkheid of komt dat ook door de relatie en door alles eromheen? Ja. Want dat heb ik wel als een... Ik heb niet relatie gezegd, maar... Nee, maar een relatie met een persoon. Ik heb ook een relatie met jou, ik heb ook een relatie met jou, zeg maar niet relatie, maar meer van de band met iemand of omgang met. Want dat heb alles ik met alles totaalplaatje. Ik denk als je ook verliefd bent op iemand en je hebt een connectie en je voelt elkaar, en dan maakt dat het uiterlijk ook alleen maar mooi. Ik denk, ik heb ook een theorie bij knappe chicks, dat is de eerste 2 weken leuk. En daarna heb je eigenlijk meer nadelen. Nee, dat is echt zo, want het is niet alleen jouw chick, want het is een prooi voor iedereen, zeg maar. En dan, als je iemand... Nee, maar serieus, als je iemand... Hey, nee, maar dat is net zo'n... Ja, ik deal hier al fucking 6,5 jaar mee. Nee, maar dat is echt zo. Want ook al heb je iemand die wat minder is, en je hebt het daar leuk mee, zeg maar. Na een tijdje maakt het niet meer uit hoe ze eruit ziet, vind ik. Want dat zijn veel andere dingen. Karakter is een veel groter ding. Uiterlijk trekt natuurlijk aan, maar uiteindelijk ben je met iemands karakter. En uiteindelijk vind je dat het belangrijk. Ja. En dan uiterlijk, ja... Oké, net als een binnen TikTok product. Wat zeg maar naar net als een binnen TikTok product. Show dat naar. Dan moet je nu ook show dat naar Koen. Je maakt weer business. Lekker pik. Ja, kijk. Toch? Het is wel. Het klopt denk ik wel inderdaad met wat je zegt. Maar het is net als geld verdienen. Iedereen kijkt naar geld verdienen of dat end all be all is. Als je uiteindelijk dat geld verdiend hebt, zie je. Oh, de daadwerkelijk wat ik kan doen op een dagelijkse basis. Nee. Waar ik passie voor heb, dat is belangrijk. Het is hetzelfde als een Lambo. Oh, waarom maar we hebben geen Lambo. Waarom is het hetzelfde als een Lambo? In het begin rijden die Lambo en ik... Wow, ik ben een man. Na een maand is het gewoon je auto. Is het gewoon je auto? Dat maakt niet uit of je een Mercedes rijdt of een Lambo. Is het gewoon een auto? Maar je kan hem niet overal parkeren. Want mensen willen op de foto. Mensen willen lopen er langs. Stelen, mensen slopen. Gaan stelen. Mensen gaan dit, mensen gaan dat. Daarna, bam, bandlek. €1500 in plaats van 200. Ja. Daarna, onderhoud. Daarna rij je tegen een stoepje aan, weet je. Dat doet meer pijn dan wanneer dat zeg je eerlijk. En dat is aan dit de ene is een goede kant, vergelijking. En dat is aan dit de ene kant super kut. Beter. Maar aan de andere kant, om daarmee te leren dealen en dat te kunnen accepteren, is ook weer een super waardevolle les. Kijk, ik ga niet mezelf stoer noemen. Je koopt een Lambo, omdat als je dan op straat rijdt, je maakt geluid en mensen kijken naar je. Je hebt die een ego boost. Ja, zeker. Zelfde met een maar dat heb je toch ook als je een knappe vrouw hebt naast. Als jij met een knappe vrouw loopt. Tuurlijk. En je ziet andere boys ernaar kijken. Je hebt sommige, ik ken mannen die dan willen vechten met die mensen. Ja. Die mensen heb je. Als ik iemand zie kijken naar mijn vriendin, denk ik, lekker pik. Ja. Die heb ik in de zak. Rustig. Ik zie het alleen maar als een soort van compliment. Kijk, ja, joh, is het heel eng te kijken naar dat? Nee, ik dacht dat mijn telefoon hoorde trillen of zo, man. Maar, oh, dat trilde ook mijn telefoon?
Ja, fuck it. Okay. Het is weer voorbij. Skip. Oké. Okay. Nou, net maar als Lambo. Luister, ik heb nog wel een verhaaltje van mijn oude vriendin. Die waren dus besties. Zijn vriendin en mijn ex waren besties. Je weet nooit waar deze is. Ja, maar publiekelijk. Heel eerlijk, al gaan ze dat kijken. Wat gaat luister, zijn ex-vriendin... Die kijkt niet eens zo ver, fuck dat. En worden geen clips meer opgenomen na dat. Nee, geen clips meer na 3 uur. Dus nu kan alles. Als er nu mensen zijn die denken van... Ze gaan expressclipjes maken van dit. Ja, precies. Maar ik weet nog wel een moment dat wij een keertje uitgingen. En kijk, mijn ex en jouw vriendin zijn aantrekkelijke vrouwen. Ik weet nog steeds. En we zijn ergens uitgegaan. Is dat niet waar? Ja, jouw vriendin kennen, wie is je ex? Is Paula. Wie? Paula. Paula wie? Paula Garcia. Die komt me heel bekend voor. Oh jee. Oh shit. Oh jee. Die komt me echt heel bekend voor. Wat was in deze buurt ook? Niet meer, IJsselstein, man. Niet meer toch? Ja, maar ze kwam uit IJsselstein. Ja. Ja, daarom. Die hij werd trouwens wel niet volledig gedoxt als een malle, maar... Zo. Voor- en achternaam en woonplaats. Volgens mij woont ze niet meer uit IJsselstein. Nee. Maar ik weet nog wel dat we een keertje in de club uitgingen. Ja. En dat echt zoveel boys er waren en die gewoon aan onze vriendinnen zaten. En zeiden van, hé hey boys, ja, maar daar strek ik de lijn, want toen werd ik wel helemaal lijp. En dat was niet zo van ook wel bijna iedereen slopen. Maar dat was echt gewoon aanraken en al die shit. En toen dachten wij van, ik moest jou tegenhouden, van anders was het ik wou iedereen kapot slaan. Ja, maar toen dacht ik van, we zijn met vriendinnen. Dat is toch niet gek? Als iemand aan mijn vriendin zit, dan moet ik sowieso je gezicht inteuken, toch? Wat ga ik dan zeggen? Oh, is goed, pik. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan echt niet. Nee. Geen scheldwoorden gebruiken hier. Maar ik vind het bijvoorbeeld lastig als jij met een vriendin bent en zij zijn zeg maar jongens die haar lastig vallen. Dan kan je zeg maar met zo'n jongen gaan vechten, maar dan komt zij ook in gevaar. Wat wordt dan jouw situatie? Het is een dunne lijn, toch? Ik vind dat lastig. Want als het aan jou had gelegen, hadden we gevochten. Joshua is kickboxer deze dagen. Dus maar één klap uit. Kijk, ik denk hoe beter je kan vechten, hoe minder je in de situatie komt dat je moet vechten. Dat denk ik sowieso. Eens. Je moet natuurlijk, kijk. Wij zijn twee blanke boys. Als iemand een keer opmerkt, waar ik een keer fluister, denk ik, kijk, kan ze een grote boze blik krijgen of als weg. Als ze echt fysiek gaat doen, zijn de kont aanraken. Dat is gewoon een mega grens dat je overgaat. Ja. Dat is gewoon jouw taak als man om gewoon die gast in elkaar te beuken. Maar voor de rest. Iets gebeurt, er zijn ook wel eens mensen geweest dat ik met iemand was en die gingen dan haar proberen te fixen en die wisten dan niet dat ik erbij was. Ja. Natuurlijk, dat snap ik. Dat is even kijk je even en dan zegt hij, ziet hij vanzelf ook al van oh. Ja, dan is ook, dat boeit niet. Skip. Natuurlijk, als mensen je gaan lastigvallen, ja, wat zou je doen vergelijken met je moeder als iemand op straat aan je moeders kont zit? Bro. Zo. Vergelijken met je moeder, dan is dat zo goed. Perfect. Wanneer zou je zeg maar daarop inspringen? Nee, een mooie vrouw moet je vergelijken met Lambo's. Nee, oké, dat is ook belangrijk. Geen schade. Dat doe ik snel raar niemand als je een mooie vrouw gaat vergelijken met je moeder. Meer risico, meer gedoe. Ja, oké, vraag aan jou, man. In het begin is het bijzonder, daarna went het. Ja. Heb je wel eens een keer gevochten? Zeg maar buiten het vechten om buiten gevecht. Heb je er wel eens, kijk, niet te veel erover zeggen, anders wordt het nog zo. Nee, natuurlijk. Hij is al lang verjaard. Het is minimaal 7 jaar geleden. Misschien ben je in IJsselstein ook uit geweest bij de Stee. Ja, natuurlijk. Daar heb ik wel eens dan heb je sowieso gevochten. Nee, natuurlijk. Daar alles. Wel eens in de vecht. Maar kijk, dat is precies wat ik net zei. Hoe beter je kan vechten, hoe minder je in de situatie komt dat je daadwerkelijk vecht. Want je hoeft niks meer te bewijzen. Kijk, ik weet, ook voor die wedstrijd, weet je, ik weet zoveel getraind. Iemand op straat kan zo'n grote bek hebben. Op het moment dat je die persoon in de ring zet, laat sparren tegen een getrainde kickbokser. Het ziet er altijd zo uit. Ja. Mm-mm. Dus ik weet, mensen denken altijd dat ze kunnen vechten, snap je? Mensen denken dat altijd. Maar als je iemand voor de eerste keer in de gym ziet, het ziet er nooit uit. Het is altijd als mensen kunnen dansen. Ga maar eens op dansles. Snap je? Kijk hoe goed je kan dansen. Ja, man. Ja. Ik denk dat ik goed kan vechten en ik denk dat ik goed kan dansen. Ik zeg je eerlijk, is er ooit een onderzoek geweest naar mannen. En het is dus zo dat gemiddelde man denkt dat hij 30 keer beter is in zichzelf fiziek verdedigen dan dat hij dat. Ja, maar dat is niet zo. Op het moment dat je eenmaal gewoon door die shit heen gaat. Bro, ik heb met mensen gevochten tijdens sparren en zo. Mensen die hebben meer dan 200 wedstrijden gedaan, weet je wel. Ik heb klappen gehad, ik heb mensen gevochten die groter zijn, sterker zijn, noem het allemaal maar op. Ja. Ik heb mensen de gym in zien lopen, weet je wel. Als ik nu naar een of ander beginnersklasje ga en ga sparren, is het voor mij gewoon geen partij. En dat zijn allemaal mensen, stuk voor stuk, die op straat denken dat ze de wereld aan kunnen. Dus ik weet hoe het daar is. Ik weet het. Aan de andere kant weet je ook niet, als je iemand tegenover je hebt, misschien is iemand wel... Kan altijd gekker. Je weet het niet, zeg maar.
Maar procentueel is die kans klein. De mensen die echt kunnen vechten, dat zijn de mensen die op straat de minste ruzies hebben. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Dus je hoeft jezelf dat niet te bewijzen. Precies. Je weet het, dat je kan controle uitoefenen. Je weet van, maar als het moet, kan ik het, maar het hoeft niet. Mm-hmm. Dit is alweer zo'nzelfde ding waar we op terugkomen, op dat de media dingen op een bepaalde manier neerzet. Vechtsport wordt al sinds jaren en tijden neergezet als, oh, als je kind veel vechtsport doet, dan wordt het een agressief kutjong. Of een agressief kutkind. Juist niet, man. Maar nee, iedereen die ik ken, die echt mensen, dat ik weet van, luister, fok niet met deze guy, want hij gaat echt je kaak naar een andere dimensie sturen. Die mensen doen dat niet. Niemand fokt met hun. En zij zijn ook van, zelfs als iemand hun duwt, misschien zelfs, ik heb mensen in hun gezicht zien duwen. En ik heb een bepaalde streep, als je mij in mijn gezicht duwt, vechten. Moet. Ja. Ze worden in hun gezicht en zeggen, luister bro, dit gaan we niet doen. Loop die kant op, ik ga deze kant op. Doe gewoon relaxed. Ja. En dat ik echt denk van, luister, als deze persoon losgaat, dan is het gewoon einde oefening. Ja. En dat zijn altijd de mensen die zwaar getraind zijn. Als je dat zijn. Weet, dan weet je van, je hoeft je niet te bewijzen. Ja, ja, dat is ook al. Ik kom natuurlijk wel eens in clubs en dat soort dingen. Er zijn altijd wel mensen die een beetje achter zijn. Ik probeer altijd, wat er ook gebeurt, dan zat ik op meteen of iemand had een keer een drankje, of ik laat een keer een drankje tegen iemand. Ik, oh, sorry man, Bram, je haalt een nieuw drankje, praat even klaar, niks aan de hand. Ook al gebeurt er iets, weet je, probeer het altijd gewoon te sussen. Als je echt moet, ja, dan moet je. Maar ik zie geen voordeel er ook in, weet je. Je hebt, altijd wel een kapot shirtje of een pijn aan je hand of weet ik veel wat. Of politie. Fucking aanklacht. Het lost niks op. Maar je kan het ook wel een beetje vergelijken. Wat win ik met vechten? Je kan op een podcast zeggen van, ik heb toegevoegd, ik heb gewonnen. Voor de rest, het lost niks op. Het maar het is ook niet per se stoer. Het is niet stoer. Nee, maar dat moet je wel doorgaan. Het is een probleem, want tegenwoordig als iemand slaapt, helemaal Nederlands, klaar. Waar de fuck zijn jullie? Maar dan moet je wel doorheen gaan. Want in ieder geval, ik heb een leeftijd gehad. Jij hebt ook een... Ja, jij minder. Maar ik heb het nu meer dan vroeger. Ik heb een leeftijd gehad waarop ik dacht, als iemand met mij fokt, ga ik samen met mijn vrienden, gaan wij hem slopen. Want dan zijn we gangst. Dan zijn we de stoere jongens. Niemand kan fokken met ons. En dan was ik ook altijd bij het minst of geringste ready om echt all-out te gaan slopen. Die fase heb ik gehad. Maar als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, bro, voor wat? Dat was alleen maar omdat ik mijn mannelijke ego moest laten zien in de club. Om te laten zien, ik ben een stoere man. En als het fysiek erop aankomt, dan kan ik kapot en maken. Kijk, een straatgevecht is niet eerlijk. Mensen kunnen een mes hebben, mensen kunnen een pistool hebben, mensen kunnen een knuppel hebben, mensen kunnen met meer zijn, weet je wat. Het is nooit eerlijk. Als jij een mannetje wil zijn die wil laten zien van, hé, ik kan vechten, dan moet je 1-op-1 met iemand in de ring. Juist. Klopt. Dan is er 1-op-1, dan is er een scheidrecht, dan is er een set aan regels. Ga je MMA doen, dan mag je iemand op de grond onder zijn tering inslaan. Maar dan weet je zeker, er is geen stoep waar ik met mijn hoofd tegen aankomen. Dan weet je, niemand kan een pistool trekken, niemand kan een knuppel trekken. Ik kan mijn vrienden niet bellen, ik kan niks doen. Dan weet je, het is 1-op-1. Dus echt een stoep, ga je 1-op-1 tegen iemand in de ring. Maar er zijn genoeg verhalen waarin dat inderdaad ook mis is gegaan. Wat? Rondom ze, als bij ons in de buurt. Dat het niet alleen vuist was, maar ook zijn jongens hier in de buurt. Ik bedoel, kijk. Even iets anders. Kijk, als er wordt gevochten, denk ik ook, kijk, het is niet alleen om te laten zien dat je kan vechten of dat je stoer wil doen, maar het is ook dat jij rond de periode zit en dan ben je 17, 18, 19, misschien zelfs wat jonger, dan voel je nog heel veel affiniteit met jouw groep vrienden. Ja. Want je hoort ergens bij. En samen, je maakt iedereen kapot. En iedere groep, jongens tenminste, die denkt zo. Ja. We maken een andere groep kapot, we zijn beter in dit, beter in dat, zus en zo. Ja. Dus op het moment, als je gaat vechten, luister, ik heb het nog steeds. Ik heb gewoon bepaalde vrienden waarvan ik weet, als het daarop aankomt, ik doe het liever niet, dan weet ik dat ik op hun kan rekenen. Ja. Andere mensen weet ik van, luister, als ik met hun ben, ik ga niet vechten, want dan sta ik wel leven. Gaat geen backup komen. Ga je helemaal alleen daar staan. En ik ben niet zo goed in vechten. Snap je? Ik heb een paar maanden een beetje kickboksen gedaan, maar that's it. Maar dat is net als wat jij ook zei. Dat vond ik wel interessant. Hoeveel mensen kunnen vechten, is eigenlijk hoeveel mensen jij op straat ziet die heel goed zijn in fitness. Als je bijvoorbeeld naar Trainmore gaat, ik ga naar Trainmore. Ik zie heel veel studenten, die zijn echt beast. Toen ik daar kwam, ik kwam bij het Nieuwegein. Ik zat daar bij SmartFit. Ja. Ik was daar een van de gespierste. Ja, useless. Ik zeg maar, ik ben niet gespierd. Maar daar was ik zeg maar, ik had geen buik. Ik was gewoon goed in vorm, prima. Ik kom daar bij Trainmore en ik denk, ik moet harder gaan trainen. Ja. En als je dan zulke jongens daar tegenkomt, gewoon in de buurt tijdens uitgaan, dan weet je ongeveer, oké, dit is ook de ratio van hoeveel mensen daadwerkelijk kunnen vechten als je ruzie gaat maken. Je ziet het alleen niet bij mensen die goed kunnen vechten. Oh, de meeste mensen zie je het niet. Nee. Zeker niet. Nee. Denk je dat hij ooit heeft gevochten? Wat weet ik veel. Mooi. 4 maanden. Ja. Boksen. Ik weet het. Ik onderschat mensen niet meer. Snap je? Ik ben naar Thailand geweest en heb je zulke jochies. Die slopen in de finale. Ja, man. Die trainers bij jullie. Die zie je maar niet. Ze zijn allemaal van die Thaise dunne mensen. Super aardig. Super 1,70 en zo, toch? Ja, beetje gay trekjes. Maar als je ze ziet vechten. Je hebt daar één tering goede video van. Van
Volgens mij is dat George St. Pierre. Dat is die kale Canadese vechter die Frans spreekt. Ik weet niet of je hem kent. Hij heeft in de UFC best wel veel gewoon mooie prijzen gewonnen. Die gast heeft op een gegeven moment de trainer uit ergens uit het Oostblok of zo. En die brengt hij naar de Ultimate Fighter. En die gast is letterlijk straalbezopen. Die gast is 24-7 gewoon lam. Maar hij is tering goed in Muay Thai. Hij is toch een Rus? Ja, Rus of zo. Rus, Bulgaar of zo. En die guy komt vechten met dat hele kamp van allemaal getrainde UFC-vechters die al jaren die sport doen. En letterlijk één voor één klapt hij ze volledig. Terwijl hij gewoon bezopen is. Ja. Mensen zeggen gewoon van ja, hij is straalbezopen. Maar hij vecht heel zijn leven en hij heeft focus op twee dingen. Tappen en vechten. Ja. En hij is daar expert in. En hij kan dronken zijn, maar hij sloopt iedereen. Zoals met Gilly Goodfives. Die altijd dronken en stoned en die doet wel gewoon zijn business. Ja, dat is ook leuk. Ja. Heb jij dat nog ook een podcast gehad? Nee, man. Lijkt me ook een leuke guy om Hoe gaat hij nu? Spreek hem nog wel eens. Ja, ik heb vanavond gesproken. Hij zit nu cool. Ja, hij is ook wel echt een legende, man. Hij is ook een voorbeeld van iemand die gewoon super real altijd achter zijn tong. Bij hem kun je ook alles vinden. Ik bedoel, van als je hem ziet, petje, donker, gouden ketting, gouden smoken tanden. Smoken toch ook altijd. Ja, smoked fully, Henny. De hele dag. En dat is als een G-Office heeft of slash Hennessy, weet je wel. Puur. Ja, man, hij is allemaal abnormaal. Ik hou ervan, man. Als hij in Curaçao of zo komt. Wordt het dat? Hallo? Ik weet niet of je het ook hoorde. Ja, ik hoorde ook een tik. Ja. Dan kunnen ze een groot huis soms weer geluidjes op plekken. Ja, man. Hoor. Ja, toch. Anyway. Je hebt ook geen fuck. Het is gewoon lekker zichzelf. En sommige mensen denken van, wat een idioot. En andere mensen die kunnen het weer waarderen. En de mensen die denken van, nee, ik kan het waarderen. Dat zijn de grootste fans. Dat is volgen. Dat is hetzelfde. Wij spraken Jasper van Amsterdam Vintage Watches. Ja. En over die documentaire van hem. Daar zijn natuurlijk heel veel meningen over. En daar kan jij redelijk over meepraten. Want over snelle jongens is natuurlijk ook fucking veel meningen. Ik denk dat jij er heel goed afgekomen bent. Want iedereen die ik spreek zegt, Joshua komt heel charmant over dit, dat, zo. Maar ik had ook niet... Kijk, dat was ook net de periode dat ik een beetje offline ging van socials. Ik dacht van, ik heb niks te bewijzen. Doe gewoon lekker rustig. Terwijl andere mensen... maar kijk... Mijn focus is een beetje weggehaald door andere mensen, snap je? Ik bedoel, hetzelfde als met snelle jongens. Kijk, bijvoorbeeld, ik ging die Urus, die voor de deur staat, ik ging die kopen. En... Ik wist, ze vroegen mij wel, als je nog wat dingen gaat doen of zo, laat het ze even weten. Dus ik ging toevallig die auto kopen, of tenminste, ik ging proefrijden. Dus ik dacht, ik ga die auto kijken. Als jullie willen, kom maar mee, weet je wel. Dat is heel iets anders dan, zeg maar, bepaalde dingen gaan plannen, of bepaalde dingen gaan regelen, of bepaalde dingen gaan kopen, om uiteindelijk goed beeld te hebben. Snap je? Klopt. En dat is bij andere mensen een beetje gebeurd, waar sommige mensen wat meer in de picture stonden en op een bepaalde manier zich neerzetten. Ja, aan de kant. En dan bedoel ik niet iedereen denkt van, oh, ik heb toch ooit, ik heb het niet per se verboord. Ik denk sowieso wel dat een aantal mensen daar zichzelf gewoon bewust of onbewust een beetje te kak hebben gezet. Dan denk ik van, je doet uitingen dat ik denk, had je verwacht dat Nederland is een super calvinistisch land. Niks kan. Ja. Weet je, steek je kop boven een maaiveld, dan wordt het sowieso afgehakt. Dus ik verwacht dat je een bepaalde uiting kan doen. Maar... Ja, en het is ook... Maar kijk, ik ben... Je wordt weer zo geframed toch ook, het is wel de media. Ik ben het er wel mee eens. Sommige dingen zijn ook echt wel heel grappig. Maar dan heb je weer een beetje een stukje... Kijk, er is één legendarische uitspraak van Boyd. We weten allemaal welke uitspraak dat is. Alcohol is iets wat je denkt in de mind. Shut up. Ja. Helemaal viral gaan. Geweldig. Helemaal belachelijk. Is ook wel fattig. Het is super grappig. Maar hij heeft wel een punt. Ja, tuurlijk. 100%. Hetzelfde met René. Die zegt snel slapen. Tuurlijk. Het is gewoon waar. Hij heeft wel een punt. Maar hij zegt het gewoon grappig. Dus de lul. Ja, nee, precies. Maar dan denk ik van, dan wordt hij wel altijd voor een clown neergezet. Terwijl, wel een punt. Maar kijk, daaromheen heb je waarschijnlijk nog een heel verhaal wat hij vertelt. Dan wordt hij al geframed op snelle jongens. Dat is zo. Wow, maar dan wordt hij nog geframed in een van de YouTubers die online staat. Yeah. En daar wordt ook weer een reactievideo over gemaakt. Dus, en dan worden die stukjes nog op TikTok gezet. Dus het is... Ik heb zoveel uren met hem. Ik ga trouwens pissen. En het is mijn... Ja. Jij gaat ook even pissen. Even kijken of hier iemand rondloopt. De chicks in de keuken. Je moet trouwens niet de deur dicht trekken, man. Want als je de deur dicht trekt, kom je er nooit meer uit. Nee, er is geen hendel. Ik wou hem dicht trekken. Ik dacht, als ik hem niet dicht trek, dan zit ik op slot. Ik kom er echt niet meer uit. Helemaal als ik alleen thuis ben, want nu kan je nog roepen en zo. Dan kan ik zo'n hendeltje erin trekken. Ja, zo'n maken, want ik alleen thuis ben. En... Fuck. Ik zat ook te kijken ook bij gewoon het baddingetje. Het ligt niet ergens een hendel, dat je jezelf kan bevrijden. Via het raam, weet ik veel.
Maar dat is ook wel zo. Want hij is wel natuurlijk zo gefeind door bepaalde uitspraken en door wat andere dingen. Wat je kan vinden wat je wil. Maar eigenlijk in de essentie, van ja, het moet wel te zeggen. Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel dingen die mensen kunnen zeggen die wel gewoon kloppen. Alleen het is gewoon, als je het op een bepaalde manier verwoordt. Ja. En het is een message die niet bij veel mensen connect. Ja, dan eindig je met een bepaalde kritiek. Ja. Dus ik heb dat ook gezien. Je hebt zo'n Instagram pagina. Ik ben helemaal kwijt. Dat is iets van zelfhulpeloos of zo. Zo'n zelfhelppagina die dan alle zelfhelpgoeroes belachelijk maakt. Ja. En ik heb een ongemakkelijk moment gehad op werk. Dat iemand naar me toe kwam van, hey, kijk deze shit. Dit is tering grappig. Dit slaat nergens op. En dan was het een video van Ja. Die zei van, in het weekend stop ik niet met werken. Ik werk door. Want als ik eenmaal in mijn flow zit en in mijn momentum, dan hou ik het vast. En dan moet je geen weekenden nemen. Ik heb in de eerste 4-5 jaar van mijn business geen weekenden gehad. Ik heb doorgeknald. Want als je erin zit, zit je erin. Mensen gaan helemaal stuk. Deze mogol. Hij zegt dat je geen weekend moet nemen. Wat een idioot. En nee, ik zei tegen hun, ik keek hun aan. Ik zeg, heel eerlijk, als je echt mijn echte mening wil. Ja, ik hoor dit gewoon wel. Ja, ik weet niet meer hoe dat. Dit, je hebt zo'n bepaalde naam voor die Instagram pagina. Je weet welke ik bedoel, hè? Geel logo of zo? Ja, precies. Ja, ik kan het ook nooit vinden, omdat ik nooit weet wat precies hun titel is. Dus hé, als jullie dit zien, werk aan je branding. Want jullie branding is totaal niet herkenbaar. Ja. Als ik het zou herkennen, zou ik het een shout-out geven. En het is ook heel vaak heel grappig, want er zijn ook mensen die gek zijn. Wie is dit dan? Wie is dit? Tate. Ja, nee, dat eerste is Tate. Maar wie is dat dan? Oh, Carl the Moon. Hij heeft wel centen. Hij wel centen. Ja. Hij was, ja. Doet hij goed. Goed ingespeeld op de hype. Wie, Carl? Ja, tuurlijk. Als mensen vragen op welke kleur heeft jouw Bugatti. Oh zo, ja. Maar hij is ook Bugatti. Een van de weinige mensen met Bugatti. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch perfect. Ja, dat is perfect. Weet je wie dat ook super goed doet? Wat kan zo'n Lambo? Thomas Mulder doet dat super goed op TikTok. Ja? Slim. Heel slim gaat hij om met... hij had een video van Gary Vaynerchuk. Dat begint van... Gary Vaynerchuk heeft zo'n soort van segment dat hij zegt van... hot or not. En dan businessmodellen, dingen. Gewoon die dropshipping, hot or not. En dan zegt hij, hot. Because you can earn a lot of money with it. En dat zet hij voor aan zijn video. Dat pakt heel veel aandacht. En daarna zet hij er een waardevolle video achter. Daar heeft Tja dat concept van gejat. Dat weet ik niet. Statement. Maar ik weet wel, Thomas is echt serieus een fucking creatieve guy. Die heel slim en creatief omgaat met social media. Oké. Als we het tegenover Thomas hebben, is hij hot or not? Zeg ik eerder dat hij undervalued is. Ja, hij is super undervalued. Toch? Ik tenminste van Thomas Mulder. Jij kent Thomas hem ook. Thomas Mulder. Hij is al goed, best toch? Wel lang in de coachingwereld. En ik vind dat hij... Ja, precies, je kent elkaar toch super goed. Yes. Maar precies. Vind je niet dat hij in coaching Nederland eigenlijk een ondergeschoven kind is? Terwijl als ik met hem spreek... En is abnormaal. Hij is super oprecht. Super veel waarde. Hij is heel erg open. Super consistent. Ik wil het niet weten. Ik zat voor 50% in Pinterest Mastery. Ja, ik wist dat jullie samen iets deden. Kijk, wat met Thomas, het is een hele goede, hele oprechte guy. Slim. Had goede resultaten met zijn business. Hij is gedisciplineerd, heel erg. Heel minimalistisch ook, met de dingen die hij doet ten opzichte van zijn inkomen, zeg maar. Ja. Alleen denk ik, kijk, zijn er... fitnessgoeroe, zijn er mensen die meer kennis hebben en op een betere manier overbrengen waar je echt meer waarde uit haalt dan Joel Beukers? Ja, 100%. Mm-hmm. Precies. Zijn er meer mensen die dat doen als Mobisub? Ja, 100%. Waarom volgen mensen die mensen dan niet? Ja, is zo. Omdat mensen niet gaan voor informatie, mensen gaan voor entertainment. Ja. Nee, dat is het. Maar wat ik hard vind... Zijn kennis is heel goed, alleen... Hij heeft niet. Kijk, ik vind zijn personal brand is niet zo aansprekend. Ja. Dat hij daar een grote groep in meekrijgt. Eens, maar wat ik hard vind aan hetzelfde hem. Hetzelfde met mijn lifestyle bijvoorbeeld, met alles wat ik doe. Mensen vinden dat toch op een bepaalde manier vet en inspirerend. Hetzelfde met Joel Beukers, weet je, omdat hij zo controversieel is. Leeft de leef, weet je wel. Ja, Mobisa weer op een andere manier, dus hij pakt die doelgroep weer. En Thomas is gewoon heel erg goed in business. Hij is heel erg goed in zijn Pinterest ads runnen. En geeft er ook goede informatie over. Alleen het stukje personal brand
Dat is niet waar hij op focust. Maar wat ik denk, hij is er wel naar op zoek. Want hij is wel heel erg creatief. Dat heb je ook al gezien in de video's die hij maakt. Ja. Ja, ik heb dat is wel heel erg anders dan de meeste ondernemers. Ik heb ergens het idee dat hij daar ook cool mee is. Of dat hij op zoek is naar een manier van hoe kan ik gewoon 100% mezelf blijven. Hij is zo. Hij is 100% zichzelf. Maar en ik vind, kijk, tuurlijk, als je uiteindelijk kijkt naar wat brengt er meer winst. Tuurlijk brengt het meer laten zien, meer showen, meer dat. Nee, ik denk niet dat het meer winst maakt. Want doordat hij gewoon wel focust op zichzelf en op zijn business, gaat hij uiteindelijk met zijn business veel meer verdienen. Ja. Die je ooit met een personal band zou kunnen doen. Ja, ja, ik vind hem. Gaan we de fles opmaken, boys? Of laten we. Hij was voor. Ja, precies, doe nog dus maar. Nu moeten we eigenlijk wel doe opmaken, nog maar een klein glaasje. Zo, nu als je de podcast bekijkt vanaf minuut 1. Ja, maar wel. Iedereen die vanaf minuut 1 kijkt, sowieso. Super veel respect. Dus je bent al lang met ons. We gaan nog even 5, misschien 10. Dat is het. Moet wel, toch? Oké, we zitten midden in de podcast. We zijn meer dan 3 uur bezig. En er gaat even een kleine whisky ingeschonken worden. Even een kleine whisky ingeschonken worden. Moet gewoon kunnen, toch? Hij zat vol aan het begin van de podcast. Oepsie. Oepsie. Echt wel de meest lange podcast die ik ooit heb opgenomen. En die jullie hebben opgenomen trouwens. Bij ons ook. Joe Rogan, man. Ja, precies. Joe Rogan-achtig. Alleen nog wiet eigenlijk. Alleen nog wiet. Hé, waar ligt ze? Ja, maar ik ga helemaal bad als ik ga smoken, gek. Ik doe wel mee, man. Hij rookt sowieso, hij heeft geen probleem. Gaan we dat doen? Nee, dat gaan we niet doen. Luister, ik vind het prima. Maar jij doet sowieso niet, uit principe. Nee, ik rook geen wiet. Maar als jullie een wietje willen roken, bro. Of een sigaar, of een sigaretje, leef je uit. Sigaar. Sigaar, ik heb, daar ben ik bij. Ik heb maar één sigaar. En die is een beetje... Het is niet de beste sigaar. Wat keek je nou? Ja, we kunnen dat wel doen voor de vorm. Bro. Ja, is goed. Ja, we hebben nog 25 minuten. Kunnen we nog gewoon even een sigaartje klappen. Ja, en dan helemaal leeg gesmoked. Ja, kijk, ik zeg heel eerlijk. Ik zeg eerlijk, Jaro, dit zijn wel de vibes die we elke podcast eigenlijk moeten hebben. Ja, dit precies. Zijn de gewoon dit meer chillings. Hey jongens, iedereen die echte lotgenoten zijn, die weten nog de laatste aflevering dat we whisky hebben gedronken. Dat is al 10 afleveringen geleden. Ik weet niet eens meer welke aflevering 50 afleveringen geleden of zo. Daarom abnormaal, gewoon bijna een jaar geleden voor mijn gevoel. En dit is weer zo'n aflevering dat we gewoon lekker whisky drinken. Dat er van alles gebeurt. We zijn weer vrij. Het maakt niet uit hoe lang het is. Fuck tijd. We zitten alleen maar op de vibes. Ik hou er wel van. Ja man, ik vind dat ook. En dat ben ik wel benieuwd naar voor iedereen die denkt van... ik vind dit tof. Van als jullie langer gaan en gewoon off the cuff. Dus gewoon uit je hoofd, whatever, lullen. Ja. Als je dat nice vindt, laat dat weten. We zitten ook wel te denken om soms podcasts te doen met bijvoorbeeld meerdere mensen. Weet je, misschien 6 mensen in een ruimte waar je gewoon je kunt gaan staan. Je kunt weglopen. Rookworstachtig. Shout out naar Hef. Ja, gewoon meer een podcast die een hele relaxte vibe heeft, maar waar veel meer mensen hun persoonlijke karakters en dat soort dingen omhoog komen. Ja, als je dat tof lijkt, laat het even weten in de comments. Dan gaan we dat gewoon opzetten. Dan gaan we gewoon met 6 of 8 mensen ergens zitten. Gewoon een gekke podcast opnemen met veel mensen tegelijk. Kijk, ik zeg je eerlijk. Ik vind het wel leuk dat je dat noemt, nu na 3-4 uur. We hebben het eigenlijk nog nooit in de podcast erover gehad. Nee. Dat is wel echt een idee dat we al lang hebben. Ja, maar idee al jaren. Maar omdat het zeg maar, ja, je bent toch wel altijd met ondernemers bezig. We hebben 4 mics, dat was al een upgrade van 2. Ja. Godverdomme. 4 is al zeker een upgrade van 2. Dan gaan we weer next level. En dat gaan is we wel dan iets, nog een set kopen? Ik zeg je 8. Eerlijk, hè. Kijk, nu gaan we niet naar andere ondernemers toe. Maar er zijn best wel veel andere ondernemers die ook een podcast beginnen. Ja. En die beginnen nu ook net. Het is wel weer eventjes iets wat niet gebeurt. Schuif gezellig aan. Precies. Met z'n allen voor jou een boost. Ik ga even aan Joshua zo vragen wat hij ervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Luister, mij lijkt het wel echt leuk om bijvoorbeeld een Hef aan tafel te hebben en een Joshua. Ja, het lijkt me tering dik. En een Joshua, bijvoorbeeld hun 2. Dat is perfect. Ik ben heel erg benieuwd naar die combinatie. Hou je van rap? Hip hop. Ja, hip, hip. Ja, is best. Is goed. Luister, ik vond het ook een goede podcast, maar ik moet nog zo rijden. Ja, je gaat niet rijden. Yo. Koen gaat wachten tot hij nuchter is voor hij gaat rijden. Ik ga wel wachten, boys. Zitten. En meiden. 90% mannen, 10% vrouwen. Nee, ja, stel je vraag, Koen. Ik ben heel benieuwd wat Joshua ervan vindt. Luister. Buiten die Humi nog wat. Dus ik weet niet of hij dat doet. Maar hij gaat vast aan. Kijk hoe die smaakt is een tweede vraag. Maar Oké, ondertussen. Ik ben echt gewoon een Andrew fanboy clubje. Maakt niet uit. Eerlijk gaan we Instagram aanmaken. Andrew. Nee. Love Andrew Tate. Nee, ik wil een sigaar daarvoor. Dus. Ja, dat telt niet dus. Telt niet. Ja, jij weet ook die sigarenetiketten waarschijnlijk, of niet? Nee? Nee? Oké, ja. Nee, heb je wel eens een Ashton sigaar genoemd? Wat? Ashton.
Nee? Ik ben nu in die fase, weet je wel, dat ik... Dat je een beetje aan het ontdekken bent. Ja, want ik heb die doos. Dus ik ga naar de sigarenwinkel. Dan koop ik allemaal verschillende soorten. En dan ga ik ze allemaal proberen. Ja. Nice, man. Ik heb wel een keer Ashton gerookt. En ik moet zeggen van... Hij moet het niet met de aansteker doen, maar... Ja, en hij eigenlijk van Lucifer en zo. Ja, Lucifer. Want nu Lucifer gaat hij anders smaken, toch? Ja, ik heb sowieso geen ervaring, dus... Nee, ik heb het 2 keer gedaan. Maar ik heb alleen maar blunts gerookt. Ja, dat is zeggen, er zit aardig wat nicotine in. Goedemorgen. Beginnen we. Oké, Joshua. Moet je zeggen, wij willen dus binnenkort een podcast gaan doen. Niet met 1 ondernemer of 2 ondernemers, maar gewoon met 6-7 ondernemers, a.k.a. Rookworstachtig. Precies. Ja. Maar voor ondernemers. Voor ondernemers. Vind jij niet dat het eigenlijk echt tijd is voor zo'n podcast? Ik vind sowieso dat het tijd is om ondernemers meer bij elkaar te brengen. Kijk, ik denk dat in het begin was het heel erg concurrerend. Ik denk dat nu ondernemers al wat vaker bij elkaar komen en mensen ook elkaar business supporten. Ja. Maar dit dan nog steeds nog meer kan. Omdat ik denk, vooral dit soort ondernemers, we hebben natuurlijk we hebben natuurlijk concurrenten. Maar aan de andere kant hebben we wel een gezamenlijk doel. Dat is namelijk gewoon mensen inspireren en helpen en onze kennis delen en ook weer geholpen worden door anderen. Dus denk dat. Dus okay. Als wij dat zouden opzetten, zou je dan aanschuiven? Want dat is wel iets waar wij het al langer over hebben. Van, het zou gewoon fucking lauw zijn als je een soort van rookworstachtige vibe van je zet gewoon 8 ondernemers neer. Weet je, wij, jij, ja, René, een aantal andere mensen. Iedereen heeft gewoon zijn eigen kijk op dingen en we gooien gewoon op Andrew Tate. Wat vinden we daarvan? En iedereen kan er wat van vinden, we hebben het daarover. Zo ga je gewoon alle onderwerpen langs. Dat zou echt tering dik zijn. Leuk man, dat wordt nog niet gedaan. Nee, maar dat wordt totaal dat wordt nog niet gedaan. Iets anders. Wij zijn ook met evenementen bezig. Ik denk dat het ook wel een keertje lauw... Maar dat hoef je niet per se nu te zeggen. Maar wij vinden het ook wel een keertje lauw om te kijken of... Want ze zeggen, nou, mensen bij elkaar brengen. Je hebt het laatst gedaan met een evenement. Boot, hè? Daar zijn wij toen niet bij geweest. 10 september, Ibiza-versie. Ibiza-versie. In Ibiza. In Ibiza. Nee, Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam, echt? Ja. Maar het thema is Ibiza. Moeten we wel bij zijn. Moeten we wel bij zijn. Gaan we bij zijn? Gaan we bij zijn. Zeg ik nu vast. Komt helemaal goed. Erbij zijn. Jij bent zelfs ook op ons evenement. Als jij kan tenminste. Maar mij lijkt ook een keertje lauw om samen een keertje wat te gaan doen, man. Wat dan? Lotgenoten. Onze dropship mensen. Allemaal bij elkaar gaan brengen. Op een podcast? Niet op een podcast. Ik kan het wel zeg maar een centraal podcast zetten. Maar gewoon een dik evenement, man. Ja. Waar we iets centraal neerzetten. We zetten goede sprekers neer. We zetten iets wat next level is echt neer. Gewoon een nieuwe vibe heeft. Het wordt gewoon niet zo vaak gedaan. Niet per se een borreltje. Dat is altijd leuk. Netwerken, borrel. Maar dat we ook een beetje verder gaan erin. Dat is goed. Ja. Altijd lauw, man. Ja, dat is gewoon veel behoefte aan, denk ik wel, oprecht. De nummer 1 ding, dat ik ben benieuwd of jij dat ook krijgt. Nummer 1 ding dat wij krijgen is... Yo boys, ik ben begonnen met ondernemen. Maar ik heb niet mensen om me heen die ook op mijn level zitten met wat ik wil doen. Ja, gewoon niemand, man. 100% mee eens. Dat is waar we bij de Academy ook meer focussen op nu op community building. Maar ook gewoon niet alleen het online gedeelte, maar ook het offline gedeelte. Ja, man. Dus we proberen ook op zoveel mogelijk manieren zeg maar, te stimuleren dat mensen ook real life met elkaar gaan connecten. Mm-hmm. Ik ga mastermind hier doen bij me thuis, weet je wel. Dat is wel vet om... Dat merkte ik aan het begin van... Kijk, nu hebben we internet. We hebben Instagram. Je bent 1 DM verwijderd van je favoriete guru, weet je wel. Ja. Je kan een cursus kopen en overal zit wel een community bij. Toen ik begon, toen was dat niet zo. Dus toen moest ik letterlijk naar Thailand, omdat daar de digital nomad communities waren. Daar heb ik superveel van geleerd. Dus dat is ook wat heel veel mensen zouden moeten doen. Gewoon zorgen dat je met zoveel mogelijk ondernemers connect. Is dat ook iets... Wij hebben dat nog best wel weinig gedaan. We spreken wel iedere week een ondernemer, maar we hebben weinig evenementen bijgewoond. Vind ik zelf. Te weinig. Eens. Helemaal door corona en al die shit. Wat zijn de voordelen voor jou geweest om zo'n live evenement te volgen vergeleken met zo'n online event? Een paar redenen. 1 reden is vaak als je op een... Kijk, waar ik van hou zijn meerdaagse evenementen. Ja. En het liefst dan meerdaagse evenementen waarbij ik echt een hotel heb. Dan ben ik ook echt fysiek gewoon weg van mijn huis. Dan heb ik gewoon 3 dagen. Dat blok ik ook gewoon vrij in mijn agenda. Dat ik niet in de business werk, maar dan werk ik 3 dagen aan de business. Dus 3 dagen krijg je de nieuwe informatie tot je. Je bent dat ding aan het opschrijven. Je krijgt allemaal nieuwe inzichten, allemaal nieuwe ideeën. En dat zijn de momenten waarop ik echt even uitzoom van mijn business. Naar het grotere plaatje kijk. Ook naar mijn leven kijk. Zeker als het een goed evenement is, dat je echt over laat nadenken.
Dus je krijgt veel meer helderheid door zoiets. Aan de andere kant ontmoet je ook steeds meer nieuwe mensen natuurlijk. En voor mij is het ook een goede manier om in contact te komen met dat soort sprekers. Ja. Ja. Mensen vragen altijd van mij, van, oh George, ik wil dit, ik wil dat, ik wil een keer afspreken. Weet ik. Ja, de makkelijkste manier om met mij in contact te komen is heel simpel. Als ik een mastermind organiseer, zorg dat je daar bent. Ja. En als ik daarna nog een mastermind organiseer, zorg dat je daar weer bent. Dan denk ik van, hé, was volgens mij ook, hey, hoe gaat het nu? Precies. Easy. Ja, maar word je daar niet op een gegeven moment een beetje verdovend voor? Want jij was dan de eerste dropship guy die echt heel erg groot was. Je staat over op internet. Veel mensen benaderen jou voor samenwerkingen. Op een gegeven moment, jij wordt succesvol. Of je bent al succesvol, wordt nog succesvoller. En mensen denken van, oké, bij Joshua, ik wil graag samen met hem werken. Sommige mensen willen wat halen van je. Ja. Dan kun je op een gegeven moment ook zeggen van, luister, ik ga een beetje een muurtje houden. Om me heen bouwen. Waardoor mensen niet snel bij me kunnen komen. Ja, dat, maar aan komen. De andere kant bouw je dan ook een muurtje voor opportunities. Ja, true. Ik zie niet dat muurtje ziet als filtersysteem. Als je een muur opbouwt, hou je alles tegen. Als je een filtersysteem bouwt, dan filter je zeg maar de bullshit. Mm. En blijf je over met alle goede opportunities. Ja, man. Okay. En het hele ding is ook, mensen die uiteindelijk door die filter heen komen, kunnen 5 keer gefilterd worden. Maar omdat ze zo fucking hardnekkig zijn, wurmen ze zich erdoorheen. Vaak baseren we onze mening over iemand op basis van hoeveel geld diegene heeft, hoeveel internetsucces iemand zou hebben, weet je wel. Hm. Ja, er zijn ook heel veel mensen, weet je wel, die net een missing link hebben voor mij. Die hebben misschien een hele goede... Een fucking drone om je huis te filmen. Ja, maar niet eens dat. Maar bijvoorbeeld, die hebben bijvoorbeeld een product. Okay, nu ben ik bijvoorbeeld bezig met software dat Shopify kan vervangen. Dat wordt mega groot, dat is mega dik. Ik heb er nu mee gewerkt. Het is echt serieus next level. Ik zou het niet zelf kunnen maken. Nee. Ik heb die development kennis niet. Ik heb de inzicht niet. Ik kan niet met developers communiceren. Dat zijn hele andere mensen. Dat werkt niet voor mij. Dus ik heb nu een partnership potentieel met mensen die zeg maar die software hebben gemaakt. Super dik. Nou, ze krijgen het nog niet helemaal van de grond qua marketing. Ik denk van, nee, wacht even, ik heb een community. Het kan mijn community heel erg helpen. Perfecte fit. Ja. Snap je? Koppel er nog een goede payment provider aan en je bent gebakken. Dat is bezig uiteraard. Ja, je hebt al ervaring met het opbouwen van 250.000 leden in een community. Dus dat kan niet meer stuk, toch? Dat is het. Ja, community building is ook zo fucking sterk. Dat is echt... Ik denk dat dat nu... voor de toekomstige brands die echt groot gaan zijn... gewoon merken. En dat kan letterlijk zijn software... kleding. Dat zijn communities. Whatever. Het zijn fucking communities. Kijk naar Supreme. Mm. Kijk naar Nike. Kijk naar al dat soort merken. Het zijn communities. Ook, Apple bijvoorbeeld, weet je wel. Mm-hmm. Het is eigenlijk gewoon een groep van mensen die gelooft in hetzelfde. Zelfde waardes hebben op bepaalde gebieden. Ja, ja. Alleen het hele ding is, communities bouwen kost tijd. Alles kost tijd. En ja, maar heel veel mensen hebben daar geen zin in. Heel veel mensen kijken naar dropship en denken niks kost tijd. Geld verdienen kan ik in een maand. Ja. Maar communities komen wel later. Het is niet zo dat jij begint met ondernemen en dan bouw je een community. Ik ga wat je wil. Ook. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kijk, heb jij de ervaring qua als iemand bijvoorbeeld... Kijk, dropshippers zeggen altijd, in ieder geval dat is mijn ervaring. Ja, ik ben nu aan het dropshippen, maar uiteindelijk willen we naar branding toe, man. Ik ga een brand starten. Juist, standaard fucking verhaal. Ik heb een brand gehad en ik heb meer dan een ton omzet gedaan. Dus ik heb redelijk wat ervaring. We hebben bij de Bijenkorf gelegen. Dus ik heb best wel wat ervaring in wat ik gedaan heb. Hè. Ik ben niet de beste. Het percentage mensen dat vanaf dropshipper kan overstappen naar branding en dat gelijk goed kan doen, is fucking klein. Kijk, dropshipper en brand zijn twee totaal verschillende dingen en het vraagt ook om een totaal andere mindset. Yep. Dropshipper is letterlijk copy-paste, trucje in principe, opschalen, bam, je hebt gelijk resultaat. Het is heel erg short-term gratification. Op het moment dat het niet werkt, denk je, het product werkt niet, snap je? Dus ik ga naar een ander product toe. Met brand start je vaak rondom één specifiek product of een product goed, maar dan kan het ook zo zijn dat een product even niet werkt. Weet je? Ja, wel, als je die variabelen niet kan veranderen, wat ga je dan veranderen? Dan moet je eens heel anders gaan nadenken. En een brand is niet bedoeld om in een korte tijd zoveel mogelijk geld te verdienen, maar is echt bedoeld om op lange termijn iets neer te zetten, wat ook daadwerkelijk een waarde vertegenwoordigt, wat daadwerkelijk iets waard is als bedrijf en iets ook wat meer barriers to entry heeft en niet zomaar te kopiëren valt. Yep. Kijk, je kan Coca-Cola, ik kan morgen een cola-merk starten, nou niet morgen, ik kan over een volgende maand kan ik een cola-merk starten, snap je? Maar ik kan nooit Coca-Cola worden. En dat is het verschil. Je bouwt niet, je test niet een product wat veel mensen willen hebben. Nee, je zorgt dat een product zo gewild wordt,
ja. onder een bepaalde doelgroep, dat daar een waarde hangt, dat de mensen een bepaald bedrag daarvoor aan het uitgeven zijn, wat ook bepaalde waardes van hun weer vertegenwoordigt in het gebruik van hun product. Want mensen kopen niet iets omdat ze het... Mensen kopen voornamelijk spullen omdat ze... Omdat het als manier dient om te communiceren naar de buitenwereld over hun identiteit. NFT's. Ja. Nou, bijvoorbeeld met NFT's. Op het moment dat jij een Bored Ape hebt en je komt in de Bored Ape community, dat doe je ook om te laten zien van, hey, ik hoor bij de community. Ik ben die guy. Ik heb veel geld. Ik sta vooraan in de Web3 space. Ik investeer in zo'n blue chip project. Dat communiceer je naar de buitenwereld. Snap je? Dat is waarom mensen dat doen. Waarom kopen mensen een Rolex? Niet om de tijd te kunnen zien. Mensen kopen een horloge vaak niet meer, zeker in het luxere segment, voor de functie. Want dit is veel makkelijker. Maar meer om, wat wil je uitstralen? Wat voor identiteit heb je? Welke spullen passen bij die identiteit? En wat wil je communiceren naar de buitenwereld, snap je? Mm-hmm. Voor mij is dit bijvoorbeeld een tool. Weet je, als ik in een vergadering kom, of ik kom in een meeting of in een groep met mensen. Mensen filteren vaak wel van, weet je, ik laat hiermee zien van, er is in ieder geval een stukje van succes te bespeuren. Het is in ieder geval, weet je, als iemand tegenover mij zit met Richard Mille, dan weet ik in ieder geval van wie die persoon ook is. Hij heeft in ieder geval een ton minimaal beschikbaar om uit te geven aan een horloge. Dus het is alvast wel een serieuzere business. Het is een soort van filtersysteem ook. Ja. Mm-hmm. Hetzelfde bij die Tony Robbins events. Bij die Tony Robbins events heb je verschillende rangen. Je hebt general admission, dat zit volgens mij achterin. Dan heb je volgens mij VIP, dan heb je diamond. En dan heb je platinum. En platinum betaalt ongeveer een ton per jaar om daarbij te horen. Platinum mensen hebben een zwart keycord. Het is gewoon een zwart keycord. Het kost 2 euro. Niet eens 2 euro. Het kost 50 cent waarschijnlijk om te maken in bulk. Mm-hmm. Misschien wel minder. Maar doordat als je zo'n zwart keycord draagt, ben je opeens veel interessanter voor andere mensen. Als je met iemand praat met een zwart keycord, weet je van, hij heeft in ieder geval een ton geïnvesteerd om in ieder geval dat zwarte keycord te kunnen dragen. Om in een netwerk te zitten, dus hij staat open voor connecties. Hij wil groeien. Hij heeft het budget. Waarschijnlijk heeft hij ook een succesvolle business, weet je wel. Dat is ook een soort van filtersysteem. En dat maakt iemand more likely om mee te praten, mee te connecten. Begrijpelijk, man. Snap je? Heb jij... hoe ver ben je gegaan in het Tony Robbins event om te investeren? Ben je ook naar die ton gegaan om te investeren om zo'n zwarte keycord te krijgen? Ja, ik zat bij Platinum. Oké. Hoeveel? Misschien een beetje een gekke vraag. Daar heb je een beetje fantasie voor nodig. Maar stel, je bent nooit naar een Tony Robbins event gegaan. Hoe ver was je dan op dit moment geweest? Was je dan nooit geweest waar je nu was? Was je Tony Robbins echt nodig daarvoor? Nou, ik heb niemand nodig gehad. Kijk, uiteindelijk is elke persoon die je ontmoet in je journey heeft altijd wel een bijdrage aan je. Tot dit gesprek ook, weet je. Je weet nooit waar het gesprek toe gaat leiden. Precies, dit is uiteindelijk een klein stukje van het totale ding. Toen ik Tony Robbins ging, had ik al een soort van mate van succes. Heeft het bijgedragen? Absoluut. Zeker. Ik heb dingen geleerd die ik nergens anders zou leren. Mm-hmm. Dat mensen ontmoet. Alleen al die investering maken van die ton in een bepaald programma, dat doet al zoveel met jou als ondernemer. Je hebt misschien wel gemerkt, de eerste keer dat je 1000 euro investeert in de cursus, die 1000 euro zou ik nooit vergeten. De eerste 3000 euro zou ik ook nooit vergeten, maar ik weinig aan gehad. Wat dan? Kijk, ik luister, het was wel, we zijn het uiteindelijk met z'n tweeën naartoe gegaan. Het was een breinexpert van Nederland. En, was het? De breinexpert van Nederland. Dus vroeger, Koen was helemaal oude bedrijf. Into Brain. Jan-Willem van der Brandhof. En vroeger, met mijn oude bedrijf, hielp ik studenten. En ik hielp hun om bewezen methoden toe te passen, zodat zij van slechte cijfers naar gigantische hele goede cijfers gingen. Maar op school. Ja. Ik had er zelf altijd moeite mee. Ik ging er zelf in ontwikkelen. Ik kwam in de wetenschap erachter dat er allemaal bewezen methoden waren die nooit werden gebruikt in het klaslokaal zelf. Dus ik dacht, ik ga ze toepassen. Ik ging van 50% de kansen naar 0% de kansen. Ik dacht, dit is insane. Ik moet het tegen andere mensen vertellen. Ja. Ik had dus een andere... ik had dus een docent van mij. En hij wist superveel van neuroscience, van het brein. Hij wist er echt alles van. Zeiden tegen elkaar, we gaan luisteren. We gaan dit tegen andere studenten gaan we dit vertellen. Ja. Presentatie gegeven, training gegeven. We gingen groeien. Ik was nog met mijn opleiding bezig. Ben ondertussen heb een stage gedaan. Ben naar Engeland gegaan. Daarna ik had Jaro ontmoet. Jaro had me geïnteresseerd door ondernemen. Toen was ik klaar met mijn opleiding. Ik kon in Engeland gaan werken. Ik zei van, ik ga niet in Engeland werken. Fuck die shit. Ik ga ondernemen. Ik ging ondernemen. Ik kwam terug in Nederland. Juni was ik klaar. In juli had ik me ingeschreven bij de KVK. En ik wist niks van ondernemen. Nog nooit iets mee gedaan. En ik denk wel, toen heb ik gewoon echt een jaar... echt gewoon ben ik bezig geweest met ondernemen zelf.
En op een gegeven moment kwam ik achter een gast. Ik dacht van, oké, ik weet superveel van brein. Maar ik ga verder kijken. Wie is nou de persoon die het meeste weet over brein in Nederland? Wie is echt een breinexpert? En dat is blijkbaar dus Jan-Willem van der Brandhof. Ik weet niet of jij... even kijken. Of jij boeken leest over brein? Of je dat hebt gelezen? Nee. Je hebt bijvoorbeeld Focus aan uit van Mark Tichelaar. Oh, dat heb ik gelezen, ja. Dat is best wel bekend. Nou, jij hebt hem ook gelezen. Zijn coach was dus Jan-Willem van der Brandhof. Ah. En ik dacht dus, oké, dat is dus de gast bij wie ik moet zijn. Ja. Hij is zeg maar die sleutel waarmee ik het deurtje ga openen. En dan zit mijn bedrijf helemaal goed. De fout die ik toen destijds had gemaakt was, ik zoek nog meer kennis op. In plaats van, ik zoek een business coach. Hij heeft me toen gedacht, we zijn er toen samen naartoe gegaan. Heeft ons heel veel geleerd over brein. Hoe wel goede lunch, man. Hij had goede lunch. Goede lunch, hele dag verzorgd. Voor drie ruggen mag dat. Hij had wel goede lunch. Kijk, precies. Ik heb niet betaald, toch? Dus ik had gewoon goede lunch. Voor drie ruggen verwacht ik caviar met sushi en kreeft en ja, wagyu. Het was een leuk dag. Geen wagyu. Bladgoud en shit. Dag. Weet geen wagyu. Dubai. Precies. Maar uiteindelijk dacht ik van, oké, alles wat ik hier heb geleerd vandaag, wist ik eigenlijk al. Dat gaf mij de bevestiging van ook alle informatie die ik tot nu toe heb opgenomen, dat is voldoende. Dus ik moet nu meer gaan kijken naar andere dingen, dus naar business, sales en zo. Maar dat is maar dus vaak, wel... vaak is dat ook zo. Kijk, ik vind dat best wel lastig, toch? Je maakt een investering, drie ruggen. Ja, maar vaak kom je er ook achter van, ik ben op de goede weg. Ja. Mm-hmm. Kijk, er is zoveel informatie die je kan leren. Er is zoveel informatie. Er is ook geen... Kijk, nu is bijvoorbeeld Andrew... Dan ga ik het weer over die gasten. Maakt niet uit. Nee, geen fanclub, maar gewoon respect voor die guy, weet je. Hij heeft gewoon genield, dat doet het goed, weet je wel. Mag zijn credits krijgen, weet je wel. Dat is gewoon, hij heeft het gewoon uitgespeeld, doet het goed. Ja. Klaar. Maar de dingen die hij vertelt, is het nieuw? Zijn er soms dingen waarvan je denkt van, oh, dit wist ik echt niet? Jezus, nee, in principe is alle informatie beschikbaar. Alleen dan moet je zelf de vraag stellen van, oké, hoeveel daarvan pas ik toe? Ja. En dat is ook wat ik in de academy soms leer. Dat spreek ik met mensen. En die hebben nog geen business. Of die hebben een gefaalde business. En dan stel ik ze dingen. Dat wist ik al. Maar waarom doe je het niet dan? Doe er dan ook wat mee. Hard leer. Dat wist ik al. Kijk, als een dik persoon van 150 kilo naar een personal trainer gaat. Dan weet hij van tevoren al wat die personal trainer gaat zeggen. Je moet naar de sportschool, je moet 10.000 stappen per dag gaan lopen, je moet wat cardio doen en je moet gewoon minder vreten in je bek stoppen. Dat is wat iemand gaat zeggen. Het is geen nieuwe informatie. Facts. Als een dik persoon gaat zeggen daarvan, hoe debiel komt het over als iemand 150 kilo gaat zeggen, ja nee, dat weet ik al. Mensen zijn op zoek naar het gouden ei, van ook gaan het diepe. Nee, je moet het gewoon doen. En vaak is het de persoon die je misschien het meest motiveert. Kijk, met business starten, weet je, als je net begint, natuurlijk, er is nieuwe informatie. En er zijn gewoon bepaalde strategieën. En er zijn gewoon bepaalde blueprints, weet je wel. Maar heel veel informatie voor de meest basale dingen weten we al. Klopt helemaal. Helemaal tegenwoordig information overload. Ja. Jij via TikTok, weet meer dan een gemiddelde persoon. En dat is ook een beetje de valkuil. Van hetzelfde met, kijk, daarom hou ik ook niet van YouTube learnings. Want dan ga je op YouTube en heb je een beetje halve informatie. En dan kan je beter iemand programma kopen, dan heb je gewoon de hele real deal in één keer. Hetzelfde met boeken, weet je wel. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld Richard Branson. Ja. Het beste wat je kan doen. Van kijk, zo'n boek wat iemand schrijft is vaak iemands levenswerk. Niemand gaat zomaar... Er zit iemands gedachtegang in, iemands mindset zit erin, iemands ervaring, iemand weet ik veel wat. De beste manier om dat te downloaden is gewoon iemands boek te lezen en dat gewoon echt tot je te nemen. En te begrijpen ook van oké, hoe denkt die persoon? Want degene waarom iemand succesvol is of niet, of degene waarom iemand aan de lopende band succes lijkt te behalen en de andere mensen niet, is gewoon puur door de manier hoe iemand denkt. Mm-mm. Dus allemaal mensen, natuurlijk sommigen zijn intelligenter dan anderen, sommigen hebben wat geluk gehad, sommigen hebben bepaalde resources die andere mensen niet hadden. Maar als een succesvol persoon opnieuw moet beginnen, is die binnen no time weer succesvol. Dat weet ik zeker. Hoe komt dat? Puur om de skills die hij heeft ontwikkeld en puur om de manier hoe iemand denkt. Ja. En naar bepaalde situaties aankijken. Dat is het grootste. Ja. Oké, voordat jij verder gaat, want ik weet wat je wil zeggen. Hoeveel minuten hebben we nog? We hebben nog 4 minuten. 4 minuten. Ik heb nog één vraag. En ik weet, we hebben vorige keer ook een beetje gevraagd, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd, man. Kijk, je bent een voorloper. Op bepaalde gebieden wel. Op bepaalde gebieden. Je kan niet op alles zijn. Nee, natuurlijk niet. Dat is het. Maar... Ik ben benieuwd en je hoeft niet eens te zeggen wat het is, maar heb jij een plan of zie jij bepaalde inzichten wat nu nog totaal niet wordt gedaan binnen Nederland, waar jij kansen in ziet op gaat inspelen?
Ja, want meer de Nederlandse ondernemermarkt educaten op skills in plaats van businessmodellen. Mensen denken in trucjes en businessmodellen. Ja. Terwijl ik denk in, hoe kan ik bepaalde skills ontwikkelen? Mm-hmm. En hoe kan ik een complete ondernemer worden? Want een complete ondernemer is naar mijn inziens iemand die het complete spectrum beheerst en dat in kan zetten op bepaalde dingen. Niet iemand die een trucje kan. En dat is het verschil tussen ondernemers die aan de lopende band... Tuurlijk, er zijn ook heel veel mensen in mijn cursus die dropship succesvol vinden. Dat eigenlijk niks. Of wel. Sommige mensen denken van, nou, ik wil iets anders doen. Waar meer mijn passie ligt of zo, weet je wel. Die gebruiken die skills die ze daar hebben geleerd op iets anders. Sommige mensen denken van, oh, er is niks over. En dan denken ze dat ze er helemaal niks mee kunnen, weet je wel. Terwijl ik denk van, je hebt zoveel skills ontwikkeld. Dan kan je op verschillende... Proberen meer het grotere plaatje van het ondernemerschap te zien. Ik weet zeker, ik heb geen ervaring met broodbakken. Ik snap er niks van. Ik zou niet weten hoe je een brood moet bakken. Maar wat ik wel weet, als ik naar de lokale kapper hier in de straat ga, ik weet zeker door de skills en ervaring die ik heb, dat ik met een paar aanpassingen in die business, dat ik naar die business kan kijken, kan denken, ik kan die omzet van die bak kan ik verdubbelen. Ja. Weet ja. ik vrijwel 100% zeker. Eens, 100%. En dat is uiteindelijk het belangrijke in business. Ja man, we hebben een mattie die in kaas zit. Als ik kijk wat hij doet in kaas, denk ik ook. Hey, TikTok organisch, gekke dingen. Kaas is iets wat sowieso qua eten super veel aandacht trekt. En TikTok gebeurt als je dat organisch niet, doet op TikTok, kan je je kaaszaak raar alleen, viral. Niet alleen TikTok. Nee, maar dat is meer de inzichten alle... die je hebt op het gebied van business die wat, breed zijn. Wat ik ook zeg in de 5.0, die nog live moet komen, maar dat zeg ik in ieder geval. Heel veel mensen denken van, oh, ik moet de technische dingen van Facebook ads snappen. Maar de technische dingen zijn 20%. 80% is hetgeen wat je zegt in je advertentie, wat je laat zien. Hoe je mensen triggert, hoe je mensen... Want mensen maken geen beslissing uit ratio. Mensen maken de meeste beslissingen op basis van emotie. Dus je moet weten offer. Hoe je die emotie triggert, hoe je die emotie aanwakkert, hoe je de juiste emotie aanwakkert bij iemand, zodat die overgaat tot een actie. Mm. En die actie kan bij een Facebook-ad zijn. Nou, de actie, als je kijkt naar de funnel, iemand ziet een Facebook-ad. Mensen moeten één actie uitvoeren, dat is klikken op de link fucking van ad. Ga naar de website. Ja. Dan heb je die mensen op de website. Dan is er weer een ander doel. Dan moeten mensen klikken op de knop toevoegen aan winkelwagentje. En dan weer dat zo min mogelijk ja, mensen stappen. Afrekenen. En dat is het. En dat overkoepelen, dan moet je gaan zien. En dan de bovenkant van de funnel is dan vandaag misschien geen Facebook meer. Of tenminste ook wel. Maar is bijvoorbeeld een TikTok. En dan kan je die principes weer toepassen op je TikTok-video's. Snap je wat ik bedoel? Ja. Alleen, ja, kijk, volgens nee, als ik kijk Koen, naar... Nee, er is geen nee, want het is nog 1 minuut 30. Eén seconde. Als jij kijkt naar een kaasboer. Die zegt van, oké, luister. Ik vind het wel interessant, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Is hij dan de persoon die bij jou een cursus kan afnemen met je nieuwe versie? Is dat net nog niet de persoon? Jawel, want hij kan leren van hoe je dan bijvoorbeeld meer mensen in je kaaswinkel krijgt. En hoe je meer mensen bereikt. En ook hoe je jouw doelgroep bereikt. En ook hoe je jouw doelgroep omzet in actie. En ook hoe je jouw branding van jouw kaaswinkel zodanig anders maakt ten opzichte van je buurman. Zodat jullie misschien wel dezelfde... 1 minuut. Zodat jullie misschien hetzelfde product verkopen, namelijk dezelfde kaas, maar een heel ander brand hebben, waardoor mensen voor jou kiezen in plaats van voor je buurman. Ondanks dat jullie misschien dezelfde kaas verkopen. Oké, en dat gaan bij afsluiten, bro. En dat is een goed voorbeeld. Nee, kan niet meer. Die daar wel een goed voorbeeld. MCD Vintage Watches. Juist, yes. Fantastisch voorbeeld. Iedereen kan die horloges verkopen, maar uiteindelijk ligt het aan de branding, de marketing en hoe jij de dingen vermarkt. Dat was gezellig. Like, deze podcast wordt gesponsord door Bitfavo. Dus wil jij beginnen met crypto handelen? Je hebt het gehoord. Yeah, fucking inkopen, diversificeren, niet luisteren naar Joshua. En klik Joshua op de link in de bio. Eerste €1000, geen handelskosten. En dan zeggen we altijd nog één ding. En dat is... Naar Bitfavo. Nee, we zeggen altijd. Bedankt voor het kijken. Nee, fuck goeroes. Wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken. En tjus. Ciao.